Ja mensen, daar zijn we dan. Stoomsessies Part One. Het is de <tom -sessies> eerste. De eerste stoomsessies yeah. is dit. En ik doe dit niet in mijn eentje. Ik ben hier vandaag met Paul van der Sluis. Wat dan hier? Ik zet je zo so, in beeld, zo pats, boom. Dat okay. is ook okay. een beetje lullig, zo. We schrikken zeg, hey. goed so, mensen thuis. <laughs> <Damn>. <laughs> Misschien moeten we eerst een overzicht <laughs> so, yeah, so uh, zo. Kijk, uh, kijk hier zijn wij. Hier zijn wij mensen in de studio. Nou, ik zal het even een kleine in introductie uh, proberen te doen. Dit is voor het eerst dat ik gasten uitnodig in mijn uh, nieuwe podcastserie: stoomsessies. Ik vond dat het wel eens tijd werd om andere mensen dan alleen maar uh, ikzelf en uh, Joost aan het woord te laten uh, hier in de studio. Want er zijn veel meer. Veel meer. En, en, en nog interessantere gasten dan wij zelf. Die zijn er echt. <laughs> <laughs> en en, en, en uh, Paul is zo'n iemand. Is er zo? Ja, 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 Paul, jij bent zo dus start. Jij, 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 jij bent zo iemand. Jongen jongen. Ik voel nu wel een bepaalde druk hoor. Vooral, uh, ja, uh, ik, ik, ik wil je geen wist. druk opleggen hoor. <laughs> maar, ik het, nee. maar ik doe het toch. Doe maar nee, gewoon. Ik, doe uh, maar gewoon. Ja, ik, uh, misschien presteer ik wel goed onder druk wie zal het zeggen. Jawel joh. Maar er is helemaal geen drukje. Wij, wij doen alles hier op vertrouwen. Ja, hier doen ze uh, nog rustig aan. En maar, daarom hier is hier ook de, de, de hele setting zo. Het is gewoon een, uh, ze zijn hier niet zo druk. Nee, maar ze zijn eigenlijk net zoals Den Bos. Je bent toch uh, eigenlijk uh, bossenaar? Je bent goed geïnformeerd. Ja. En daar doen ze ook nog heel rustig aan. Ja, dat, dat doen ja. ze nog rustig aan. <laughs> Ik ben er van de week Bosse geweest. Ik heb daar illegaal staan roken samen met Peter Tonen op het uh, perron van Den Bos. Ah, kijk. Ja, en dat mocht je, gewoon niemand die dat van zegt. Als je, als je naar Den Bos gaat, dan moet je dat gedaan hebben. Dat en in de, <laughs> de rij staan voor bossenbollen. Weet je, dan heb je echt Den Bos ervaren. Ja, reset zet ons alleen bij het station af. Dus we hebben alleen het, uh, het, uh, het illegaal roken meegemaakt. Ja, nou ja, dat is dat ook thuiskomen, hè? <laughs> ja, precies. Oké. <Okay>. <coughs> ja, ik, ik, ik ken Paul al een tijdje. Ja, ik heb je eigenlijk pas één keer ontmoet hiervoor. Op de Bosperians. Ja. Op de ja. Bos ja, ja. ja. Ja, dat was wel, dat was wel heel leuk. Ja, hoe, hoe heb je dat ervaren, die hele Bosperians? Ja. Heb, ik, heb je dat wel eens online al in, verteld? In, uh, hoe ik dat heb ervaren is in een soort, in één grote waas eigenlijk. <laughs> <laughs> en, um, ja, en, en volgens mij niet eens door mijn eigen rokerij, weet je. Uh, ja, het, dat, dat was toch echt wel een. een Daarover uh, gesproken. Oh. Kijk, ik zit is een eentje te roken. Wat is, dat? is dat is gewoon ship. Oh nee, sorry, dat is, dat is uh, wit. Zo, dat is, het idee van stoomsessies is dat we hier gaan zitten stomen. Ik moet nou denken aan een... Uh, <laughs> ik ga mijn gasten aan, aan, aan drukken. Een, aan een hospik die uh, toen nog toen op kamers woonde. Had je zo'n uh, ja, zo 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 opzichter. Ja. noem je zo iemand? Een uh, uh, boa. Een, een, een of zo. en uh, ja, dat, Ik denk dat hij, dat hij inderdaad in de opleiding was voor boa. want uh, ja. toen uh, zaten we in de keuken en uh, nou, er werd natuurlijk een jointje gerookt. En dan uh, kwam die, hè? Nee. Ik kan, uh, godverdomme, waar ruik ik? <laughs> Zit, zitten jullie hier te blote? <laughs> wat? De te blote? Te blote? Nee, we zijn gewoon aangekleed, dus uh, niks nat, weet je wel. Ah -oh. Dan stapt dit weer niet. Eh mm. uh. Ja, het is ja. niet echt de bedoeling dat ik mijn gasten stond ga voeren. Als je weer de ik, ik zie de. Oh, de, al, de, de dan krijg weer van die spraakberichten van. Ah, oh, Mick heeft hij een eigen podcast. Dan gaat hij zijn, zijn gasten voeren. Ja, hoe je Postkaan het noemt, dat doet het wel een vermoeden, een beetje. Hè? Het is dan, ja. Dat lijkt wel een beetje toch een verwijzing naar. Oké, okay, we gaan hier uh, uh, toch even een. een ja een momentje beleven met, uh, met, bra -brainstomen. met bij elkaar. Brainstormen gaan we. we gaan brainstormen. Brainstomen. Bra -brainstomen. Brainstomen. Ja, en multidimensionaal multidimensionaal stomen. Stoma. Ja. Brainstoma. <laughs> Wat? Brainstomen. <laughs> nou ja. We gaan ik, ik, ik heb moeite gewoon om een om, om een introductie te maken. Ik merk het. Ja. We gaan gewoon uh, het hebben over over multidimensionale ervaringen. Daar gaan we het gewoon over hebben. Ja, over, 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 je, over, over mooie dingen, slecht of minder mooie dingen. Uh, alles gewoon. Al, allerlei ervaringen. Paranormale ervaringen. Multidimensionale ervaringen. Nou, zo is het ook ontstaan, een beetje, hè, dit idee om, om dit als onderwerp aan te voeren. Ja. Want jij had, jij had mij gezien in die, uh, in die eerste fameuze aflevering. Uh, van, uh, althans, mijn, mijn eerste optreden in de podcast. Ja, precies. En uh, nou, dat was op zich ook wel een, 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 een soort stoner ervaring. <laughs> Daar ging ik niet heel goed op. Uh, na twee uur was het was jointje wel een beetje uitgewerkt. En toen begon het een beetje op gang te komen. En uh, toen kreeg ik het inderdaad over uh, ja, onderwerpen die, uh, die je wel kunt schuiven onder, de, onder multidimensionaal. Of, of buiten uh, uh, buitensintuigelijk, uh, bovennatuurlijk. Ja. Um, ik heb, ik heb daar uh, een, ja, het een en het ander in ervaren. Uh, dat ligt wel wat, wat meer in het verleden, want als ik heel eerlijk ben, dan de laatste jaren, maak ik niet meer zo gekke dingen mee. Zullen we, zullen we het chronologisch, chronologisch aan gaan pakken, proberen aan te pakken, zeg maar? Van kleine pal tot steeds groter wordende pal? Jeetje, oké. Okay. Of, of, of gewoon. Ja, ja, ja dat is goed. Maar proberen, nou, he, proberen. Wel, en dan wel, gewoon boven, allerlei de, zijtakken. De avond in. is nog jong. Ja. Dus, uh, en, ja, en, ja. en nou, dat was ik vroeger ook. Ja. Dus laten we daar, uh, nou, een mooi bruggetje dan. Ja, dus laten we daarmee beginnen. En ja, laten we zeggen, wat is de jongste leeftijd die jij kan herinneren dat je iets paranormaals meemaakte? Iets, iets in, in die richting? Ja. Dat je in je eerste. Duiken gelijk. Uh, ja, is dat te in... snel? Nou, nee hoor. Nee, laten, we, laten we gewoon. Hè? Laten we gewoon uh, niet omheen lullen. We... Ja, toch? <laughs> gewoon de botbel ja, bot erin. Ja, of val je nog even verder dat ik ging klungelen met mijn stoom sessies? Uh... Nee, <laughs> nee. Nee, 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 nee. We, nee, gaan, nee, gewoon, nee. we gaan gewoon. Pasboom. Ja, ja, edit jij trouwens in jouw. Uh... Zo min mogelijk. Zo min mogelijk. Zo min mogelijk. Nou ja, goed. Alleen het beginnetje en het einde. Dit, dit, dit blijft er gewoon allemaal in. Oké. Okay. Al, al mijn. Ik wil het dus geen eens fouten noemen. Het is gewoon, het is gewoon wie we zijn. Anders wordt het met, vind ik het is niet ook, echt. Ja, is je, je hebt naturel. heel veel op YouTube. Dat je, je ziet heel veel van die van dat snel. En helemaal met dat TikTok zo, pam, 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 ja, pam, ja, ja. pam, pam, Dus even normaal. Juist. Ja. Gewoon, gewoon rust, rustig aan. Dit is hoe het is. Ja. Gewoon. gewoon. Een beetje slow TV. Is ook wel eens fijn. Ja, gewoon om even ah, slow, slow. Het hoeft niet slow. Nee, maar om, om even gewoon helemaal tot jezelf te komen. En. en Even, hoe zeg je dat? De boel de boel te laten. We laten de boel de boel. Nee. Nou ja, um, oké. Okay, dus... Ja. Um, mijn, mijn eerste... Mijn eerste ervaring met het paranormale. Wauw. Wow. <laughs> nou, ja goed. Dus, dus ja, de, 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 toen je bij, bij, bij je moeder uit de Stargate kwam. Dat hebben we allemaal meegemaakt. Dat we bij onze moeder uit de Stargate kwamen. <laughs> <laughs> ik, ja, heb, ik heb dat oh laatst nog een beetje herbeleefd, trouwens. Ja. Dat was weer een vrouw van een andere keer. Maar, um, maar dus... daarna de eerst, zeg maar, tastbare, <laughs> paranormale herinnering. Oké, okay. ja. dat is inderdaad die, die eerste ervaring dan even skippen. Ja, dat is een beetje um, Nou ja, um, ja ik, ik had inderdaad nog... Uh, weet je, die eerste ervaring... Um, die uh, zit wel, zeg maar... Uh, ik wil niet zeggen op een netvlies, maar die zit zo vers in mijn geheugen. Uh, die heeft echt wel indruk gemaakt. Dat was wel gelijk een, uh, een negatieve ervaring, moet ik zeggen. Um, ik uh, denk dat ik een jaar of negen was, rond die leeftijd. En uh, ik, ik sliep toen op zolder. En nou ja, goed. Uh, hè? Je ligt dan s'avonds in je bed. Je bent zo'n kind wat, wat, uh, wat eigenlijk niet wil gaan slapen. Uh, plafonddienst. Maar ja, het was, het was vrij donker. Het hmm. was goed geblindeerd. En uh, nou, je ogen gaan op een gegeven moment een klein beetje wennen aan het, uh, aan het duister. En uh, ik zat gewoon een beetje in het luchtledig te kijken in het donker. Er was niks te zien, maar ik vond het wel uh, relaxend, denk ik. En uh, op, een, uh, op een zeker moment... Uh, begin ik allemaal, allemaal een soort van lichtpuntjes, als een soort dwaallichtjes uh, te zien mm -hmm. boven mij. Een beetje, beetje aan de rechterzijde uh, schijn boven mij. En uh, je kent dat, dat dansen van muggen wel boven, boven een, een, een meer of water, hè? Ja, ja, ja. Zo uh, een beetje bijna hypnotiserend uh, was een soort dansende uh, ja, lichtpuntjes die een soort dans maakten en steeds meer mijn kant op kwamen en op een gegeven moment um, nam, nam dat zo in intensiteit toe dat het wel leek op uh, weet je wel op white noise of op ruis hè, van een tv uh, toestel ja um, en uh, en dat ging heel heel snel volgens mij um, werd uh, uh, werd dat steeds uh, verder verdicht tot een ja, totdat het één ja uh, het, geen puntje meer waren... maar gewoon, gewoon één... één ja, soort amorf vlek... In, 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 ongeveer in het plafond. En, uh, en vervolgens werd het... van... van, 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 van ja, dat... dat, dat uh, obscure licht... werd dat... Uh, on, onaards donker. Dus uh, nog, nog echt... Een, een soort zwart gat... Mm -hmm. In het duister. Ja, ja. Die, die zo afstak tegen het duister. Eh, eh, dat, ja, dat dat. Uh, uh, nou ja, dat, daar, daar schrok ik al een beetje van. En ja, op vervolgens... de een of andere manier herken ik dit ergens uit, uit mijn jeugd. Terwijl ik het niet opgeslagen heb. Triggert het bij mij een soort van. van oh, is herinnering het... dit. Toen je dit hierover begint. Maar we gaan even okay, verder. Live regressie, mensen. Dus <laughs> uh, live, live regressie. Blijf aan je toestel man. gekluisterd. Ja, ik ik um, weet van mezelf. Stay tuned weer. We zijn er even uit voor de reclame. <laughs> <laughs> um, ja. Es, um, uh, dus ik, ik zat daar gebiologeerd naar te kijken, natuurlijk, wat daar gebeurde. Ja. Eh, en um, zo, zo snel als, als dat, als dat uh, helemaal donker werd. Uh, die, die plek kreeg het ook een soort gestalte uh, en, en uit, uit dat, dat, dat gat viel een ja uh, sprong eigenlijk een 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 gedrocht ja nee als je inderdaad uh, dat zou je dan beeld, je de, beeld je dat bent ingesteld je beeld was, en je wil weten wat ik ongeveer zag ja. dan dan komt dat daar best in de buurt oh. <laughs> nou ja goed uh, Um, uh, ja, ik, ik weet niet wie ik nou beledig als maar ik, ik, als ik het ik Maar um, het, ik 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 en en je gaat, je hebt het over. Ik denk dat je het hebt over een nanoseconde, weet je, want ja. dat ging zo snel. Maar uh, dat beeld dat was zo, uh, ja, uh, zo heftig dat weet je dat dat heeft een een, nou ja, een onuitwisbare imprint in mijn geheugen achtergelaten. En uh, dus dat korte beeld dat ik het even zag, had het een... een ja, uh, je ken, van, van de Muppets ken je, ken je vast wel uh, die monsters. Hè? En dan heb je zo'n zo groot monster. Mm. En uh, die heeft dan zo'n zo grote kop. Met uh, grote ogen. En, uh, en een enorme muil. En daar had het iets van weg. Dus het had... Uh, Grote uitpolende, uitpuilende. Ben je Ben je? een beetje de, de flying spaghetti monster of zo? Nee, nee, nee. Dat nee, nee, nee. nee. nee, uh, zo groot als tennisballen ongeveer en fluoriserend geel. Mm. Um, uh, waar complete waanzin in stond. En um, ja, gewoon een hele grote muil. Echt, echt zo groot ongeveer. Met, met van die ja, gewoon van die uh, hoekige. Uh, ja, meer vierkante uh, tanden, heel schots en scheef uh, in zijn muil. Neus weet ik eigenlijk, kan ik niet herinneren. En, uh, maar dat was wel een grote. En uh, het had een soort manen. Oké. Okay. En, uh, ja, uh, en, 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 bedoel, en Bedoel je zoals een, een paard manen heeft? Of, of manen meer zoals een leeuw zoals, eigenlijk. Zoals een mausel, oh, ja, okay, ja, ja. ja. En, um, uh, en, en echt ja, gigantische... Klauwen, weet je. Met, met scherpe, gore, vieze nagels, weet je wel. En uh, uh, nou, ik, ik heb toen de hele buurt bij elkaar gegild. Ja, hè. Dus, uh, dat, dat moet een volume zijn geweest. Want mensen van, echt van huizen verderop... Die kwamen, die kwamen polshoog te nemen. Wie er werd vermoord. En uh, ja, mijn ouders die waren in no time natuurlijk... Uh, zich kapotgeschrokken. Wat gebeurt daar? En die, die stonden dus mijn bed en ik ik was nog hevig aan het aan het na trillen en en, en uh, uh, ja vertelde wat wat ik had gezien ja, ja je hebt een nachtmerrie gehad jongen ja. ja dan krijg je uh, dat ja. Ja, ja. ja kom maar bij ons liggen weet je wel um, maar um, het moment dat het mij besprong um, voelde ik dat dat het via mijn ogen toegang kreeg Um, en nou ja en, en, hè, hoe, hoe gaat dat dan zo'n zo zo uh, demonische en die maar je bedoelt te dan, zeggen dat het via je oog neemt, neemt het bezit van je, van, je door. door van, van, vanuit die, uh, die, die, die die gedaante ja. ging zo je oog in ja, niet letterlijk, niet, want dat past niet. Hè, maar, uh, nee, 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 dat, nee dat niet dat, het, omdat, Maar ik, ik, ik zie dat ook wel. Nee, dat bedoel ik ook niet. Uh, ik denk dat het, dat het ook gewoon. Kijk, uh, uh, het, het, het had een vorm, mm -hmm. maar de vraag is of het wel stoffelijk was. Hè, ja, en precies, dus dat het, dat het dus al meer als een soort specter of een, 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 een geestvorm ja. uh, zich ja, kan... Uh, uh, ja, noem je ja, dat. Ja, het, kan, het kan elke het, gedaante door, door, aannemen als een smurf door een, door een, een sleutelgat uh, kan uh, of een waterkraan kan, uh, kan uh, wringen. Ja. Eh, en dan nou ja uh, het is alsof de soort misschien een soort gasvorm heeft uh, 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 meer een, een, een hoe noem je dat een, een lucide vorm hmm. aannam en, uh, want ik voelde gewoon uh, uh, Een hele rare druk op mijn ogen en alsof alsof, alsof een soort zuig Um, uh, zuigen, weet je, alsof hij, of, of of als mijn als, als mijn ogen um, even, even uh, de, de functie van de mond overnamen door, hè, uh, als je op een rietje ja, zuigt, ja, 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 voelde zo, ja. je dat je ogen dat deden? Ja, dat ja. Nou, ja. dat is, nou, ja, is heel, heel raar. Maar goed, um, en um, ja, uh, kijk, ik. Ik weet niet en en uh, man, 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 man manifesteerde man, manifesteerde dat zich ook direct dan in een, in een bepaald iets, of, of, of heb je daar. Merkte je daar meteen iets van? Dan, ja, meteen weet ik niet. Kijk, um, uh, de, het, 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 um, dat is, het is heel lastig, want ik, ik heb het hier eigenlijk bijna nooit over, hè? Nee, dat begrijp ik. Maar um, ik, ik weet dus ook niet precies wat, uh, ja, wanneer dat is, zich, gaan, zich is gaan manifesteren. Maar Um, hè, dus ik kan wel zeggen, na een paar weken of, of na een paar dagen of. Na een paar minuten, weet ik het, weet je. Dus mm. uh, dat, dat uh, ja, um, dat vind ik. Wacht even, dat vind ik, gewoon, dat vind ik gewoon lastig. Um, maar wat er inderdaad gebeurde was. Uh, dat, er, dat er op een gegeven moment echt vreemde dingen met mij gingen gebeuren. Dus ik begon op een gegeven moment stemmen te horen. En. en um, ik... Wil je dan die... stemmen in jezelf of, of, ja, of buiten ja, jezelf? Maar ja, maar stemmen zeg maar um, zoals je jezelf hoort denken. Ja. Yeah. Zoals je gesprekken met jezelf kunt voeren uh, of in jezelf. Uh, maar dan met een, an met, met een andere stem of in ieder geval een, een uh, stem die ik onmiddellijk uh, als niet de mijne zijnde uh, identificeerde. Dus um, en. Dat hoor je wel eens hè, bij mensen die bijvoorbeeld uh, als schietse worden gediagnosticeerd of, hè, of alters hebben: mm -hmm. uh, dat, die, um, dat die stemmen horen, maar dat die uh, op een gegeven moment ook dat ze vereenzelvigen met hun eigen gedachten. en dat ze zichzelf opdrachten geven. Hè, dus die, die kunnen dat niet loszien ja. uh, van, van hun eigen gedachten. Dus ik dacht al heel snel van: ja, ik, dit ben ik niet, weet je. Ja, maar uh, jij was, even voor de duidelijkheid, uh, jij was negen. Ja, 9, ja, dat 19. is echt, dat is echt knap. Dan ben je, echt, dan ben je sterk. Ja, kijk, want, want, want kijk, uh, um, ik ben met, met dit soort zaken, uh, stemmen herkennen en zo van de Matrix. Hè? Want de Matrix kan dit ook, hè? bijvoorbeeld ja. jouw stem nadoen. Um, mm -hmm. Op een hele vernuftige uh, vluchtelingen. Shapeshifters kunnen het ook. Ja, van alles en nog wat kan het, ja. ja. En uh, uh, ik ben pas 12, 13 jaar geleden ermee begonnen om te herkennen van dat ben ik wel en dat ben ik niet, weet je wel, maar. Op negenjarige ja, leeftijd, ja. dat, echt, 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 ja, dat is echt. Ja, dan dat dat kom je al um, ja, toch wel in, um, in, het, in het deel van het verhaal waarin we eigenlijk een stuk verder zijn, waarin ik uh, ja, ontdek dat die, die, die aanval uh, dat dat niet random was, en dat dat niet toeval was, dat hij dat op mij was gericht. Hè? En uh, dat had dan weer ja, een... Uh, oké, okay, weet je, vergeef me als het, als het allemaal een beetje vaag klinkt. Maar, um, maar voor dit publiek is dit allemaal heel duidelijk. Dit, dit, dit ja, is het publiek, dat, die snappen dit. Ja, ik, ik sprak je over die net ook. En, en als, als uh, zeg maar het gemiddelde publiek zou zijn, dan um, ja, oké okay, jongens, dan ja, daar heb ik niks gezegd. <laughs> <laughs> Sorry voor de onderbreking. Uh, waar waren we? Ja, dus um, ontdekte ik dus dat, er, uh, ja, een, een, dat het een, een bewuste aanval was. Op mijn, uh, ja, uh, mijn persoon, maar dan uh, niet zozeer de persoon, maar de, de energie, de entiteit ja, de, die de, ik ben, de, mijn ziel. Ja, ja en, de, de, ik, ik noem het zelf de, 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 de rondreizende geest, noem ik het. het hetgene wat ons uh, lichaam in, in elke incarnatie zeg maar ja. bezielt. Dat, dat bedoel je misschien. Juist. Ja, nou, ja de, dus de, eigenlijk de. Ja, de incarnerende, ja, ja. Uh, ja, zelfontdekkende, e zelfontplooiende... Ego-persoonlijkheid. Ego ja, maar dat is al meestal in de New case meteen een vies woord. Maar dat nee, is eigenlijk ja, wel het, is het is de, 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 de ego -persoonlijkheid. Die ego-persoonlijkheid is nodig ja, om je ja, in, in het aardse te, te bewegen. Ja, dat, dat, ik zie de ja, eigen persoonlijkheid dus, als een, een interface tussen onze diepere, ja. hogere, ja. hoe je het wil noemen, multidimensionale aspecten. En wij zijn... De interface voor dat om, ja. om in deze ja, realiteit goed, eigenlijk een soort, te nemen. Een soort avatar, hè? Ja. Uh, een, een 3D-manifestatie uh, van, van ja, een, een, uh, onszelf op een, op een, in, in een hogere trillingsniveau. Uh, ja, precies. Uh, ik, 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 ik noem het zelf dan in mijn uh, werk uh, de samengepeste vorm, zeg maar. wij zijn de samengepeste ja, de vorm. Ja, de gecondenseerde vorm. Uh, moet daar, een, ja. ik, ik, ik leg het meestal uit: we, zijn, uh, we hebben een bron. Ja. Waar we uh, ons punt, waar we hier het universum in zijn gekomen, ja. onze ziel. En we zijn gaan ervaren, en we zijn afgedaald in, in werkelijkheden en in realiteit, en we zijn steeds verder van onze bron afgekomen. Ja, dus als, uh, ja, ja. En wij zijn, ja. wij zijn dus nog steeds, hoe wij hier zitten, uh -huh. een samengepeste vorm van dat alles. Ja. Alleen wij, wij hebben de, sluitel, uh, de, 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 de sluier van vergetelheid. Zeg maar, ja, ervaren dus wij, wij hier ja. op, uh, op, ja. op aarde. En die sluier van vergetelheid is eigenlijk. Uh, niet meer dan dat. Um, uh, ja, wij qua bewustzijn. Uh, eh, uh, uh, hebben die menselijke ervaring. Als, uh, dus als spiritueel wezen. Dus heel veel uh, mensen denken vanuit hun mens zijn. Dat, ja. uh, dat, dat ze wel eens een spirituele ervaring hebben. Um, uh, het is echter andersom. En in dat opzicht. Uh, is. ons bewustzijn. Is als je het mij vraagt te vergelijken met een, een avatar die, uh, ja, die um, vanuit een, een controller wordt aangestuurd in een, in een videogame. Ja. Um, en um, waar bijvoorbeeld. In, 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 uh, als je de vergelijking... Andere vergelijking is dat... Um, hè, dus, dus op de hogere bewustzijnsniveaus waarin... Hè, waar wij ook bestaan. Uh, is, is dit zou je kunnen zeggen misschien een ijsstation maar uh, als, als wij bijvoorbeeld op twee, in, in 2D iets uh, bijvoorbeeld op papier een, een, een verhaal uh, uh, optekenen en, en daar hè, dus, dus dan, dan animeren we als het ware ook uh, een, een, uh, iets wat, wat wij geen bewustzijn toedichten mm. hè, maar ons bewustzijn zit daar wel in ja, en daardoor precies. is het ja. een expressie ja. van ons bewustzijn. Alleen op een, op een ja, verder gecondenseerd niveau. Ja. En um, uh, zodoende dus dat, dat wij vanuit onze menselijke ervaring... Hè, in, in, in deze toestand... Ja, um, uh, ons onze hersenen, ons brein is een fantastisch apparaat. Het is alleen um, gewoon niet in staat... Het heeft ook geen kaders om de vier- en vijf- en zes- en dimensionale wereld te bevatten. Dat klopt, want... Als ik mag toevoegen, hoor. Want dat bewustzijn waar je dan over spreekt, wat jij dan vijf, zes, zeven... Ik ben eens gestopt zelf met nummertjes Ja, weet je, het is allemaal is, ik noem het, hoger slash dieper bewustzijn. Ik noem het meestal dieper, omdat het... Ik, ik dan zelf het ja. hier ervaar in, in multidimensionaal. En dan bedoel ik niet fysieke hart. Maar nee, maar met, met, de, met de fysieke. of ja. Nee, maar ik bedoel met de. En, en, uh, en um, wat ik al wou over zo zeggen is. Um, on, ons, ons mind-bewustzijn dat is maar beperkt tot, tot. Ik noem dat de kosmische arena. Zeg maar hetgene wat we een beetje hier kunnen waarnemen ja. allemaal. Uh, 3D kan je het ook noemen. 4D ja. ook nog. Tot, dat, tot daar is dat. dat, dat, dat um, en dat gaat niet verder, zeg maar. En vandaar dat ons, ons bewustzijn kan nooit, uh, wat jij net zegt, bevatten. Um, waar we straks ook nog verderop over uh, doorgaan. Wat je ook nog ervaren hebt. Dat uh, compleet multidimensionale, zeg maar. Dus ik begrijp wat ik bedoel? Ja, nee, dat uh, klopt. Ten, tenzij je dus uh, zelf zo'n ervaring hebt gehad. Hmm. Uh, en dan, dan, heb je, dan heb je buiten de kaders even kunnen kijken buiten de matrix ja. en uh, dan uh, ja dan, dan dan ga je bepaalde dingen zien die je, die je uh, zeg maar vanuit, vanuit hier uh, als, je, als, je, als je alleen dit kent ja, gewoon niet, niet, niet nooit zult kunnen bedenken of, of kunnen bevatten ja precies en um, nou ja dus dat uh, uh, heb, ik, heb ik inderdaad ook ervaren maar dat is dat is wel wat wat verder dat op in het verhaal ja. Dus daar komen we dadelijk nog wel op, denk ik. Waar, waar waren we ook weer gebleven? Je was negen. Nou ja, ik had dus die... Was en, uh, ja, die entiteit. En, en, en die rare creep van een entiteit... die kwam via je ogen binnen. Ja. Daar waren we. En, um, ja, en dat klinkt natuurlijk allemaal heel onwetenschappelijk. Uh, maar voor mij is, is, het, is het een... Ja, zo'n uh, diep intrinsieke ervaring geweest... en zo levens-echt... Um, je weet dat, je, dat het geen droom is, dat, je, dat het geen hallucinatie is. Je hebt het daadwerkelijk ervaren. En daar kan je natuurlijk allerlei psychologen op loslaten, maar um, die weten ook gewoon niet waar ze het over hebben. Dan heb je dus, um, tenzij ze het zelf hebben nee, meegemaakt. Maar ja. En, nou goed, dus wat, wat er vervolgens ging gebeuren, um, was dat, dat ik dus. Uh, nou, uh, Lastig van die stemmen, want die, uh, die waren constant. Uh, en, en op een gegeven moment werd ik daar ook echt moe van. Hè, want uh, ja, ze, 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 ze hielden hun bek gewoon niet. <Flexing> dus, uh, en uh... en, en uh, op een gegeven moment ging ze mij een soort van opdracht te geven. Ja, dat wil ik zeggen. Want in, in welke richting uh, gaven ze dat Nou, dat begon of? met... Uh, ja, dat waren, neem ik aan, nare, nare, nare energie, neem ik aan. Ja, zeker. Hè? Dat was duidelijk hele laagfrequente energie. En kijk of dat wezen was. Uh, ik, ik denk zelf dat dat een egregor is geweest, een, een, een construct... Uh, van uh, nou ja, mensen die zich, die zich met, met bepaalde vormen van magie uh, zwarte magie bezighouden. En dan wel op, op vrij advanced vlakken. Um, en uh, vervolgens. Uh, maar het, het is ergens ook een vorm van wetenschap. Hè? Dus je, je gebruikt gewoon bepaalde natuurwetten. Mm. En uh, uh, ja bedoelt je en, en je creëert daarmee ze dus creëren met, met, met black magic een, 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 een demonisch ja en dat noemen ze een levensvorm of, of ja, ja, dat noemen ze een dus, egregor e uh, e uh, noemen ze een egregor e e ja, okay. uh, er zijn ook andere benamingen voor um, een, een um, ja waar ik even niet op kom en, en zij uh, kunnen dan en, en met zij dat kan van iedereen van alles en nog wat zijn hè dat uh, misschien Komen we daar nog straks uit? Maar hè, wat kijkers van mijn shows weten wel dat dat de echte macht achter de macht, achter de macht, achter de macht, dat we het dan echt, echt inderdaad over interdimensionale demonische wezens hebben en, en buitenaardse en zo. Dus, ja, uh... nou ja, goed. Kijk, uh, ik, ik ken zo'n beetje alle theorieën, denk ik. Mm -hmm. Ik ken er in ieder geval een hele hoop. En um, ja, ik kom dan bijvoorbeeld uit op de, de Argonten. Mm -hmm. um, die, uh, ja, oké, okay, weet je. Dus, dus daar, als je, als, je, als je wil weten van, oké, okay, welk misdadig brein zit achter, achter de kwellen hè, het, het aardse Tralendal, dan, uh, dan zijn zij een goede verdachte. Ja, maar uh, ik bedoelde weer te zeggen, in, in jouw geval, weet je wel, um, er is iets of iemand geweest, ja. um, die, die, die deze black magic gebruikt <laughs> heeft om, om, om ja. deze, um, hoe noemde je nou EG-Gor? Een EGGO, ja, dus is dus een, een op jouw jou, jou af, af te staan. Ja, een kunstmatige entiteit. Hè, dus die, uh, die wel een, een eigen, uh, een soort, soort van eigen bewustzijn heeft. Uh, uh, een bepaalde intelligentie, uh, maar genoeg om, om een soort slaaf te zijn. Een soort gin uh, uit de fles idee, ja, weet je ja, wel. Ja, ja. En um, uh, die, die dan opdrachten uitvoert voor zijn meesters. Ja, dat waren ja. dan uh, zwarte magiërs. Ik heb. Um, uh, toen dat gebeurde, daar gebeurden een hele hoop dingen. Mijn ouders die, die, die gingen scheiden op een gegeven moment, want dat ging op een gegeven moment helemaal niet goed. Er uh, gebeurde echt, echt, want daarvoor was mijn leven echt behoorlijk zorgloos en, en leuk eigenlijk. En uh, uh, ja, uh, om mij heen gebeurden gewoon dingen die van, ja, waren gewoon minder leuk. Uh, alleen je hebt dan nog allemaal niet zo in de gaten waarom die hmm. dingen gebeuren. En uh, uh, ik, ik was altijd gewoon een, een dierenvriend, de dieren waren dol op mij, en, uh, en opeens uh, werden alle dieren om mij heen agressief of, of angstig. Um, uh, dat, 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 op, in, dat op dat die, en, want die ja. voelden die entiteit ja. in mij. En uh, 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 sommigen die, die werden echt agressief, die wilden me aanvallen. Hm? Uh, uh, ja, heel, heel ja, echt bijzondere dan dingen Dan hebben we, dus van, dan we het over, over voornamelijk katten denk ik en zo. Katten, honden, um, uh, zelfs, zelfs kraaien. Kraaien, ja. Mm -hmm. Ja, en um, uh, ja, weet je, paarden ja. bijvoorbeeld. Ja. Nou, die zijn ook heel gevoelig. Ja. En, um, um, want, waarom, waarom zeg je dit? Je vroeg. Uh, uh. <laughs> Ik heb niks rookt hoor, jongens. Trouwens. Nee, daar gaat het helemaal niet om. We gingen gewoon een goede zijtak in. Want ik wil eigenlijk zeggen: ik ja. dacht van nee, deze zijtak ga ik. Niet. Ik dacht van uh, deze zijtak ga ik nou niet maken. Want ik wou zeggen, doe jij paarden zijn. Wou ik zeggen. Ja, want paarden zijn heel, heel intelligent. Want in vroegere tijden waren dat de draken, de drakenbewustzijn, is nou paardenbewustzijn. En vroeger vlogen wij op draken. En nu rijden we daarom op paarden en zo. Hele be bewuste dieren. Maar toen dacht ik van nee, ik maak hem niet. Want dan raak ik hem kwijt waar Paul het over heeft. Maar nu is het alsnog kwijt. Maar, maar ik, um, ik vind het wel interessant wat je vertelt. <laughs> ja, toch? Ja, dat is, uh, <laughs> ja, dat is uh, leuk om te weten. Ja. En uh, ja, uh, nee, maar dus... Ik, maar je dus, had het over... Je had het over dat je... Je, 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 je omgeving... Uh, um, die ja, dieren die reageerden op jou, beetje jouw, ja, op. Dieren reageerden en, op jou en eerst was je vriend een dierenvriend en, en daarna ja, viel de ja, aan. En, en met, met, met vriendjes was ik ook altijd wat, uh, werd het uh, allemaal wat complexer en wat vaker ruzie en zo. Um, nou ja, en mijn moeder die begon zich in die tijd uh, heel erg te interesseren in het, in het uh, paranormale. En, en uh, dat begon toen ook net met, uh, met Tineke en, en de... Uh, hoe heet dat ook weer? Het Zwarte Gat of zo? Nee, de, paranaal, de Paranormale oh, de Wereld. wereld ja, ja. Ja, ja. En, uh, zat die uh, Robert van den Broek ook in die oplichter? Oh nee, dat was later. Dat was later pas, ja. En misschien dat ik het dan verkeerd zeg. Toen maar, nou, ja. ik ken de paranaal, en, en, Wereld. Nou ja, dat was een beetje die tijd. Ja. Hè, heb Iedereen toch. weet wat en, ik bedoel, en, met de uh, vier vingers. En, uh, ja, dus mijn moeder die ging, die ging naar van die, van die uh, mediumavonden. En, en uh, van daaruit uh, kwam ze eigenlijk meer op het spirituele pad uit. Um, en ging ze uh, op zeker moment ook ja, ging ze workshops doen. En, en dingen leren over holistische uh, geneeswijzen. Ja. Uh, eerst vanuit handoplegging, want zij ja, ze was een hele goede magnetiseur. Dat, uh, dat mensen kwamen bij haar over de vloer om, om behandeling. Uh, en, en zodoende raakte ze een beetje verzeld in dat wereldje. en uh, leerde ze ja, bepaalde mensen kennen die. Op een gegeven moment ook, uh, ik denk op, op, op zo'n zo paranormale avond, uh, was een Jan Klein. Ja. en Die, uh, uh, die leeft inmiddels niet meer hoor. maar dat was toen best wel een, een, een uh, paragnost van naam. Die uh, bij een foto van mij constateerde van uh, holy shit, uh, jouw zoon, die heeft een, een, een hele lage entiteit bij zich. Uh, een, en wat een, bedoelen een ze met een hele demonisch, lage... Demonische, oh, demonisch, uh, ja. dus ja. demonische energie. En uh, uh, daar, dat is niet goed, weet je wel. Dus uh, nou, we moeten natuurlijk helemaal... Uh, nou ja, ik weet niet, ik weet niet paniek, uh, weet ik niet. Maar uh, nou, die moest daarmee aan het slag. En die Jan, uh, die heeft dat toen gezegd, die Jan Klein. Toen is ze toch eerst uh, bij andere mensen terechtgekomen... die uh, hebben geprobeerd die entiteit bij mij te verwijderen. Mm. Die kwamen van de koude kermis thuis. Um, uh, die, uh, dus eentje die was, was uh, bij ons thuis. En die liep. Uh, nou, die was binnen vijf minuten. Uh, was hij weg. En, die, en, en, <laughs> en echt gewoon. <laughs> die, die, die liep niet naar buiten. Die rende naar buiten. En. Um, um, ja. Uh, kijk. In mijn herinnering was, was die stem gewoon de baas. En het, het was wel zo dat er momenten waren. Dan voelde ik me zo leeg gezogen worden mm -hmm. um, hè, dat dat um, uh, ja ik ik, ik ik was dan gewoon um, ja, ik voelde me gewoon echt letterlijk een vaatdoek ik ik kon me bijna gewoon niet bewegen van zo zo ja kapot was ik weet je en um, gewoon energetisch helemaal 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 leeg ja, zeg maar ja, leeg uh, als, als als huiswerk aan het maken was dan voelde ik op een gegeven moment ook echt zo'n enorme kou ontstaan bij mijn hart uh, achter, aan de achterkant hm. en um, ja dat was gewoon een, een, ja, was een ijzige kou uh, maar dan ja wat bedoel een, je met onbezigen. je hart aan de achterkant ja, bedoel maar je nou ja, een chakra of zo of, of? nee als de je plek, uh, 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 gewoon de plek achter ja de plek ja, zeg maar ja dat is zeg maar tussen je schouderbladen aan de linkerkant ja ja daar. Maar dan achter. Dan achter. En um, dat. Uh, ik, kreeg, ik kreeg echt op een gegeven moment um, een soort ja. uh, blackouts. Uh, die uh, alleen mijn moeder of, of mijn broertje toen mij later wisten te vertellen: van ja, je hebt dit en dat gedaan. Hmm. Weet je dat niet meer, weet je wel? Want uh, nou, ik had bijvoorbeeld. Mijn, mijn moeder had ik uh, op een gegeven moment, uh, die had ik naar buiten, de schuifdeur open gedaan van de achtertuin. Haar naar buiten geduwd, de deur dicht gedaan op slot. En zij uh, helemaal heel verbouwereerd: van, uh, Wat doe je? Doe open! En zei op, uh, op de raam: Doe open! Doe onmiddellijk open! Weet je wel zo? En, en ik schijn alleen maar zo naar gekeken te hebben. Alleen maar strak van, aan van, te, van, te van, hebben van, gekeken. Gewoon strak, uh, ja. En ja, dat is wel demonisch. En. Ja. Um, nou, daar wist ik helemaal niks van. En dat heb ik gewoon, ja, weet je, dus, dat, dat, dus op dat moment was ik denk ik even niet thuis. Mm. En dat is natuurlijk wel, uh, ja dat is dan wel linkersoep. Maar um, ik merkte wel, op de een of andere manier kreeg ik toch uh, zelf, naarmate ik eh, de tijd streek, meer grip op de situatie. Dus ik, ik, ik constateerde van, dus, de, de, ik, ik wist niet wat een entiteit was. He, dat, dat, ik, wist, ik had wel eens van spoken gehoord of van geesten. Mm. Maar ik wist niet dat ze bezit konden nemen van, ja. uh, van mensen. En um, he, dat, dat, dat is een concept wat je gewoon als negen jaar gewoon niet. Uh, heb, heb je nooit meegekregen, dus jou ja, hoe kun je dat dan weten? Mm. Maar. Uh, ik snapte het wel, weet je. Ik, ik begreep wat er gebeurde en uh, dus, maar ik kon er geen naam aan geven. Waar hey, dus. ja, had toen nog geen Dragon Ball Z en uh, dat soort series, geen Pokémon en, uh, en uh, zo. hè? Ja, maar jij moest man. met de, ja, de Berenboot. Ik ben doen. te vroeg geboren, Jij ja, moest betreft, met de Berenboot doen. Nee, want ik moet je zeggen, Dragon Ball Z. Uh, uh, daar, uh, dat vond ik echt een, een mooie serie. Niet, niet omdat, omdat daar gewoon een fantastische knokpartijen uh, mm -hmm. uh, te zien waren. Maar um, gewoon die, dat hele wereldje, zeg maar, dat hele astrale wereldje waarin al die uh, ja. uh, hè, entiteiten ook ja, uh, uh, ja. onderdeel van zijn. En hoe, hoe dat is opgebouwd. En hoe, ja, dat, dat is briljant eigenlijk. En uh, ik denk dat dat ook deels wel een. een, een, een uh, ik weet niet of het een volledig realistische benadering is. Maar ik denk dat er wel een kern van waarheid in zit. Maar goed. ja dat geloof ik ook wel, ja. Dat dat ja. soort dingen. Jazeker. Ja, zeker. Hm. Ja, maar dat, dat is met wel meer films en, en programma's. Dan zie je van. Hé, hey, wacht even. Die, weet je, die, dat is niet iets wat zomaar uit de uit fantasie ontspruit. Zo'n J.K. Rowling's. Die, ja, weet je, die, uh, of, of bepaalde andere films. Mm -hmm. die, uh, die putten uit bepaalde kennis. Hè, want, um, zo maar wat dacht ik... je van uh, Lord of the Rings en zo? Als je het hebt over. over, over... ...vorige beschavingen hier op aarde en zo. En, oh, ja. en andere beschavingen die ook... ...tegelijkertijd met ons... Para uh, ...parallel ja, ja, dan in dan een andere... Dan maken we even een zijsprongetje. Andere... Bijvoorbeeld het Tataarse Rijk. Hè? Um, Tartarië. Ja. Uh, is daar denk ik een voorbeeld van. van dat, dat, er, ja, dat, dat wij... ...eigenlijk ook in een soort... ...hologram uh, leven. Uh, uh, je hebt... ...Flat Earthers. Je hebt de, uh, de Globe. Uh, uh, Believers en holle aarde, maar ik denk eerlijk gezegd dat, weet je, dat is allemaal eigenlijk niet zo belangrijk. Het is gewoon een hologram waar we in. Uh, ja, maar in, in, hoe definieer uh, jij dan hologram als, als in, in, in artificial intelligence? Of als uh, ja. dat, we, dat we de realiteit anders beleven? Je zou zeggen dat het dan dat. Artificial, artificial intelligence is, maar. Ik, ja. ik, uh, ik, ik denk in ieder geval, denk ik wel dat, dat, dat er een bepaalde intelligentie is. Die, uh, die ons, uh, ik wil niet zeggen dat het ons volledig aanstuurt, want ik, ik geloof echt wel dat, dat wij ook vrije wil hebben. Hè? Dus, dus in deze ervaring dat dat wel belangrijk is. Hmm. Um, maar, kut, uh, dan het ik even draait uh, kwijt. Je over? De AI die pakt je. De AI die... Ja, ik weet niet of het AI is. Maar als ik zo vrij mag zijn. De Matrix dat doet ik, ik, echt ja. inderdaad vermoeden dat hè, dat, ja. dat er misschien een. een ja. ja, dat zou een, een plausibele verklaring ja, ik, ik, kunnen ik zijn. Ik vraag altijd door bij mensen, want bij mij is het de kern in mijn werk. Dat ik mensen meestal zit te waarschuwen. Ik kijk uit voor dat je de wereld als een hologram gaat zien. Weet je? Want ik weet al dat mensen dan gaan reageren. Die gaan zeggen: Ja, een hologram is. Uh. Maar ja, als ik mensen. Nee. Ik, ik voel meestal. Als, als, ik, als ik jou hoor praten aan andere mensen. Dan, dan voel ik dat jij niet artificial intelligence bedoelt. maar dat jij. Dat wij hetzelfde bedoelen, alleen andere uh, bewoordingen voor dingen hebben. Zo bedoel ik het een beetje te zeggen. Ja, <laughs> ja kijk. Hoe, uh... ik het namelijk, hoe, hoe ik het ziet, dit is allemaal zo echt als wat. Alleen wat er gebeurd is in, de, in, de, in millennia, en dan heb ik het echt over uh, duizenden millennia. Over, over Atlantis en daarvoor is het al begonnen. Is die technologische mindfuck begonnen met, met de Matrix. En dat is steeds verfijner en verfijnder geworden. Dus. Er ligt een hele laag aan onzichtbare technologische intelligence om ons heen, zeg maar. Ja, ik, ik denk, over het, eerlijk het organische gezegd, heen, zeg maar. Eerlijk gezegd, denk ik. Uh, ik, ik verander het nog wel eens van, van gedachten daarover, hoor, want ik het hou me bezig. Maar ik denk eerlijk gezegd dat wij dat zelf zijn. Hè? In, een, in, een, uh, in een hogere trilling. nou ja, die intelligentie. Uh, kijk. Wat ik, wat ik daar straks al zei is dat, dat wij in 3D, onze 3D-ervaring, onze hersenen. Um, ja, is min of meer analoog zijn ja. als, je, als je de vergelijking maakt met beesten uh, die uh, in de een een hoofding zitten. Ja, ja. Hè, uh, en en uh, die gewoon uh, de, tijd niet eens ervaren. Tijd en ruimte op een andere uh, uh, ruimte op een andere manier ervaren. En, en tijd uh, niet ervaren of hoeven te ervaren omdat zij gewoon ja, uh, op een ander vlak uh, resoneren en, en uh, uh, yeah, uh, alles, alles veel sneller kunnen, kunnen verwerken. Ja. He, bij ons is het echt gewoon: uh, ja, moeten wij een soort van pixel voor pixel moeten wij, uh, een beeld vormen en, en, en dingen uitvoeren? Daar waar, uh, en, en dat heb ik. Namelijk ook uh, in, die, in die multidimensionele ervaring ervaren, uh, dat wij, hoe beperkt wij zijn eigenlijk, en, en daar heb ik dan nog maar een glimp van opgevangen, en ja. in, uh, in, in hoe, ja, uh, hoe bijzonder. Over, hè, want want uh, kijk, het zijn, hier gelden gewoon wetten waar je ons aan moet Dus het is niet zo dat wij. Ja, dat wij dan uh, in deze vorm maar wanneer is we gewoon kunnen we dat kunnen we niet in nee keer. maar dus of van nee. in een keer bijloketen weet je dat nee. je pads doet en je staat ergens in nieuw ja is, want dit is dit is het, 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 het uh, zeg maar de interface ja. waar we uh, mee te dealen hebben net als in, 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 in een uh, videogame Um, ja, je hebt uh, wel bepaalde hacks, weet je, of hacks, ja. hoe noem je dat? Ja. Um, waardoor je kunt, uh, ja, uh, shortcuts kunt kun nemen of, of gekke dingen kan doen. Ja, want ik bedoel, ja, het, het blijft ah, ja. een wonderlijke wereld. En ah, ja, is... Wat ik zo mooi vind aan, uh, aan jouw ervaring, ik denk dat we er even heen gaan werken zo, aan die multidimensionale ervaring. Ja, maar ik heb tussendoor ook nog van allerlei dingen uh, meegemaakt, man. Zullen we dat eerst doen? Want, ja, dat ja. Ja, ja. Ja, bedoel ik, want anders, gaan we, anders springen we te ver. Doe maar. Oké, okay. laat me even vertellen. Ja, um, Ja, kijk, dus ik, ik, dan, dan stop ik even met dat uh, verhaal van. De, uh, de, 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 ik noem dat altijd Hendrik. Hendrik? Dat, dat was uh, omdat, omdat dat de naam is die een vriendin van mijn moeder noemde. En dus zij was een, een heel, ja, uh, kennelijk een heel, heel, heel uh, uh, sterk medium die. Uh, uh, ook ook naar nou, wonderlijke dingen heeft gezegd die waarvan ik uh, ja, ook dacht van holy shit. Ze heeft gewoon gelijk. Uh, en uh, die, die heeft dat dus, dus weten te traceren naar uh, een, een, een aantal uh, zwarte magiërs die, die uh, uh, necromancer's uh, uh, waren. En uh, uh, waar ik een, een gezworen vijand van was. Uh, gedurende. Mooi, zo, mooi. Gedurende... Zo, We zijn weer terug bij het punt waar we ja. verlaten zijn, ja. Waar meerdere, je... meerdere levens. Ja. En uh, uh, ik Vertel, heb. dit is interessant. Nou ja, goed. Ik heb uiteindelijk. Uh, wat er gebeurde is dat ik. Dat ik uh, eh, want inderdaad, we, we, we worden geboren en, en we weten helemaal niks meer van ons voorleven. En als we, als we weten, dan. in die eerste drie jaar. dan raken we die herinneringen gewoon kwijt. Ja. En. Uh, dus ja, je begint weer van. van, van scrap. En. Uh, ja, Dan ben je natuurlijk gewoon een, een makkelijk slachtoffer. Dus dat was ook uh, waarschijnlijk in hun bestrijding van, van mijn uh, ziel, denk ik maar even, hè? of, of uh, uh, dolende ge geest. Uh, uh, het was niet genoeg om mij in één leven van mij verlost te zijn, maar ze wilden in principe maar gewoon. En volgens mij hebben we nog niet verteld waarom ze jou, waarom, waarschijnlijk waarom, waarom, uit, waarom ze jou uit... wilden pakken, zeg maar. Dat hebben we nog volgens mij in de uitzending. Ja, niet nou, maar ik denk ook gewoon. A, omdat ze. ja, uh, Weet je waar, waarom. Uh, waarom deze. Zeg zo, maar, deze zo, deze merk je, je. zo ja. intensief in, iemand zelfs in zijn kindvorm aanvallen. Dan ben je bang voor zo iemand. Ja. Dan heb nou, nou, je, je dan. Moet, zeggen, dan, dan ik bedoel, we moeten nog één stapje, stapje daarvoor. Is uh, wat jij gedaan hebt, in, in, als je dat wil vertellen. In een vorig leven. Waarom deze, deze black magicus dit, nou ja, dit dat, zijn gaan doen? Ja, nou ja, dat, dat, is, dat is wel informatie uit tweede hand. Hè, want dat is maar in, wel heel Een soort regressie, uh, therapie sessie. Uh, uh, um, om mij terug te brengen naar uh, voor, het vorige leven. Uh, of, of in ieder geval uh, de vorige levenservaring waar mijn trauma lag. Nou, en dat is dus, dus kennelijk uh, behoorlijk wat levens terug. Mm -hmm. En uh, dat speelde zich af in, nou, in, in de tijd van Atlantis en, en Lemurië. En um, uh, er de, de was ook een, 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 een beschaving, uh, misschien zelfs nog verder uh, ontwikkeld dan, dan onze beschaving nu. Ja, dat denk ik wel, ja. Uh, maar ook in zekere zin natuurlijk weer dezelfde uh, ja, uh, issues natuurlijk. Hè, Ego. Um, Ego, uh, verdeel en heers. Uh, hè, en, en, en natuurlijk een, 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 een kleine elite die het uh, niet die kon laten om, om um, ja, ul, de ultieme controle over, over, over de bevolking te krijgen. En um, nou, dat was een, 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 uh, ja, een invloedrijke groep. Uh -huh. uh, aan een kant van, van, het, van het rijk van het, uh, in, in, op een continent en op het andere uh, had juist uh, de uh, ja de bevo de bevolking die voor voor liefde en en verbinding uh, ging. De andere was een oorlogszuchtig uh, deel van dat volk. En um, uh, ik maakte onderdeel van uit van zo'n zo'n zo, zo goed soort groep witte maagjes of denk aan aan zo'n Jedi. Ziet uh, mm. uh, uh, zo zo'n beetje. Um, Zo'n soort, uh, hoe noem je dat? Uh, soort comité. En is dat? Zou, ja, dat zou ook, van, de mo van moderne, uh, ja, moderne schermanen of, of ja. hè, wie, wie zal het zeggen? Hè? Ik, ik, ja, um, had je, ja je, had, je had in ieder geval een bepaalde vorm van kennis in die Atlantische tijd, ja. Hermetische kennis, uh, uh, mystieke kennis, die uh, hen in staat stelde om ja um, uh, wat wij tegenwoordig misschien gewoon magie zouden noemen, uh, uh, macht uit te oefenen over, over andere mensen. Of juist dingen. Goede te ja, even voor de kijkers even voor de kijkers. Witte magie. Dan, 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 je hebt zwarte magie, dat is echt ten, ten koste van anderen. Van andere levende wezens. En uh, als je gewoon uh, witte soort ma witte magie, dus, laten we het zo het, noemen. Je eigen belang, hè zwarte magie. En, en inderdaad. Uh, ten koste van ten anderen. Van ja. anderen ja. En, en, en witte magie. Magie. Um, witte magie. <laughs> magie. <dream. laughs> Dan ben je ook met magie bezig, maar het gaat niet ten koste ja. van anderen, laat we zo, nee, zo even zeggen. Ja, ik denk dat je ook gebruik maakt van, van uh, es esoterische kennis of, ja. of, of diepere diepere... Uh, uh, kennis die, hè, uh, die, die... die... besloten ligt... Hè, in... in, uh, in ja, uh, waar onze schepping uit... uit is voortgekomen. En... Uh, uh, nou, oké. Okay, en en uh, hoe je dat gebruikt... Dat, dat bepaalt of wit of zwarte magie is. Nou, uh, ik zou... en, en dit, is, dit is niet uit mijn... Uh, mijn eigen akasha geheugen. Uh, dit is, dit is uh, hoe, hoe het mij is verteld in, in mm -hmm. die regressietherapie, uh, nou, Wat daar uitkwam voor, voor diegene die die therapie nou ja, deed ja, en die, die idee is met. met uh, uh, maar ja, ik, ik neem regressietherapie wel heel serieus als iets wat jij, want dan halen ze toch. Uh, ja, maar voor... Ze halen jou toch in onder hypnose dan voor ja, ja, jouw jou, jou, levens. Ja, ja. En, en ja. jij gaat vanuit dat leven maken ze een opname van jou. Dat een beetje toch ja. kort op de bocht gezegd? Ja, maar dat is al een tijdje geleden. Dus, uh... ja, ik neem het wel heel serieus. Ja. Nou goed, in ieder geval was het een. Uh, uh, ja, was, was, is daar dat, dat ontstaan? Want uh, het verhaal zou zijn. En ja, of je er nou moet geloven of niet, weet je, uh, dat, dat is heel lastig. Hè? Want dat is, dat is heel lastig na te gaan. Maar goed, het voelde voor mij wel. Uh, maar, ja, laten we het zo zeggen. It, it well, well, hoe, hoe, voel jij, hoe voel jij het? Voel jij het als? Hoe voel jij deze informatie? Als waar? Um, ja, maar dat doet er ook verder niet heel erg veel nou, zo, weet maar. je, ik, ik heb het, ik heb het, uh, ik, ik, ik heb het kunnen accepteren als uh, als, als uh, iets wat voor mij inderdaad het uh, made sense, weet je, dus ja. het het gaf wel uh, vorm aan uh, of of een antwoord op op wat er was gebeurd en waarom. ja. en um, Um, nou, ja, uh, en ik, ik, ik denk het ook wel, want uh, ja, het stomme is, kijk, je hebt op, op die momenten zelf uh, maak je contact met bepaalde dingen, met bepaalde kennis in jezelf en, en dat begon toen, mm. weet je. Dus uh, in één keer, uh, op, op momenten dat het echt nodig was, kon ik echt uit een, een diep verborgen kennis putten om het juiste te doen wat op dat moment nodig was. En uh, uh, het verhaal was dus dat, dat uh, de vernietiging van, van Atlantis... Hè, dat, 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 is, dat is nog steeds in ons collectief geheugen ja, dat betekend. Is, uh, en daar spelen ze ons nu nog steeds op... Hè? met die derde wereldoorlog dreigingen en zo. Dat ja. is allemaal... Uh, dat, dat, maar is, maar dat is een echo, is een echo van wat er toen is gebeurd het is ja, dus, dus inspelen ja. op, op, op openstaande dus, wonden Dus, dus, dus hè, uh, die, die twee grootmachten, wereldmachten die, die uh, altijd met elkaar in conflict zijn in een koude oorlogssituatie nou, uh, die escaleerden uh, ja. toen en um, uh, wat er gebeurde was dat dus die, 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 uh, die uh, Dark Lords die hebben um, toen uh, on Aangekondigd, zonder enige provocatie, um, een, een, uh, ja, een massavernietigingswapen losgelaten op, uh, op een gebied, uh, hè, dat, dat gebied wat, wat ik net omschreef, waar, waar juist die, die, die boord van, van witte magiërs uh, mm. uh, het, het, uh, het woord zeggen hadden. En um, uh, daarin verloor mijn uh, incarnatie uh, toen zijn hele familie. Wow, ja, en uh, dus dat was zo heftig. En uh, dan is het zo dat, dat ondanks dat zoiets gebeurt, uh, volgens de code van, van, van die, die Witte Magiërs... Uh, mm -hmm. um, bond van Witte Magiërs. Ja, um, dat die, die de, de geboden van de Magiërs. Ja, dat die, uh, dat, dat um, ik toen uit emotie en, en woede natuurlijk, hè, voor het verlies van mijn, uh, van mijn dierbaren... Uh, voor de verwoesting van dat hele gebied. Uh, heb uitgehaald en um, vervolgens uh, de, 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 die, waar, waar, waar de aanval vandaan kwam hè, en, en, en de, de daders mm. en uh, een, een gigantisch gebied daaromheen uh, volledig vernietigd. En uh, mm. hè, wat, wat heeft geleid tot de, die cataclysmische. Uh, hoe zeg je dat gebeurtenis en het zinken van, van, van dat continent. Ja. En um, um, nou ja, goed, dus dat daardoor viel ik van from wat, grace, ja. he, weet je. Dus ja. je bent in, in, in de hoge trillingen ben je uh, aan werk aan het doen en dan in één keer gebruik je die kracht in een hele lage frequentie uh, en, hmm. en um, allemaal wel te uh, het is allemaal wel te. Het is het is begrijpelijk te, maar. Begrijp, te, de, begrijpelijk dat dat, dat je het, het is een menselijke emotie, ja, een ja. reactie dat, ja, dat je het Maar doet. goed, ja. um, hè, en uh, dat was natuurlijk een ultieme test. Nou ja, goed, daar, daar ben ik dan misschien voor gezakt, maar op menselijk niveau denk ik niet. Maar de gevolgen waren een beetje, een beetje, een beetje rot. Ja. En, <laughs> uh, um, en, en ja, daar is, zit natuurlijk ook het punt waar ik moeite heb... om, nee, dat, staat, om, dat, dat, om dat te geloven, weet je wel? Of nee, om maar, dat ja, aan ik, te ik, nemen. Ik, 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 ik snap dit helemaal. Um, wij hebben in dit universum... en, en jij weet dit nu uit, uit, uit eigen ervaring nu... wij hebben alles wat dit universum te bieden heeft aan ervaring... hebben we meegemaakt. Ja. En, en we zijn nu aan het einde van onze universele reis... hier aangekomen, in, hier in dit leven, op dit moment. En... Als ik zeg alles ervaren wat je in dit universum ervaren hebt, dan bedoel ik ook echt alles. Hè? En ook dat, dat soort dingen. Kijk, uh, daar is het show voor. Ik heb laatst een keertje met, met Enlil, die, die kwam een keer met me praten. Oh. Jawe. Ja. En dat, die is verantwoordelijk voor de maan in een baan om de aarde mm -hmm. te doen. En uh, ongeveer al het leven wat op land leefde, was weg, omdat hij de, de matrixwereld moest maken hier. Ja, en daar hebben we het dan over. Hè. En toen, toen zei ik ook tegen hem, ik zei, ja, je bent er nogal trots op hè, tegen hem en zo. Hè. En, ben jij een lul, zeg. En toen, zei, en, toen, en toen gaf hij mij ook echt zo het antwoord terug van, dat moet jij zeggen. Ja. En toen instant wist ik, ja, ik heb nog erger gestaan waarschijnlijk ver, ver, ver lang geleden. In, in, hè, want we hebben het over triljarden ja. aan jaren, je kan er ja, eens ja. jaren hangen, aan incarnaties. Ja. ja, ik heb waarschijnlijk ook zoiets gedaan. Ja, 100% zeker, anders maar, ben ik nu niet op dit, op, op dit punt dat ik er alles ervaren heb. En dus ook weet dat dat niet echt een goed idee is om te doen. Ik Zat. moet daardoor wel denken aan uh, wat mijn moeder uh, altijd tegen mij zei. Uh, jij, jij, was een, uh, jij was echt zo'n baby. Je was een oude ziel. En, maar ook ja. eentje die, uh, die gewoon, uh, ja, echt, toen je ook nog net geboren was en, en, en tot aan die hele babyperiode, kon je af en toe gewoon echt zo'n kop trekken van dat je gewoon zo de balen had dat je hier, hier weer moest zijn. <laughs> ja. Weet je dat je er helemaal geen zin in had, maar ja, zo van, ja, het moet wel, maar kut. Ja. Dus uh, 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 ja. met, met een bepaalde opdracht. en... Uh, uh, ik denk dat dat. Ja, natuurlijk. Weet je, uh, als je het karmisch bekijkt, denk ik dat. Uh, Oké, okay, weet je. Um, ik, ik, ik ken heel, heel veel prachtige mensen. Uh, die, um, die. die echt om anderen geven. die echt. Uh, zeg maar. Een, 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 zichzelf kunnen wegcijferen in het belang van het totaal. Um, maar dat zijn wellicht ook. ook de mensen die uh, in andere levens. Uh, Dingen hebben gedaan of meegemaakt. Uh, waardoor ze zich ook hebben kunnen ontwikkelen. Hè, tot tot een, een ziel met compassie. En een bijzondere... Uh, ja, Hoog gevoel van onvoorwaardelijke liefde. Hmm. Ja, dus, um, maar het is allemaal speculatie. Op, op, op dit vlak. Want kijk... Wat ik gezien heb, heb ik gezien. En, en dat is voor mij uh, reëel en wezenlijk. En, en uh, nee. niemand die me daarvan van, van die gedrag, gedachte af kan brengen. Maar dit is uit, uit derde hand. Mm -hmm. En um, uh, alleen het, 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 het trof wel iets in mij. Het, het raakte iets in mij, merkte ik. En het, het zette ook iets in gang. En, de, uh, en dat was dus dat ik, uh, hè, dus na al die mislukte pogingen van, uh, van al die... Uh, en 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 uh, hoe noem dat uh, uh, geest uh, uh, medicijnmannen en geestenuitdrijvers en en ja uh, nou, daar moeten we voor de kijkers even bij zeggen want dat was voor de uitzending zending jij hebt natuurlijk een hele hoop uh, pogingen gedaan om, om, om dit wezen mijn wat moeder eigenlijk hè jouw moeder, die, die kwam jouw, met... moeder jouw moeder kan ja. op een gegeven moment achter en, en dat natuurlijk... jij dat er iets uh, ...bezit van jou, op grip op jou had genomen. Slash... Ja, die kwam daar via Jan Klein ja. achter. En nou, even later ja. heeft hij ook, uh, is hij bij hem weer terechtgekomen. En toen heeft hij het gedaan. En uh, daarom heb ik ook best wel respect voor hem. Omdat hij de enige was die, die uh, het heeft weg kunnen halen toen. Hm. Maar uh, tijdelijk. Dus uh, ik heb ik geloof twee jaar even, even de tijd gehad om, om te herstellen... Ja, he, want uh, toen het weg was, merkte ik gewoon dat ik gewoon dacht: van nou, het is holy shit man, het is nu weg en het is gewoon één groot puinhoop in mijn hoofd. He, de rook was opgetrokken, maar ik het voelde het alsof, alsof gewoon uh, allerlei schakeltjes uit elkaar waren getrokken en, en op de verkeerde waren aangesloten. Weet je, zo'n uh, idee. En daar heb ik natuurlijk ook gewoon uh, af en toe last van gehad. En heel lang mm. he, als, als, was, was ik heel erg een, een, ja, een echte. Een, een, HS, uh, HSP'er, hoogsensitief, uh, hoogsensitief ja, oh ja, persoon. Ja. Die, uh, die gewoon niet uh, tegen ruimtes kon waar meerdere mensen waren. En, en dat was een hel voor mij. En uh, dus, mijn moeder, die, die kwam dan op een gegeven moment ook weer. Uh, die haalde wist waar ze de informatie vandaan moest halen. En ik kwam van: Ja, Paul, um, uh, het, pro het probleem bij jou is dus dat, uh, dat jou, jou, jouw oude is, is zo. Uh, ja, een soort sleepnet. Uh, is die overal? Ja, uh, aura? En, en ja, ja? Aura of, uh, okay, je, ja, uh, ja. je bio-energetisch veld. Ja, ja. Uh, dat is eigenlijk je krachtveld. Hè? Uh, dat, het, dat het jou niet, niet beschermt. Sterker nog, het, 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 je absorbeert daar uh, dus, dus negatieve energieën. En, en uh, die moet je dan vervolgens verwerken terwijl het helemaal niet bij je hoort. En, uh, Jouw, aura natuurlijk dat upload... Jouw aura was een soort magneet. Magneet voor. Uh... Negatieve shit, energie. Ja. Zo zou ik het zo kunnen noemen, denk ik. Ja. Hmm. Um, en um, ja, het is alsof jij, uh, als, als je het naar het fysieke zou, zou um, vergelijken, dan, uh, dan is het of jij geen huid hebt. Ja. Oké. Okay, ja. en, en ja, toen dacht ik, verdomme, dat is die vergelijking, bam, die klopt, weet je, want ik, ik ik ben er overal zo gevoelig voor. En, en uh, zo snel uh, ja, mentaal helemaal, helemaal stuk. Dat, uh, ja, weet je, dat is ook geen lolletje. Maar uh, toen ben ik het heft in eigen handen gaan nemen. Dus uh, ik denk: fuck dit, weet je. Uh, ik, uh, en toen, toen ben ik dus gaan mediteren. Ik ben, ik ben dingen gaan uitzoeken. Je had nog steeds last van die stem, hè? dat was het voornamelijk Nee, ook, de stemmen die stemmen waren dus, dus tijdelijk oh, weg. Waardoor ik de kans kreeg om mezelf te gaan herstellen. Ja, ja, en ik, ja, daardoor ja, ja. ging ik in één ah, okay. keer heel veel informatie mm -hmm. tot me nemen. Ja, uit boeken, uh, workshops. Um, uh, en en, en um, uh, inwijdingen van, uh, ja, uh, hoe noem je dat? Uh, shamanen? Uh, shamanen, maar ook esoterische uh, genootschappen. Ik ben ook nog wel sectes gegaan of zo? Nou ja, het, uh, uh, ik weet niet of, of Magikari jou wat zegt. Magikari. Is dat uh, Japans? Dat is Japans. En uh, zeg, uh, vaag, vaag zeg het iets. Wat is dat? Ja, dat, dat, oké, okay, je zou het een secte kunnen noemen. Maar wat zij eigenlijk deden was in, in dojo's wereldwijd. Uh, gaven zij onderricht. En, en dan kon je de inwijding volgen. En uh, mm -hmm. nou, dan kreeg je een Omitama. Uh, en en nou, dat stelde jou in staat om een, een soort, soort reikie, maar dan uh, ja, toch veel heftiger eigenlijk. Want het was echt, echt serieus, die gasten waren de real thing. Dat is serieus waar. Omdat um, uh, de, ja, kennis, ja. de kennis die je daar kreeg, hè, dus je, je kreeg echt, uh, je kon gewoon regelmatig daar, er werden daar uh, lezingen en, en, en uh, seminars gegeven... Um, over uh, ja, hoe, hoe de schepping in elkaar zat en, en uh, heel veel esoterische, heel veel, heel veel hermetische kennis ja? uh, werd, daar, ja, werd daar gedeeld. Hè. Dus al die principes uh, van, uh, van de verticale en de horizontale uh, macht, uh, krachten. Vertel uh, uh, eens ook, uh, ik ben, ben heel benieuwd, ik, ik ga een zijtak zeggen, maar ik ga hem toch zeggen, want ik ben heel benieuwd. Nou, Hebben ze ook verteld waar de Japanners van afstammen? Van wat voor, wat voor soort aliens? <laughs> toch... Nou, het gekke is, is dat, dat het soms daar ook over aliens ging. Dus ze moeten uh, toch als het over schepping hebben, want de Chinezen die, ja, die, die geloven, de Chinezen die geloven, in de gele alien. Dat is echt waar. Dat is van de gele alien afstammen. Ja. Marstig. Geen... Nee, 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 nee. Dit is geen gelul dit. ze. Nee, nee. ik, uh, ik weet niet precies de Chinese naam. En ze geloven echt dat die uh, in een, uh, een gele alien. Geloven ze? Ja, het schijnt dus ook dus dat. Misschien, misschien dat de Japanners ook uh, een, 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 een scheppingsverhaal hebben dat ze ergens van een of andere sterrenstelsel of nou ja, een bepaald soort uh, kleur aliens of ja, weet je wel? Kijk, een soort insectoïds of zo. Hier had je weer te maken met uh, ja juist uh, een, een soort godenrijk. Weet je, een beetje ja, beetje zijn mensen van achtig achter. Hun hebben ja. honderden goden of zo. Hè? Ja, ik denk dat dat hele Dragon Ball zie dat dat een beetje gebaseerd is ja. op, op de, de, de mythologie. Hè? Of, of in ieder geval. Uh, want het, hun... hun uh, ja, je zou het een, een religie kunnen noemen. Ja. Maar dat het, het was meer een... Ze zeiden nee, dat is niet. Het is meer een overtuiging. Maar um, uh, die... Achteraf bekeken, leek best wel op de, 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 de um, hoe noemen ze dit, dat wereldje ook weer in, in Dragon Ball Z. Als je ik heb naar Dragon Ball hier nu het hier, als Ik gaad, heb het van de week wel? op het journaal gezien, omdat die gozer dood was gegaan. Ik denk, ik oh, doe leuk. wijs. Oh, is hij dood? Ah, ja, hij is overleden. Sam zegt Vermoord. Suicide. Geen suicide of ja. echt suicide? Geen idee. <laughs> ja. Geen idee. Jeetje, ja. Nou ja, het is wat. Maar goed, ehm. Um, maar ik heb wel in Ancient Aliens hebben ze heel vaak interessante onderwerpen over, over, over ook, ook over de Japanners. en die hebben echt heel veel verschillende goden. En Ancient Aliens dat linkt dan natuurlijk weer aan, aan Ancient Aliens dus, en die dat, ja, ja Ancient is Aliens was fantastisch is natuurlijk. Vallen, hè? Kijk, ik, uh, uh, ja, nou gaan we lekker van de hak op de tak. Dat moet ook. Je bent net Peter jij. Ja, maar ik kan wel weer, kanten terug bij de rode lijn komen. Oh, dat gaan we hebben wij uh, straks. We ja, kunnen weer uh, elke keer terugkomen en dan uiteindelijk. Ja, de, de is hoog, het er, uiteindelijk. Daar ik Er staan iets van zeven lijntjes uit inmiddels. Ja, maar ik kan dat. Ik, ik maar, kan multidimensionaliseren. Ik, ik, uh, multi ik ging net iets zeggen over. Wat was het? Trek hem wel zien. Nee. <laughs> uh, eentje verder. Eentje verder weer. Je was met de Japanners bezig. Je was met allerlei, allerlei godsdiensten. Je, was met, uh, je wou misschien maar, Ik vroeg van. Ging je nog bij een sector? Jij zei van. Nee. nee dat je is ging allerlei. Terug. Terug. Ja, nee, het is nee, een paar maar, seconden is, geleden. Een paar seconden geleden. Ja. Ik wilde daar iets over zeggen, maar. Oh, dat is kut. Dat is kut. Even kijken hoor. Um... Heb ik niet alle lijntjes kut? Toch niet allemaal? Sorry. Okay. Uh, nou, misschien dat ik daar ook weer op. Ah, kom, maar als het een belangrijk lijntje nou, het was. Ja, het ook. was wel een mooi lijntje voor me. pakken ze maar godszandig. Ancient Aliens, was dat hem? Ancient Aliens, klopt. Ja, dat was het. Um, Philip Koppens. Ja. Um, nou ja, die. Uh, ik, ik ken zijn, zijn, zijn weduwe, zijn, 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 zijn vrouw tenminste. De, Kennen is een groot woord, ik heb daar uh, wat, wat messenger contact mee af en toe. Maar uh, hij was uh, samen met Herman Hegge de, ja, de oprichter van uh, Frontier Magazine. Mm. Uh, Frontier Magazine en uh, uh, waar onder andere ook uh, Peter Tonen uh, ja. uh, uh, heel veel voor schreef. En uh, uh, bij de uh, congressen ook natuurlijk altijd sprak, onder andere. Maar ook, ja, andere. Ik heb daar zoveel uh, mensen leren kennen. Dat zijn, dat zijn echt goede vrienden geworden ook van me. Ik denk aan Benjamin Adama. Nou, dat is zo'n interessante kerel. Die, uh, die kan nog, uh, weet je, als, als het over dit soort dingen wil hebben. dan staat hij op eenzame hoogte. Die, uh, zeker als het om, om uh, wie zegt esoterische Is dat nou Benjamin Adamo? Ja, Adama? Ja, Adama. Is dat een Nederlander? Ja, dat is een Nederlander. Hij is, ja, hij gewoon hij woont in Amsterdam. Oh en, ja, maar die ja, moet hier komen en, dus. Hm? Die, en, en waar, waar is hij gespecialiseerd allemaal? Nou waar uh, <laughs> ja, ging niet als het <laughs> gaat over, over uh, de esoterische occulte huh? uh, wereld uh, en en um, uh, het, het, het linker pad uh, spiritualiteit en, en uh, 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 even kijken hoor, ja, mythologische. Maar zeker in, in, in magie uh, en satanisme. En jongen, uh, die vent, dat is een wandelende bibliotheek op dat vlak. Dat is echt uh, uh, ongekend. En hij heeft ook heel veel uh, boeken geschreven die daarover gaan. Super interessant. Hmm. Ja, in, in, die, in die old days uh, schreef hij ook al boeken maar nou, dat dat ging meer over dingen als uh, nulpunt energie en de vril en hè, en en Zwabeland uh, in 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 Antarctica wat daar allemaal gebeurde, uh, hè, UFO's, aliens, uh, heel de, nou ja, heel de speng en um, uh, ja, een heel intelligente vent ook. Die um, ja, die ik was dol op zijn artikelen ook altijd. Dat was fantastisch. En, en het taalgebruik ook. Kijk, hij uh, heeft ook 15 jaar uh, de Kabbalah uh, gedaan. He, nou, ja. dan, dan steek je ook nog. De left hand? De, te, hm? de left hand pad? Van de kabbala? Ja, die Oh nee, dat is iets anders. Dat is verkeerd, uh, Volgens mij, dan ga je juist de Black Magic op, de left hand pad. Dat is toch al die artiesten? Ja, dat dat al die artiesten ja. die zo zitten allemaal. Maar, okay, ja, maar dat. dat dat is ook weer. Dat is niet helemaal. Dat is niet helemaal correct. Maar dat zeg, kan ik nou hij, weer, zeg ik het nou weer andersom. Ik kan ook dat dan kan dat ik het andersom hij heel goed uitleggen. Want het, het, weet je, het, uh, het, dat is nou. Het is vrij van dogma en uh, die hele black hand uh, in, 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 of left hand. Uh, ja shit ik haal ik ik Crowley erbij ik zit Alice Crowley Alice Crowley heeft heeft hij wel waardering voor die die gebruikt de ja ik ja ja ik vind dat een vreselijk iemand ja nee daar hebben die luid van nou goed dus ja daar is dat is 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 dat min of meer begonnen en en dat is dan natuurlijk eigen leven gaan leiden maar ja, dus niemand die dat zo mooi kan, kan verwoorden en duiden als, uh, als Benjamin Adama. Dat is echt zo. Maar goed, um, hè, we hebben natuurlijk ook nog wel eens dit soort gesprekken gehad. En hij uh, was altijd ook heel erg geïnteresseerd in. Ja, uh, mijn avonturen. Mm -hmm. Maar um, um, ja, dus die had je. En dan, ja, uh, ja te veel om op, op te noemen, weet je. Uh, ook, uh, hoe weet je nou. Um, Ondanks Nederland. Als je net Ossebaard. Ja, net Osse Baart, die, uh, die schreef uh, toen, die was juist heel erg toen bezig met de graancirkels. Uh, oh. uh, dus die, die was nog helemaal niet met, met dat conspiratiegebeuren uh, bezig. Toen is ze nog leuke dingen? Uh, nou, sowieso, want uh, ik ben daar een keertje, ja, een keertje uitgenodigd geweest. Uh, vanuit, omdat, omdat ik dus voor Frontier schreef, maar ook uh, uh, het bladmanagement deed. Oh, ja. En wat, wat eigenlijk uh, voor heeft gezorgd dat dat blad werd, ja, werd gered van, uh, van een vroege ondergang. Dus uiteindelijk is het, is het nog uh, ter ziele gegaan. Het lag toch gewoon wel in de kiosk en uh, zo? Het, he? ja, nou, het, ja. Uh, hier? Goed, ja. Goed, nou ja, de oplaag was, viel al een beetje tegen. Oh. En dat wilde ik altijd omhoog hebben. Uh, het was uiteindelijk iets van 15.000. Uh, maar dat is natuurlijk niet, niet heel ja. veel. Maar in die tijd, is, uh, dan ja. spreken we over 20, meer dan 20 jaar terug. Oh. Nou, nee, want in 2000 tot, ik geloof 2016, 2017 oh. zijn de laatste nummers oh, ja. uitgege uitgebracht. Maar toen was het al inmiddels wel een jaartje weg. En um, toen uh, hebben ze, um, ja, er zijn twee versies natuurlijk. Um, toen kreeg uh, Herman, uh, Herman Hegge, de, de uitgever, die kreeg uh, een... een uh, uh, hele zeldzame bacteriën uh, in zijn hersenen. Mm. Um, die, uh, die altijd dodelijk is. En hij was het unieke geval die het heeft overleefd. Maar vraagt niet hoe, want um, hij was gewoon zijn cognitieve functies kwijt. Mm. Uh, en het was een hoog intelligente, hoogbegaafde uh, man. Mm. Die heel veel betekend heeft ook voor uh, de holistische wereld. En, en uh, gezondheids, uh, uh, dus natuurlijke... Gezondheidsproducten, uh, natuur, geneeskunde. Uh, daar brak hij echt een lans voor. En, en, um, heeft hij echt, uh, ja, en ik denk dat ze hem gewoon uit de weg wilden hebben. Zat hij ook met uh, de Gemaanse geneeskunde en zo dan? Of, 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 of echt de zijder, zijder. Nou ja, uh, hij, alles, alles wat, ja. Uh, wat daar iets mee te maken heeft, hij had een winkel ook. En uh, uit, eigen uitgeverij. En nou, hij bracht prachtige boeken, bracht, brachten ze uit. Weet je? Ze waren een grote concurrent van uh, de Ank. En um, nou ja, Ad Broer, hè, die, die, die gaf daar ook zo'n boeken ja. uit. En, uh, hij, hij is echt, echt een, voor heel veel, uh, is, is hij een podium en een springplank geweest naar, naar een, een groter publiek. Ja. He, je had ook de Frontierbokaal. Uh, of de Frontier. Ja, frontierbokaal hier bokaal volgens mij. Uh, award. En, uh, nou ja. Uh, Fran uh, weet uh, Lange Frans en Jors van Hout, die hebben hem een keer in ontvangst genomen. Ja, dus, dus het hele wereldje. en zij, zijn echt, zij hebben echt de, de, de weg geplaveid. naar. naar uh, nou ja, waar, waar nu nog de vruchten van worden geplukt. En uh, ja, het is heel jammer dat, weet je. Het is heel triest eigenlijk. dat hij nu gewoon ergens in een, in een tehuis. Als een kastplantje zitten verpieteren. Ja, maar we moeten juist weer die esoterische shit ook gewoon weer... Uh, nou ja, da toch, daarin of? was hij namelijk echt baanbrekend. Ja. En, en hij was ook een verzamelpunt voor mensen als bijvoorbeeld John, Kul Kul John Consumulder. Is Ook een geniale gast die, die echt, echt dingen te melden heeft. Maar ja, weet je, die, ja, je hoort hem nauwelijks meer. Waar um, zat hij ook weer bij? Die had ook een website, toch? die kon ze uh, ja ja, de, ook ja maar hij, hij deed ook hij deed ook podcasts al heel, heel vroeg al in ja. 2012 al al eerder denk ik ja, hallo ik deed ook in 2012 ja, al ja, ja, podcasts ja, ja, hallo ja. hallo ja maar hij, hij, <laughs> nodige, hij, hij had dan interviews met uh, echt interessante gasten toen al die weet je, ik Donald, had ook Joost Joost ja, 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 ja oké okay, hij heeft <laughs> Joost hij heeft Joost weer niet geïnterviewd dus ja, zie. Uh, kijk ja <laughs> ja hé, hey, dan uh, ja Nee, dan ben je wel een groter. Maar oh. um, <laughs> um, frontier, waar gingen we frontier? toe? Frontier. We waren ja, en, frontier. en Philip Coppens die hadden ze in 2013 al te grazen genomen uh, met turbo kanker. turbokanker. Oh, ja. Dus uh, en die was. Toen, hadden ze toen al mRNA en prikken? En dat even even inderdaad het, het, uh, weer even het, 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 het bruggetje naar um, uh, Ancient Aliens, mm. hè, waar hij natuurlijk ook uh, deel was van, van de, van de uh, redactie en, en, en de regie. En zij waren met een, iets heel groots bezig. Echt, echt een onthulling op, op Ancient Alien-vlak. Dus uh, op het punt om, om dingen naar buiten te brengen. En, uh, en toen, kreeg, toen kreeg hij die uh, Turbekang. En, dus, dus, en die, dat seizoen is dus nooit, uh, is dus nooit uh, uitgebracht. Dat hebben ze nooit gedaan. En, 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 uh, en, en, en je weet ook niet waar het over ging? Welke hmm. ontdekking? Je weet ook niet waar het, wat dat voor ontdekking? Het is te lang hmm. geleden. Het is te lang geleden. Maar zijn vrouw weet dat. Oké. Okay. Nou, onlangs heeft hij ook weer contact oh. gehad met uh, Geert uh, uh, Kimpen. Dat is uh, ook een, is een fantastische auteur. Die uh, oorspronkelijk Be een Belg. Uh, woont in, nou ja, of al pleeg Bodegraven. Uh, <laughs> de, overigens heeft hij daar ook wel uh, het een het, het ander over geschreven, uh, meen ik. Mm. En um, hij, hij heeft prachtige, de, 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 kab de Kabbalist, um, de Geheime Newton. En god him, dat is echt, echt goede, goede, diep onderzochte esoterische zit ook over alchemie en, ja, ja. en, en wie Jean-Saint-Germain en en al dat soort dingen. Och, Saint-Germain. Ja, Saint-Germain mij heel heel interessante historische figuur natuurlijk. Och ja, ik heb het over de ze hebben ook de de, 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 de geascendeerde meester hè. Ja ja ja, ja. de dus, meester uh, Saint-Germain met de violette vlam. Ja, de violet, violet flame. Ja, de violet flame Saint-Germain. Ja ja Ik, ik schreef daar ja. vroeger wel hier grappige columns over. <laughs> ja, oké. Okay. Indigo Revolution. Ja. Ja. ja, Ja, um, ja, dus dat. Uh, ja, dat is ook een wereldje op zich, hè? Uh, mijn god, joh. Maar goed. Ach ja, je kan, je kan hier uh, dagen over praten. Over dit soort ja. dingen. Dit, uh, ja. Ja, ja, ja. Ja, dat is allemaal afleiding. Maar goed, um, wat, er, wat er. Ja. Uh, help even. Wat <laughs> ja je, je was ging ja, je, er, had, uh, je was er ging nog steeds ja, over frontier ja, ja, volgens ja, mij of niet ja daar kan je ook maar ik kan ook verder terug Je kan ook als je wil maar ik kan ook weer teruggaan naar je periode dat je eventjes stemmen kwijt was en dat je op zoek ging naar al, allerlei uh, stromingen en, en want zo kwam je ja. namelijk terecht um, nou klopt dus uh, op op zekere moment uh, dat was ik geloof na mijn diensttijd toen had ik ook uh, uh, had ik, had ik ik ben toen heel ik denk ja ik, ik had eerst al geprobeerd om eronder uit te komen nou dat trapte ze niet in en ja, ja. Uh, toen dacht ik van nou dan ja, dus, dan, uh... dan ga ik maar gelijk heel fanatiek uh, de commandos doen oh jee en uh, uh, ja inmiddels was ik wel ik, weet je ik, ik van, heb je ook van, van, een konijn moet, uh, moeten slachten en rauw moeten eten nou, en zo? een kip de kop afbijten ja dat heb ik ja. gehoord van commandos dus ja. dat, moest jij dus ook ja, ja, ja dat was, dat, en dat was en, en vlak daarna werd het afgeschaft vanwege salmonella. Uh, <laughs> <laughs> maar uh, wie zal het zeggen dat, uh, dat door het afbijten van die kipkop uh, 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 In ieder geval, uh, vlak na mijn diensttijd, toen, toen, toen kreeg ik uh, de ziekte van vijver. Of nee, ik kreeg tijdens mijn diensttijd kreeg ik dat. Daardoor kon, mm. ik, uh, kon, ik, kon ik het niet afmaken. Zouden uh, zou het komen kwam, door die kippen. Heb je die kippenkop opgebeten? Ja, heb je deed de, natuurlijk. Ja. Ja, misschien heb je daar wel. Uh... Ja, wie zou het zeggen? Dus, uh, <laughs> ja, nee, ja, PFAS. Dat, dat lijkt op, op Voodoo ook. Hè? En, ja, ja. en, ja, en PFAS, dus um, iets, iets in, je, in, in, in je systeem. Wat dan uh, voor dis, disbalans zorgt. En um, nou, die entiteit, hè? die was, was weliswaar weg, weggestuurd naar een van de Realm, Maar die, die keert terug. En, wel klein. klein had dat gedaan, hè? Hm? Peter Klein. Ja, Jan Klein had dat. Had had had, maar niet, niet voorgoed. Dus het, het, het vond weer zijn weg op de een of andere Wie manier. Je had hem naar een andere realm gestuurd. En, 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 Wat als, hij er precies mee e heeft gedaan, uh, uh, weet ik dan ook niet precies. Ongeveer drie jaar uh, lang uh, heb je hem niet meer gemerkt. Zo'n uh, identiteit. Uh, zo ja, tussen 18 en 18, ja, zoiets. En, ja. Uh, en uh, nou, dat ik uh, ook gelijk, want mijn vriendinnetje, drie jaar gewoon echt, ja. Een, 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 dat was zo, weet je, zo dik met elkaar, maar um, er ging van alles mis, plotseling. En mm. uh, er ging uit, en, en zij, uh, ik had ook wel eens over Hendrik verteld, en um, zij uh, heeft op een gegeven moment toen, toen, toen ruzie kregen. En, en ik, zei van: Je bent weer bezeten, weet je, hij is, uh, hij is terug. En toen werd ze ook heel bang, mm. en um, ja, en daar schrok ik natuurlijk ook van. Ik denk, ja, dat ja. is dun over gelul, weet je. Ja. Dus um, uh, ik zal je nog eens wat vertellen. Maar um, ja, dat bleek wel het geval. En uh, toen uh, was ik het zo zat. Inmiddels had ik best wel wat, wat kennis opgedaan. En uh, ik denk, jongen, ik, uh, ik wist gewoon op dat moment een soort van, van helder weten. Uh, wat me te doen stond om. Niet alleen van, van dat gedrocht af te zijn, mm -hmm. maar ook. Uh, de, de afzenders. voorgoed spel mee goed uit te schakelen. Ja. En uh, dat heb ik gedaan. En, um, ja, dat is best heftig eigenlijk. Dat kan je we wel dat kan we iets bij voorstellen. Uh, uh. Dat, dat is iets dat. dat is een gevecht wat zich afspeelt. Uh, op het astrale vlak. Ja. Hè? Um, en. Uh, ja, het, het, is, het is iets uit, uit, een, uit een stripverhaal. Het is iets uit, weet je, uh, als, als, je het, als je het jezelf hoort vertellen, maar zo was het. weet je. Dus ik, oh, ja. ik heb echt. Uh, Bad ass ben ik echt uh, gewoon op ze los gegaan. Mm -hmm. En uh, sowieso heb ik eerst die entiteit die heb ik uh, genullificeerd. Dus, uh, kijk, dat was een. Gemullificeerd? Genullificeerd. Dus, dus gewoon tot, tot niks. Dus ja, ja, ja. Alleen de. He, dus de, het, het is een energievorm um, en uh, het heeft geen ziel. Dus je kan het, je kan het gewoon eigenlijk, uh, ja, gewoon, uh, ja, weet je, een, als je iemand doodmaakt, dan heb je in ieder geval nog, nog een geest en een ziel. Hm. He, en die hm. nog een keer incarneert en ja, he, want dat kan niet kapot. Maar dus dat... Dit is gewoon dat geschapen dat is gewoon, door ja, die Black Magic ja, gasten. Ja, dat is gewoon een geanimeerd uh, ja, ja. Uh, een stuk energie. Wat, uh, en um, daarna ben ik achter die... Uh, uh, ja, die, 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 die uh, ja, duistere uh, uh, groep aangegaan. En dat was een, was een redelijke groep. Um, en... Um, Astraal, het, he? het is astraal, ja. En, en hè, dus voor een deel visualiseert, maar je gaat in een hele diepe trans. En um, wat daar gebeurt is, is eigenlijk best abstract, maar ik kon het volledig vertalen naar wat er gebeurde. Ja. En dat was, dat was echt een, een, een astraal gevecht. Um, beleefde, je, in, 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 beleefde je dat in jezelf? Of, of was dat echt. Ja, dat is dat zeg maar interdimensionaal. Ja, precies. Ja. ja. En, uh, nou ja, uh, ik, ik heb daarmee afgerekend. En uh, het is ook tot op de dag van vandaag. Van vandaag uh, ja, is dat, is dat ook gewoon gebleken. Uh, en en ik, ik weet dat ik het niet eens hoef te zeggen. Want. Maar hoe uh, heb je het uh, tot een einde kunnen brengen? Ja, ja, weet je. Wat ik al zeg, dat is vrij abstract. Maar ik heb. Ja, maar zo, maar ik uh, niet, maar zo werkt het. Zo werkt zo, ik, ik heb dit ook. Meerdere keren heb ik met dit soort we, wezens. ook nee. zelf dit soort dingen meegemaakt. Dus ja. Ik weet, je, weet je, en ik heb er ook wel eens in als, je, als van mij uit, dus... Als jij die, ja. als je, uh, en ik kan niet uitleggen, uh, zeg maar in, in wetenschappelijke termen uh, wat je dan precies doet. Nee, ik Maar ja. ik heb, uh, het is voor een, een deel uh, is, het, is het ook de kracht van het 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 voorstellingsvermogen, visu visu kunnen visualiseren, maar dat je dat wel doet op basis van een bepaalde kennis waarin je uh, weet uh, hoe de scheppingskracht werkt. Mm -hmm. En um, uh, ik weet niet of je wel van de snaartheorie hebt gehoord. Um, Vaag. Nou ja, je, dus. Maar ik weet niet wel eens of, op, nee, Je kan dan instant creëren. En, en uh, zeker in, in die astrale wereld kun je acuut manifesteren. En uh, nou, daarin heb ik, heb ik dan uh, dus die, die, die manifestatiekracht omzet in, in wapens uh, die... die nou, niet per se, uh, ja, dus moet je niet denken aan, aan, ja, op zich heb ik wel een zwaard ge gebruikt, maar um, innerlijk licht ook wel eens, ja, met, die die een, een, een zielenzwaard zeg maar, dus ik, ja. ik heb dat, dat ontstoken met, uh, ja, het, het, de hoogste vorm van 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 uh, hm. in, energie die die dus uh, een, een, ja, alles wat wat uh, niet Vervolgens de natuurlijke blauwdruk is geëvolueerd, uh, ook ook terugbrengt naar ja, nee, zijn oorspronkelijke ja, vorm. Ja. En ik heb het zeg maar het, het, het bewustzijn van van van, van 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 wat wat een verdorven bewustzijn was, heb ik uh, in een in een soort twee tweedimensionale, uh, ruimte gedrukt uh, en vervolgens naar naar een, een nulpunt hm. gebracht. Uh, wat als een soort zwart gat uh, fungeerde, en uh, waarvan ze gewoon nooit meer zouden kunnen terugkeren, als ze het al hebben, zouden hebben overleefd. Ja, maar oké, dat, ja. dat overleef je niet. is ja. dus, um, en, en nou, mooi effect, mooi. Ja. Nou ja, ja, goed, weet je, ja, dat, dat is best wel uh, was heftig, maar weet je, um, het, het was wel proportioneel, geloof me. Weet je, dit, ja, maar natuurlijk was... ja, ja, ja. is het proportioneel. Tuurlijk. Ja. Hallo, ze hebben. Uh, weet ik voor hoeveel levens lang hebben ze. Even voor de duidelijkheid hebben ze jou ja. lopen fokken. Er was ja. niet alleen in dit leven. er was gewoon in, in, ja, in al ja. je incarnaties. Ja. Ja. Sinds die uh, spel. Die, ja, dus, Die, die dus, toverspreuk is uitgesproken. Nou, ja dus dan, inderdaad. Um, ga, ja, ja ook proportioneel dan gesproken. Heb, ja. je, heb jij de alle rechten om dit te doen? Hè? En, en je hebt ze waarschijnlijk vaak genoeg gewaarschuwd. Zo van. Uh, nou, optieven. En dan op een gegeven moment is het klaar. Op een gegeven moment klaar, dan is het klaar. Het is klaar he? ja, en, en dan, en en dan, is, en dan ja. is de laatste remedie. Ik heb ook wel eens met dit, wezen, met dit soort wezens te maken gehad. Dan is de laatste remedie, inderdaad. Geef ik ze de laatste keuze is. Ja. Stop nou. Of, of, of dit en dat. Of inderdaad, de laatste keuze is. Je gaat in een, in een, in een, in een box en. Uh, ja. Je zoekt het maar lekker uit, vriend. Daarin, want wij, wij zijn de masters of this universe. Exact, en zij niet. En, en daarin zit ons, onze, ons machtig. Wij onderschatten. Uh, wie wij zijn. Ja, we, we weten eigenlijk niet wie wij zijn in onze menselijke gedaante, mm -hmm. omdat wij ons met, met uh, ons, onze menselijke gedaante identificeren. Ja. Uh, terwijl uh, ons spirituele wezen is. is uh, in, in, uh, uh, wij, wij kijken altijd naar hogere ja, hoge dimensies, die wezens die zijn. Ja, wij zijn heel nietig. En, nee, dat zijn wij zelf, weet je. Ja, precies, um, ja. uh, dus. Uh, en alleen we houden onszelf in, in deze staat, omdat, omdat we anders het spelletje niet kunnen spelen, snap je? Dus uh, 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 ja, en, en aan de andere kant is het ook alweer uh, wellicht ook heel mooi om, om uh, ondanks dat we achter die, die sluier zitten te ontdekken wie je bent. En op dat soort momenten krijg je ook even toegang. Dus hmm. dat is mij toegestaan toen om, om dat te gebruiken. Want het is iets wat ik. Uh, wat ik uh, op de een of andere manier zou ik zou ik nooit ten nadelen van uh, niemand iets of, of, of hoe zeg je dat? De nadelen ten van, niemand in in van niemand er van ja. kunnen, kunnen misbruiken. Uh, want dan heb ik er gewoon geen. Ik, ik merk dat ik daar gewoon dan. Dan gebeurt er gewoon niks. En. Um, ja wat ik het ook gemerkt toen ik uh, dus op, op, op zeker moment uh, had ik had ik een, een winkel in uh, spirituele artikelen dat was een uh, eigenlijk omdat mijn moeder overleed in in 2005 en uh, uh, dat was voor haar was het altijd een droom en uh, uh, om haar uh, dat was voor, voor mij was het een, ik wilde het ook graag, weet je. Dat was ook een wens uh, van joh. Ja, dat is eigenlijk wel fantastisch. Die, die gelegenheid deed zich voor. En ik, ik zag ook van ja, weet je. Uh, en in die tijd uh, merkte ik ook wel dat. Het dat, dat was er ook, ik zit er een eentje er ook. Dat, dat, dat niet, zijn dus ook wel. wel uh, regelmatig bij me was. In die, het eerste jaar, zeg maar. Ja, ja. In, uh, in, in, uh, ja, in energie of in. Uh... Ja, in, uh, in, 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 uh, in energievorm. Uh, ja, wat, wat uh, de eerste ervaring was eigenlijk toen ik uh, uh, op, een, op de bewuste dag dat zij overleed een telefoontje kreeg van de buurvrouw die me vertelde dat ze naar het ziekenhuis was gebracht uh, dat ze een ongeluk had gehad. En uh, uh, dus ik dacht, oh vrees ik, weet je. Is alles goed met haar? En. Geen mee van jou, En. Um, praten en. en, en, bloot, nee, en dat is de regel af. altijd van bij mij, de show. Niet praten en roken tegelijk. Nee. Uh, nee ja. Maar goed. Um, toen. Nou, ik, ik was met mijn kinderen aan het spelen. En, uh, kreeg dat telefoontje, de buurvrouw een beetje in paniek. Nou, ik dus ook paniek, uh, maar ik had zoiets: oh, jee, weet je, als als, als het maar uh, nou, als het maar niet iets heel ernstig is. Ja. Uh, maar ik moest zo snel mogelijk naar het ziekenhuis komen, want ze konden verder niet veel over zeggen, wist niet, niet veel van de situatie af. En uh, nou, dus ik uh, zeg: ja, schat, uh, ik, 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 moet, uh, ik moet naar het ziekenhuis, dit, en dat is gebeurd. Oh, ga maar gauw. Dus ik spring in die auto en ik... Uh, nou, erg vol, uh, vol op de gas, hè. En, uh, naartoe en, en ik, ik was naar de snelweg aan het rijden. En boef, in één keer komt mijn moeder door. Dus... Oh, ja. um, en, nou... Ook in haar stem hoorde ik gewoon van... Uh, ook een soort van in paniek. Uh, misschien ook verrast door de situatie. Uh, van, ja, ja Paul... Paul um, ik, uh, um, het is oké, het is, het is oké, okay, het, okay, het, is, het is goed. Um, uh, ze, ze, ze was eigenlijk mij aan probeerde ze in haar paniek, van te overtuigen om niet in paniek te raken of zo. Ja, ja, zo, zo klonk ja. het. En, um, en ik zei, mam, wat, wat is ze dan? Ja, het... Uh, 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 en, en, ik weet niet meer precies, maar iets wat ze zei, daaruit bleek dat ze een soort van afscheid kwam nemen. Ja. Het voelde als... Uh, in een soort tussenlaag van de realiteit, hè, een soort, de etherische laag misschien. Mm. Dat ze van daaruit dus dat, dat contact met mij uh, opnam. Dat al heel bijzonder. Wat knap is, eigenlijk. Als je als je in, in die situatie net overleden bent, ja. ze, had een, ze bleek dus een honorisma onor, te, te, te hebben gehad, echt midden in haar hoofd. En, en daar konden ze gewoon niet bij. Dus uh, mm. Uh, en dat bloed dan helemaal vol en dat gaat zwellen, maar ze konden het niet of, uh, 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 opereren. En uh, nou ja, dus, uh, nou, toen, toen was het helemaal, toen werd ik gek. Hè? Dus ik, uh, nou, ik ben er echt met, met alles wat ik uit, uit die kar kon trekken, met, uh, ik geloof, 190 of 195 uh, naar, uh, naar een bos ge, ja. gespeerd. En uh, uh, ik kom daar aan, ik, ik, ik loop daar uh, binnen, zit mijn oom, die zit daar. Uh, vrij onbewogen, maar. Hij uh, uh, ja, zegt die Paul, Paul, uh, houd hou er rekening mee dat je afscheid moet nemen van je moeder. En ik, weet je, ik wilde het gewoon niet geloven. Ik kon het gewoon niet bevatten, ik kon het gewoon niet geloven. En maar... ik, ik zeg: uh, Nou, het, uh, hè, dat zullen we wel zien. En, uh, uh, en, en ja, hij zegt die, En ik, uh, ik wil niet dat je, dat je uh, oma belt. Ja, je moet je voorstellen hè, dat, dat, dat je, je kind overleeft op die leeftijd. En. Um, um, maar ik had zoiets van ja. Maar dat is later, trouwens, dat is ook niet belangrijk. Um, uh, toen kwam er een, een, een verpleger binnenlopen. Of een arts, ik weet niet meer. Een witte jas. En die, uh, die zei: uh, U bent de zoon? Ik zeg ja. Het uh, oudste. Uh, ja. Ja. Um, we gaan haar zo zien. Maar uh, ik zeg je op voorhand. Dat je er rekening mee moet houden. Dat, uh, dat uh, ze het leven niet kan dragen. Dat je afscheid van haar zult moeten nemen. Nou, jongen. Echt. Je had me veel beter nog met zo'n moker kunnen. Uh, in elkaar kunnen rossen. Uh -huh. Nonde U-man. Ik ging door de grond. En. Ja, dan nog, weet je, uh, wil je zeker weten dat ze alles aan, aan, aan zullen doen. Hè? Dus uh, uh, een vriendin van mij, die werkt in dat ziekenhuis. Dus die heb ik uh, acuut gebeld. Uh, van: uh, Ja, ik wil dat jij uh, de, naar elkaar OK gaat en, en uh, nog uh, meekijkt naar de diagnose en, en het zelf nog eens doorneemt. Hè, dus elkaar, OK assistenten, wisten echt wel uh, uh, waarnaar te kijken. Uh, want uh, uh, ik, ik was toen al een beetje. Uh, uh, een beetje een wapje al uh, in, in die periode al, uh, dus want ik vertrouwde gewoon. Uh, ik, ik, ik had echt zoiets vanuit. Zo raar dat, want uh, een, een week daarvoor belde ze me nog eufor euforisch van wat ze had meegemaakt in en in een dat was prachtig en een uh, 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 week daarvoor was ze jarig en en ik geloof dat ik ook nog een beetje lullig deed tegen. Dus ik denk, nou, op deze manier... Uh, en, en, ze, en ze stond op het punt om uh, twee maanden uh, naar een soort in Hawaii te gaan. En daar ook allerlei uh, oh, ja. dingen te doen. En um, dan gunde ik haar zo, weet je wel. Ik denk, nou... Dat, en ze was net gepensioneerd. Dus ik denk, dat kan toch niet dit? En um, nou, daar lag ze, weet je wel. Dus en slangetjes. En um, ja... Toen kwam uh, Maloes die vriendin. Marloes, die, vriendin die, uh, die kwam mij toch het slechte nieuws brengen dat, het, uh, dat ze niet te opereren zou zijn. En dat het, ja, dat ze dan. Nee. Dat konden ze wel doen, maar dan zou ze een kastplantje worden nee. zeer waarschijnlijk. Ja, ja. Uh, maar dus ik moest op dat die dag hè, op, op, ja, een uur daarna, mijn broer was inmiddels ook gearriveerd, besluit nemen. Om de stekker eruit te trekken, ik kreeg niet eens een, een extra dag bedenktijd, Dat was gewoon was uh, gewoon, bam, gewoon... Bam, bam. ja. Ja, mm. ja. en um, nou, dat was dat was heel heftig. En uiteindelijk, weet je, na naar, naar meerdere consults en uh, nou, begin was die hele familie er, die kinderen, en um, toen hebben we ja, toen hebben we de, de knoop maar moeten doorhakken. Mm. Um, en in, in ja, heel goed vertrouwen. Wat, wat, en ergens ook de angst dat, dat het toch misschien uh, de verkeerde beslissing zou zijn. Ja, want dan, dan ben jij wel degene die zegt: uh, hier zwaarts ja. van dame les, uh, ga maar. En. Um, maar had je toen nog steeds contact of. Of, of was dat in de auto wat je. Ja, in de auto maar, had ik dat contact. Op, op een moment in het ziekenhuis niet meer. Nou, ik was zo. Beetje. Ja, daar ben je ook helemaal uh, gestrest. Uh, ja. dat, ik, dat ik misschien ook op dat moment even niet bereikbaar was. Ja, precies. Ja. En um, toen. Nou, toen uh, We besloten om. Uh, haar los te koppelen van de hartlongmachine long -machine. En. Uh, toen. Um, ja. Dan dus, dus zie je, dus dat, dat liepje, dat gaat dan op een gegeven moment steeds trager. Maar dat duurde nog even, want ze had heel sterk hard. Nee. Dat was heel, heel gezond ook eigenlijk. Dus en, en, en voor haar leeftijd zag ze er ook super jong uit. Um, dus ja. En um, toen uh, ja, hebben we ja, allemaal haar hand en haar vastgehouden. En, en haar toegesproken om beurten. En uh, op een zeker moment, toen zag ik. Dus we dat, uh, dat hadden haar vast en, en in één keer. Komt zo'n traan uit haar, uh, uit haar ooghoek. En. Uh, de kut. Ze maakt dit bewust mee. Weet je, ze, ze is gewoon. Op dit moment zit ze, ze in ja. haar lichaam, maar ze, ze zit vast in haar lichaam en ze, ze hoort ons, maar ze kan, niks, ze kan niks bewegen. Holy fuck, weet je wel. En. Uh, Oh, dus, uh, nou ja, goed, dus dat uh, was mijn moeder. Maar ja, goed, uh, mijn moeder was een bijzonder mens. En... Ah, ja, je vertelde, je kwam erop omdat je, je had nog wel een jaar contact met haar in energetische vormen. Ja, ja. Ja, mm. uh, ja ik zeg al net, ze was een bijzonder mens. En uh, ik moet je ook zeggen dat uh, op de dag, de dag van de begrafenis werd ik gebeld door, door een jongen die, uh, die heeft haar gereanimeerd. Uh, een ambulancebroeder die, die mm. toevallig Langs reed, hè, Op het moment dat zij aneurysma kreeg... En, en de auto zachtjes tegen een boom had geparkeerd. Oh. en um, uh, Voordat de ambulance kwam. En, um, hij belde mij. Uh, hij zei, want uh, jouw moeder... ondanks dat ik haar niet heb gekend... ik heb haar gerenommeerd, maar uh, ik heb het nooit gekend. Ik heb het niet gesproken. Uh, maar heeft een diepe indruk op mij gemaakt. Omdat um, ik heb heel wat... Mensen met een aneurysma of, of een, 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 een toeval of een, 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 een herseninfarct ja. gezien. En, en die hadden altijd een, 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 een grijze kleur en een grimas en een, een angst op hun gezicht. En jouw moeder, die, um, die had een, een blos op de wangen en een gelukzalige glimlach. Maar, maar een, hele, een hele mooie, serene glimlach die diepe indruk maakte op mij. Ja, mooi. Volgens mij was jouw moeder een bijzonder... Als ik, <coughs> brok in mijn keel. Een bijzonder mens, hè. Ja, ja, ja. En ik um, zeg ja, dat was ze. En uh, hm? uh, meer dan je misschien beseft. Maar goed. Um, ja, zij uh, heeft... Maar dat is toch wel bijzonder. Dat, 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 maar dat... dat, ja, dat... Ik wil het over niet over... zeggen een geluk bij een ongeluk, maar het is toch wel een mooi iets om. Uh, ja, weet je. Uh, zo'n historie. Ja, te horen, ja dat, was, dat was echt ja. heel fijn. En, en weet je dat. Uh, wat, wat, wat ze ook heeft uh, geflikt is dat zij uh, via een vriendin van haar, die, die ik verder eigenlijk niet kende, um, maar. Uh, en die, die nooit had gechanneld, maar uh, dat ze via die vriendin. Een, een, uh, dus heeft zij gechanneld en een, uh, via de e-mail een boodschap aan mij, uh, een e-mail e aan mij gestuurd. Oh ja. En, en exact die bewoordingen ook. Uh, dat was mijn, hoe mijn moeder tegen mij sprak. Cool. Cool. dit klopt, het klopte gewoon 100%. En dat oh. kon zij gewoon niet weten. Ah, ja, ja. Zij kende mij ook niet. En ze, weet je, dat, dat waren dingen die gewoon ja. Dat was echt bizar. Dat, misschien dat omdat flict. ik... Op, uh, misschien, ja, dan kan ik trots op staan. Ik zou daar ja, trots zeker. op zijn. Ja. Als al uh, dat, dat mijn moeder... Het, ja. het zou mijn moeder niet, ook, ook, ook niet zijn als zij niet dus inderdaad waarschijnlijk had... Uh, hè, op, 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 op dat bewuste moment in de auto kon ze me bereiken. Maar misschien uh, dat ik zo, op een zo dicht was geklapt. Of ja, uh, zo uh, verdrietig. Uh, 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 dat, dat ze me op dat moment niet kon bereiken. En dat was volgens mij ook... ...gecremeerd uh, inmiddels. Maar uh, ja, we hebben... Uh, ja, dat ze, dat ze op die manier... ...toch een, een, een weg vindt. En uh, ja, dat is, en, en dat is ook, ook wel typisch mijn moeder. En, maar ik denk dat zij... ...wel <laughs> vrij snel daarna is zij... ...ja, is, is zij gewoon... ...opgegaan in... ...omdat haar bewustzijn was, in, was, was best wel hoog. Kijk, zij was ook... ...de oorzaak eigenlijk... Uh, direct of indirect dat uh, dat ik uh, dus in die multidimensionaal bewustzijnstoestand ben geraakt ja. Ja, dus, uh, dat was na een, een healing sessie die ze me gaf en dat, uh, dat ze ging all out en ik uh, uh, heb op dat moment gebruik gemaakt van uh, de, de kanaliseren van, van 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 die energieën die zij deed met een soort magnified healing um, door uh, in te tappen op ja uh, dus, dus de uh, uh, multidimensionale of of was dat uh... het het wereldorgonveld zeg je dat wat wereldoor orgonveld oh, orgon orgon ja orgon. Uh, zie dat maar als, als he, waar waar on, oneindige uh, ki levensenergie mm -hmm. uh, wat 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 de de nou ja, basis hoe, hoe, hoe is van, ik het hoe hoe ik het hier op aarde ook ervaar is wij ervaren nu deze laag maar als ik ik kan bijvoorbeeld nog steeds met mijn vader contact maken die zit in zo'n diepere diepere laag dimensie weet je wel er zijn meerdere de moeder aarde is multidimensionaal dus ja 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 dus op die manier ja Snap ik hem te twijden, ja, he? ja, 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 je hebt het multiversum, je hebt uh, het omnivum, je hebt ja. Uh, don't get me started. Maar uh, anders, anders raak ik weer zeer zwaar gesidetracked. Ja, nee, we hadden het maar, over dat we, hoe, hoe je op die uh, multinationale ervaring kwam. En, en ja. Ja, waar je dan intapt, ja, het hoeft ook helemaal geen woord te nou, hebben. Het hoeft ook geen ja, woord zo uh, te uh, hebben. Weet uh, je, je, wat? je tapt gewoon op iets. Laten we proberen het niet te veel te op iets, rationaliseren. Op iets en, en te zonder te tijd, zonder ruimte, ja. daarop ik, um, ik, ik raakte in die, in die, in die staat. En, um, uh, in het begin had ik dan niets door, maar ik merkte wel dat ik ontzettig, me ontzettend gevitaliseerd voelde. En, uh, maar ja, had nog niet voor de helft in de gaten hoe, hoezeer ik gevitaliseerd was. Um, ik ben ook. Uh, daar, daar blijven slapen. Mijn moeder kan mijn eigen kamer ook. En uh, toen werd ik. Die nacht werd ik, uh, nou, uh, schrok ik wakker. Um, althans, ik bevond mij in één keer in een soort stadion waar, waar, waar uh, allemaal, ja, volgens mij heavy metal. Uh, fans, mm -hmm. um, zonder te juichen. Uh, bij de afkondiging van. of, of het laatste stukje van. van uh, nummer van, van. ik weet niet welke band. Ik heb die. Uh, uh, maar ik stond volgens mij ook zwaar. Uh, heel, heel dicht bij de speaker. want ik werd totaal weggeblazen, man, door het geluid. En ik schrok daar zo van dat ik. Uh, gewoon van de situatie van. Huh? hoe kom ik hier nou? Ja. Wat de fuck. En toen. Uh, schoot ik terug in mijn lichaam. En. Uh, ik voelde ook echt die schok zo. En. Uh, ik kom overeind en ik ik hoorde gewoon nog nog de de, de de geluid van die muziek na echo in in mijn in mijn hoofd en uh, ik zo dat was echt bizar goh nou ja wel trusten, Paul dus um, uh, ja niet zoveel aandacht aan ge, ik had wel vaker gekke dingen meegemaakt dus um, en um, in de loop van die, uh, van, van die, van die weken die daarop volgden, um, begonnen er zich steeds gekkere dingen voor te doen. Dus het begon al dat, dat ik op een gegeven moment me bewust werd van, van mijn lichaam, dat, dat mijn lichaam dat ik het kon horen. Dat je mm -hmm. echt, echt kon uh, horen en voelen uh, tegelijk. Het was een soort van, en en het, het voelde ook als een, als een, een uh, weet je wel, een. een uh, het, het, het kloppen van een, van een adem, maar, het, maar dan meer van het, uh, Hoe noem je dat nou? Dat is, dat is een, een, een bepaalde puls, weet je wel? Ja, ja, ja. ja Voelde ja, ja. ik. En ja. um, uh, die, die ook klonk als een generator. Genera een krachtgenerator, weet je wel. Zo. Mm -hmm. zo. In je Serieus, ja. En. Um, uh, maar helemaal niet irritant eigenlijk. Want ja, ik vond het eigenlijk wel een heel mooi geluid. Ah. En um, ik, ik, ik kon gewoon inzoomen op mijn... de vibratie van je lichaam of zo. Ja, nou ja. Uh, hmm. Of de, de, hoe noem je het? De, ja, maar... Uh, het wat ik bedoel? De, ja, het geluid maar wat jou. Kijk, ik denk hmm. dat we allemaal hè, natuurlijk resoneren. Nee, zoiets. Maar um, deze was zo opgevoerd hmm? dat, um, dat ik, uh, ik... Ik raakte eigenlijk uh, super geaard. He, dus ja, ja. spiritualiteit is in, in, in mijn beleving ook echt geaardheid. De, 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 anders, als je, als, zijn, als ja. je alleen maar in je hoofd zit, dan, dan zweef je ergens. Ja, dat is en, mind en, en, Daar en, zit mind Maar maak je geen contact met aarde, dan ben je niet in je hart. En, um, dus mensen hebben een verkeerd begrip van spiritualiteit. Dat, he, ja, dat heeft allemaal te maken met ja. die new, uh, new age shit. Dat is wat een new cage. Ja, New Cage, uh, ja. inderdaad, ten opzichte van, je zat in religie en, en nou, toen dat niet meer echt werkte, toen zijn ze dat gaan verzinnen. Hè, het, is, het is gewoon een trap ja. van, uh, van een, ja, een satanistisch uh, genootschapje En um, da, toen... En um, zat ik in de... <laughs> toen raakte ik in een... Waren we nou? <laughs> <laughs> nou, deze moet je echt uitknippen, man. Nee, 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 nee. Is het Dat we niet doen. Hè? Hm? Huh? Zat in het ja, maar we zitten nu vijf minuten na te denken over, over, over wat, wat ik ook alweer zei. Nee, maar We komen er wel weer op. Dat... In andere, je was in andere dimensies. Uh, het was een fantastisch verhaal, maar Ja, ja hè? We ja. Um... Spoel, spoelen we even terug. Nee, uh, als ja. belangrijk, ik zeg altijd: we hebben altijd de regel. Als het belangrijk is, dan, uh, dan komt hij vanzelf weer terug straks. Nee, is ook zo. Is ook zo. En, uh, nou ja, dus. Uh, het ging over. Verschillende dimensies op aarde, verschillende lagen hadden we het over. Uh, uh, um, Intappen. Uh, ja, want er, er waren bij een multidimensionale ervaringen. Ik zit er van hoog. Ja, ja, ja. Ja, die, ja dat. Um, en toen, dus uh, ja, ik. Uh, op, uh, ja, ik voelde dus, dus die, 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 uh, die, die puls. Ja. En uh, op een gegeven moment kon ik me ook bewust worden uh, van het gebied uh, buiten mijn lichaam. Die, 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 ik, ik, gewoon, ja, ik voelde eigenlijk bijna niet meer de begrenzingen tussen mijn fysieke vorm en, en, en de ruimte daarbuiten. Ja, precies. En uh, dat. Uh, dat was ook het moment dat ik op een gegeven moment, zoals, zoals wij nu met elkaar aan het praten zijn, hè, maar dan was het super geconcentreerd, euh, want ik was echt super scherp. Dat, dat ik in dat gesprek in één keer een uh, soort ja. Uh, het was geen remote viewing, want ik was, ik, ik was astraal daar op geprojecteerd of, ik, eh, of, 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 of je ja weet ik veel wat wat hoe je het precies uh, noemt want ik kan er alleen maar een gooi naar doen maar ik maar was hebt... gewoon op meerdere ja. plekken ja precies dat en ik, ik, ik liep daar rond en ik zag alles gewoon volledig in 3D hè dat was uh, echt echt daar nou, gewoon echt zoals ik zoals je dingen nu ziet mm -hmm. ja, haarscherp en uh, uh, liep ik daar rond maar of ik dan stoffelijk was dat, dat, dat vraag ik me af dat denk ik niet maar oké okay. He, dus wat dus meer in vorm, denk ik. En, um, maar degene met wie ik het gesprek had, die had niks in de gaten. Want ik, ik, was, ik, ik kon alles tegelijkertijd verwerken. Ja. Dus ja. Uh, dat gesprek voeren, daar rondlopen en, en mijn hersenen konden dat gewoon uh, makkelijk verwerken. He, uh, dat, dat geeft ook aan dat ik op dat moment al, al meer uh, multidimensionaal of, of uh, ja, meer bewustzijn, uh, meer diepe, ja, dieper, dieper liggend bewustzijn. Dat is eigenlijk exact wat het is. He, zodra je bewustzijn verhoogt, dan ga je ook uh, in uh, trillen op een, op een ander niveau, een hogere ja. resonans. wil niet zeggen niveau, maar ja, weet je, bij gebrek aan een uh, aan de juiste benaming, zeggen we dat maar. Um, en Um, dat. Um, dus, uh, ik, ik niet ja, maar wat, weet je, wat, wat het is vanuit die dieperliggende aspecten, die ervaren, zeg maar, als, als, als een spiraal, zeg maar, al onze levens hier in deze kosmische arena. Snap je? En als jij er eventjes in dat bewustzijn intapt wat jij gedaan hebt, uh -huh. dan ervaar je eigenlijk wat ik bedoel, hè, een stipje, bij wijze van spreken, je ziet een spiraal zo, even voor de mensen een spiraal, en je, en, en je tikt daar. En Dan is het dit moment dat ik even deze knop zo Hou elkaar druck. nou even vast. En dat heb je dan zo helemaal in multidimensionaal. Snap je? Ja, 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 ja. Ja, 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 kijk. En als je dat 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 en normaal je kan in dat bewustzijn komen door in meditatie of zo heel diep te gaan, maar jij hebt dit ervaren in 3D zeg maar toch? Ja. Dit, jij hebt dit eventjes vanuit vanuit 3D heb ik 5 D of of whatever D dubbel D ervaren, weet je dus. Ja, precies. En um, ja, hoe, weet, je, hoe, hoe weet lang je, heb dat je, dat heeft. Nee, maar laat me even, even vertellen. Ja, ja. Uh, dat, dat heeft mij de inzichten gebracht. Uh, die, die me in ieder geval hebben doen inzien. Dat wij hier uh, bijna allemaal met een, met een, een, een bijna lege batterij uh, rondlopen hier op aarde. En dat, dat, ons, dat, houdt ons, dat houdt ons eigenlijk in deze, deze toestand. Mm -hmm. uh, want. Op het moment dat, dat die, die batterij, of die accu. Hè, uh, en, en dat, dat uh, was voor. Nou, hoe de zich dat openbaarde, zal ik zo zeggen. Maar uh, ik voel me volledig opgeladen. Hè. Dus ik voelde ook gewoon dat ik grondste van energie. Mm -hmm. En ik voel me mega geaard, weet je, als een soort, soort supermagneet aan me trok, maar tegelijkertijd dat ik dat ik zulke. Uh, dat. dat, 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 dat dat ik zo sterk was, zo energetisch gevoed dat ik daar gewoon geen last van had. Uh, bij wijze van spreken voelde alsof ik gewoon, weet je, uh, kon vliegen. Weet je, dat, dat echt, echt zo'n zo energie. En hoe um, um, zei ik dat? Ja, dat heeft me doen beseffen dat we dat. Uh, dat, dat omdat we onze, onze accu eigenlijk gewoon niet voldoende uh, energie heeft, voeding heeft, mm -hmm. om de functies. Hè, denk aan de junk, junk DNA, wat natuurlijk helemaal geen junk is. Uh, die wij in ons hebben besloten liggen, mm -hmm. niet aan kunnen zetten. Ja. En um, hè, dus dat, dat wij in een soort, soort waaktoestand als, als halve zombies gewoon uh, in, in, mm -hmm. in een toestand waar we aan gewend zijn geraakt, uh, door dit, ons door dit leven sleuren. Ja. En op het moment dat, dat, dat jij volledig full, full power gewoon op, vol, mm -hmm. op 100% staat, mm -hmm. jongen, dan, 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 uh, dan zijn wij gewoon dan zijn wij een, een superieur wezen. Ja. En uh, uh, dus die potentie, die hebben wij echt. Ja, en en dan, zijn we echt, dan zijn wij volgens uh, het uh, Gods evenbeeld geschapen. Hè? Uh, wat, wat, wat cryptisch dan, dan in, in zo'n Bijbel staat. En, uh, nou, maar ja, dat dan is dat je misleidend. Het, maar, ja, weet dan, je, dan, dan word je net zoals in het universum. Dan Sorry. resoneer je met, met uh, ik denk ik, de, de intrinsieke, uh, ja, hoe zeg je dat? Uh, oorspronkelijke. Brom, intelligentie uh, 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 van, van, uh, van, van het leven. Blauwdruk. Ja, ja. En um, ja, dat is daarom dat wij misschien maar 5 tot 10 procent van onze hersencapaciteit ook gebruiken. Want dat, dat geeft aan hoe, hoe vol jouw batterij is. Mm -hmm. He, dus, dus intelligente mensen hebben vaak ook meer in, 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 in energie. Hè, dus die, die gewoon bepaalde taken kunnen uitvoeren. Um, uh, en. en um, nou ja, dus. Wat, wat ik dus allemaal meemaakte was ook dat. Uh, nou ja, dat ik. Op een gegeven moment, ja, dus was ik op één plek. was ik op een gegeven moment vijf, op vijf plekken tegelijk. <laughs> en, en ook nog steeds gesprekken voeren, weet je. Dus. Uh, uh, ik, maar dat was al in 3D, dus dan? Of, of, of was er nog in die. Uh... Ik zat nog altijd gewoon in mijn lichaam. Ja, maar ja. Ik, 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 ik. Jij was in je lichaam hier, maar je. Mijn kon op, bewustzijn. Was op jouw bewustzijn. Wat er gebeurde is, ja. denk, wat ik denk is gebeurd. Uh, ik denk dat dat de pijnappelklier dat dat uh, een, eigenlijk het een, een soort commando centrum is van uh, van uh, het, het, het hoge bewustzijn wat je kan ervaren als je bijvoorbeeld een DMT trip uh, maakte de de de, 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 hmm. de ja uh, de ervaring die je dan hebt de dingen hoe je dan het het, het universum aanschouwt ik heb dan nooit nooit gedaan een DMT trip maar ik heb wel andere dingen wel eens gebruikt um, en, nou, het levert ook wel ervaring op, maar niet zo intens als, als die 5D-ervaring. Nee, dit, uh, dit heeft wel niks met en, de pijn op te maken, denk ik. Nou, kijk... Uh, ik denk dat het meer uit ik, je vanuit nee, wat, je snel nee, komt. Nee, hoor. maar ik... ik wat mijn, uh, kijk, mijn constatering echt hè, was mm. dus dat... Uh, wat wat ik, ik kon observeren had te maken met dat mijn al mijn zintuigen, dus mijn ogen, mijn neus, mijn mond, mijn oren en mijn huid samen een soort van um, fusie aangingen met elkaar. Mm -hmm. Een soort van merge. Een merge, merge, merge ja. Samen, maar, ja. Maar, maar, ja. En uh, wat, wat, uh, wat, wat denk ik aangestuurd door de pijn op de klier. Ja, maar, ik, ik ben daar, ik, en... ik, 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 ik reageer erop, maar dat, dat is tezijde, omdat Ja, het dus, wordt even... vaak in de, als de spirituele dogma's wordt dat ding gebruikt, maar ik heb daar hele video's over gemaakt. Doe het even niet, want ik ja. weet dat dit allemaal vanuit je multidimensionale tijd in je Tuurlijk, gebruikt. weet En ik weet je, dat ik, mensen ja. automatisch over de pijn op een knieën. Omdat dat, dat, dat is een programmering. Maar dat is even te verre zijtak. Maar vandaar dat ik het even aanteek. Oké. is goed zo. Het doet er weer een. Maar dat is dan de bijsluiter, hein, mensen. Ja. Pijn bijsluiter. Um, um, nee, maar zeker je hart is, is, ja, dat is, dat is je krachtigste uh, ja. Um, ja, orgaan, zo maar zeggen. Omdat ook, ook, uh, je pijn, even kort gezegd, met je pijn op een knieën kan gefukt worden. Ja. En met, je hart, en met je hart, wat via, via multidimensionaal ja. via je hart kan, via je hart, kan je hart, nooit, hart komt, dat wordt ja, niet mee gefokt. Je, je kan je hart nooit nooit uh, misleiden. Ja, precies. Daarom. En als je als je van echt vanuit je hart. Uh, en als uh, jij multifunctioneel multi, multi op, op meerdere plekken bent, dat is een soort van bilocator. En ik weet dat uit eigen ervaringen en dingen ook dat dat, dat is een vijfde-dimensionaal iets. Maar wat jij ervaren hebt hier, dat is, dat is echt, heb ik nog niet eerder gehoord, ofzo. Wel, wel dat mensen in 5D ja, disappeared. Het in ging zelfs verder, want de dingen die, die gebeurden, die volgden zich dan op een gegeven moment steeds sneller op, maar ze werden ook steeds gekker. Hè, dus, uh, zo, zo was ik op een gegeven moment, ik weet niet meer waar, maar ik, ik, ik was een, een, een blad aan het lezen, een soort vogue of zo. En daarin uh, stond, ik weet het nog goed, dat was, dat was uh, Jennifer Lopez gewoon een, een gewoon een hele pagina dat je al uh, tot dan uh, tot aan waar Minirock ongeveer ophield. en um, in één keer um, begint voor mij uh, haar ja, die die foto die begint in één keer allerlei, in, in allerlei verschillende mensen te veranderen en ik zie op een gegeven moment aan de kleding ook en op kinderen of een, ik, ik zag op een gegeven moment een zwerver, en ik zag een soldaat. Ik zag een. Uh, weet je. Uh, nou ja. Uh, al haar levens ja. kwamen, um, kwamen. kwamen in, in, in. Nou, in een. Splitseconds, gewoon zo pas. Splitsecond, inderdaad. Pas, pas, gewoon in een, pas, pas, een, een, in een soort worpsnelheid ja. uh, uh, Bij mij langs. Ja, dat en dat is om in een spiraal te zeggen. Al die levens. Uh, Vanuit dat die, bewustzijn ja. is die spiraal is. Hè, poek, 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 vorig leven is allemaal. En, en dat was dus ja. van verdomd. Weet je. Ik uh, zit mijn, mijn bewustzijn nu buiten de tijd, dus buiten de derde, vierde dimensie. Ja. En um, daardoor, weet je, kan je dingen in een split second. kon ik gewoon al haar levens. Uh, tot, ja, totdat ik het, het, het uh, weet je, dat ik dacht van wat de fuck, weet je, het, het boek dichtklapte. Of ja, de, de, de uh, tijdschrift. Van wat de hel gebeurt <laughs> hier, weet je wel. En in het begin vond ik het allemaal vermakelijk. Maar op een gegeven moment begon ik een beetje paniek te voelen: van ja, waar. Waar eindigt dit? Waar gaat dit naartoe? Want ja, ja. ik was hier helemaal niet op voorbereid. Hè? Kijk, ik had wel wat kennis, maar dit, dit was wel heel. Uh, ja, dit was echt next level. En um, toen. Uh, oh ja, <laughs> op een gegeven moment. Uh, was ik. Uh, uh, stond ik onder de douche. En. Ja, Ik stond met mijn hoofd naar de. Je zeg had maar, hier, hier de, de. Weet je wel, die, 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 die regendoes. Mm -hmm. En ik stond daar. Uh, naar de muur. En, en hier heb je nog. Die, 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 die cabine, zeg maar. Uh, tot hier door. En. Uh, in één keer. Ik had mijn ogen dicht, weet je wel. En uh, uh, licht, zonlicht scheen door het raampje. Maar ik zag. In één keer twee. Huge amandelvormige ogen die mij aanstaarden. Oké. Okay. En ik, ik, zei, is nog steeds met mijn ogen dicht, maar we hebben een soort oogcontact. Mm -hmm. <laughs> en uh, ik denk, nou, nah, nee joh, dit, is, uh, ja, waarschijnlijk gewoon het zijn mijn eigen ogen is gewoon een, een uh, door het zonlicht en dat is gewoon uh, op een netvlies uh, zie ik de afdruk van mijn eigen ogen, maar ik wist, ik wist dat het gelul was, want mijn ogen. Weet je. Die hebben toch een iets andere vorm. Absoluut. Ja, ja. dit, dit was bijna een soort. Ja. Ja, dit is gewoon echt grote amandelvormige ogen. En. Um, dus ik vond het wat ongemakkelijk. Ik voelde me ook een beetje bekeken. Dus ik, ik draai me om. En datzelfde wezen. Uh, want het maakte niet uit waar ik me naartoe draaide. Want ja, weet je. Het, 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 Tijd, ruimte... Ja. Uh, ja. Sit, is, is, het zit is andere, anders. Het zit in een andere dimensie. Ja. Dus, um, dus... Dus je kan de... Vijfde, de mensen gewoon vanuit je... vanuit je lichaam ervaren... in de derde dimensie. Um, want... de wiel is weg en, en je ziet... Ja, de realiteit op een andere manier. Ja, in een ander spectrum. En daar... Uh, verscheen een portaal... en daar, daar kwam het wezen doorheen... En, en, in, in dat portaal zag je de achtergrond. Ja, je, je kent wel. Uh, uh, het, het, het schimmeren van, van de zon op een wegdek. Hè? Ja. Nou. Um, zo was die wereld. En, en dat wezen zelf ook. die in dat portaal stonden. Mm. Ja, dus het, het was alsof of het was een waterwereld. of, of het was gewoon. Ja, een, een mm. veel lucidere. Uh, fluïde vorm, zeg maar. Uh, ja. veel, veel minder stoffelijk. Zo, zo kan je het best omschrijven. En uh, het wees eigenlijk vooral een, een silhouet meer. Maar je kon zien dat het ook een soort. Ja. Uh, hoe noem je het? Een. Uh, ja, dat, dat. Weet je, een beetje maar een steuze cape had, zeg maar. Of een. een, een Gewaad. Gewaad, Gewaad ja. Ja, ja. En uh, uh, vervolgens vindt daar een tele telepathisch gesprek plaats. Tussen jou en. Tussen, tussen mij, maar mijn hogere vorm. Ja, ja, ja. En dat wezen. En uh, mijn 3D-bewustzijn kwam hier mee. Weet je, dus die. Dat voelde echt alsof. alsof, alsof... Dus als toeschouwer erbij? was. Ja, als toeschouwer, maar dan als een klein kind. die nieuwsgierig, 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 waar, nieuwsgierig is, waar die twee volwassenen het over hebben. Ja, ja. ja, ja. En, 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 maar die in een andere taal spreken. die een andere taal spreken, dus je krijgt het niet echt mee. Dat is wel ja. lullig. Ja. Ja. Maar in ieder en... geval, ja. En, en, en Was alles allemaal was, was, te bespreken? Um, weet je dat nog? Nee, dat, dat is mij nooit verteld. Dus, uh, je mag ook niet weten wat, wat ik. Ik uh... mag het niet weten, hij nee, is lullig. hè? Ja. Dat is maar, um, maar ik denk dat, dat ik wel ongeveer weet wat de toedracht moet zijn geweest. Want um, ik, uh, ik ben die dag uh, daarna ben ik Carnaval gaan vieren. Mm -hmm. uh, ja, zo was dat een, een goed uh, Oeteldonker betaamt. Hè? Ja, zo hoort het dan, hè? Uh, dan ja, moet je. Ik, ik woonde daar toen ook. En, uh, maar ik, ik bleef bij een, een vriend Pitten. En die woonde in het centrum van de bos. En uh, dan hoef ik niet zo ver met mijn dronken harsjes naar huis te lopen. Want uh, dat had ik al eens eerder gedaan. En dat liep natuurlijk helemaal uit de hand. Dus ik denk, nou, uh, dan uh, blijf ik bij jou, wel bij jou Pitten. En uh, ik had echt. Nou, ik had een topcarnaval. Uh, ik, ik, ik was natuurlijk in die, in die vorm en uh, ja. Ja, ja, je, ging als een, je ging als een soort uh... ik ging als een raket, jongen ik uh, ja. nou, laat ik het zo zeggen het voelde alsof ik een echt een top ecstasy pil had uh, genomen en iedereen in 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 een straal van nou tien 10 meter daar uh, daarvan uh, daar, ook ook acuut onder onder die invloed daarvan raakte hmm. dus jongen ik werd door iedereen omarmd geknuffeld en en uh, ja mensen wilden me zoenen en en nou weet je uh, echt niet oh. alleen maar de lekkere chicks dus uh, <laughs> <laughs> maar um, ja het was het was maar het was gewoon echt uh, euforisch ja. en maar ja ik had natuurlijk wel getetterd en um, een hele leuke carnaval gehad, maar goed. Op een gegeven moment kom je thuis, of uh, niet thuis, bij, bij, uh, bij die vriend. En uh, nou, ik, ik sliep op, uh, op, op de logeerkamer en uh, nou, ik ben gaan slapen waarschijnlijk. Ja, dat moet wel, want uh, toen uh, werd ik op een gegeven moment soort van wakker, maar. maar uh, onverwachts, ik wist dat er iets niet klopte. Mm -hmm. En dan uh, nou komen we op het punt waar we beneden hebben besproken over alcohol. Ja. Um, dat is een soort van in, uh, gateway. Alles, uh, gateway. en dat heb ik ook uh, dat, dat, dat heb ik, uh, toen geleerd, maar uh, ook, ook daarna heb ik het ook gezien, ik heb ook mensen ervoor gewaarschuwd. Als jij bezig bent met uh, esoterische uh, of, of, of uh, uh, hoe moet ik het noemen? Mm. Paranormale zaken. Paranormale uh, zaken. Uh, de geest, de geestenwereld. Het niet-materiële. Uh, ja. materiële. Uh, uh, en en uh, je combineert dat met alcohol. Dat is echt een recipe voor disaster. Ja, dat, dat is echt gewoon dansen op een, 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 een uit, op, op een vulkaan die op uitbarsten staat. Ik weet het uit eigen ervaring, want uh, ja. voor mij was het een ingang één keer op de. Het was net een Russische roulette als ik uitging. Eén keer op de. Vier, vijf keer. Dan ging ik door het lint. Was er een waas en dan ging ik ruzie lopen ja. zoeken. Ging het helemaal fout. Ja, vier andere al keren. Alcohol noemt niet van niks spiritje. Ja. Dus um, ja. ja, daar heb ik, daar heb ik ook. Ja gewoon mooi verhaal over. Ik geloof dat ik dat ook bij Peter heb verteld al, dus uh, misschien dat ja, je niemand, weet kijkt, er... niet, niemand kijkt Niemand kijkt Peter. Ja. <laughs> <laughs> nou. Uh, dat is niet waar, Peter. Nou, de, ze, kijken de, allemaal, je ja, ze kijken allemaal naar jou. Ze kijken allemaal. <laughs> ik zou het gewoon doen. Nee, vertel vertelt nog. een keer. Maar um, ja, dat komt zo nog wel. Maar um, want wat ik nu kan vertellen, is ook wel weer iets iets heel. Ja, massa, weet je, ik. Van, je ken je dat dat je de dingen hebt meegemaakt en dan vertel je het en en dan nog is er iets in jou die zegt ja joh ja dat ken Kering. ik heel goed dat ken ik heel goed ja dat je ja 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 ja, ja 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 ik hoor mezelf praten en ja als als dit iemand anders was geweest dan, dan had ik ook gedacht nou van, je uh, zegt uh, ja. regelrecht naar de Ggz Dat ja. uh, is, ja. is niet goed is niet goed ja dat bel. heb ik regelmatig wel uh, ja. um, ik uh, ik heb is, straks al verteld dat is ik af en toe wakker. met Enlil praat, hè? Ja, Enlil. Nou over, nou, over Enlil Moet Ik eens gesproken? zeggen, dat ik mijn moeder ga vertellen. Ja, over Enlil gesproken. Ik, ik denk dat ik zijn neefje aan de lijn had namelijk. Hier, hoppakee. Want, um, uh, wat er gebeurt er? Ik, ik, ik word wakker, weet je. En ik, uh, met, <laughs> met, heb je trouwens met, nog... Met een onbestemd heb gevoel. Heb je nog te drinken? Uh, nee. nee. Want, wil je nog iets? Uh, een ja, rustig wat. Uh... Praat rustig, verder. doe rustig Ja. Ja, is goed. Eh... Uh, dus mensen, uh, uh, Mickey gaat even uit voor de reclame. Ja. Voor een biertje. En. Een biertje wil je? Um, ja, joh, doe maar eens goed. Nee, joh, ja, is ook goed. Doe uh, maar allebei. Waste Het Dit is gaaf, dit gesprek. Oké. Okay. Okay. Um, die vergeten rekening te sturen. Hè? Want ik, ik ga. Ik ga me toch een tijd reclame maken voor ze nou. Oh, man, we hebben nog iets anders. We gaan een heel belangrijk gesprek heen. Oh, yeah. hm? Nee, we, hebben dus net we hadden het over alcohol. alcohol we hebben het net invlakken. over alcohol nog altijd. Toen werd ik getriggerd op alcohol. <laughs> als, als het gaat om spirituele zaken: Een um, recipe for disaster. Ja, dat was nou, het. mensen, we gaan, dan we gaan dan Live voor hier, voor hier in de uitzending. Waarom staat hier ook een. Uh... <laughs> nee, maar goed. Um, ik, ik kom gewoon oh, even. toe. zet geen op. Sorry, José. Ga door. Um, of misschien moet ik het daarna wel vertellen. Over dat alcohol is een recipe nee. voor disaster? Nou ja, nee, ik had dus gedronken. En nou ja, dan, dan wat er gebeurt is... alcohol, die legt jouw energetisch... Uh, bio-energetisch veld plat. Nee, dus je moet het zien als... Jou, 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 jou ouder, jouw oude, jouw bio-energetisch veld... is een soort krachtveld... die jou beschermt. Uh, juist tegen... Um, uh, astrale parasieten... en esoterische wildlife. En... Um, nou ja... Uh, mm -hmm. Maar op het moment dat, jij, dan, dat dan... jij dus alcohol drinkt. en, en alcohol breekt echt. Uh, ja, iets, iets veroorzaakt een soort kortsluiting in dat veld. en dan die ligt die tijdelijk even eruit. Ja. Zo moet je het maar even zien. En um, als je dan gaat slapen. Nou, dan ben je gewoon. dan ben je wel een walmend buffet. kun je nagaan. dat ik met. met, met uh, gewoon een volledig opgeladen. batterij. Uh, zo, uh, Bomvol met, uh, met, met, met uh, kie. Mm -hmm. um, dat, dat ik natuurlijk gewoon nou ja, uh, een, een, een buffet was met, met enorme neonlichten. Um, voor, voor, voor al die uh, entiteiten. Het, ja. ja, maar goed. Ja. Um, degene die, die waarschijnlijk first dips had, um, die heb ik gezien. En, uh, dus ik, ik werd wakker met een onbestemd gevoel. Ik dacht dat ik wakker was. Mm -hmm. Ik keek rond. Ik denk, ja, ik ben wakker. Wat is er? Mm, oh, hè? Er klopt hier iets niet. En op het moment dat ik in de gaten had van, hé, hey, ik ben eigenlijk niet wakker, werd ik aangevallen door, uh, door de duivel. Ja, ja. Althans, um, zoals de duivel wordt afgebeeld in die oude prenten met van die uh, hoortjes en uh, met met, en met, met een snel een sikje en zo'n uh. beetje zo'n vurig uh, bruinrood gezicht en en van die hoorntjes inderdaad en en zo'n 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 strak kapseltje en uh, dat exact de, en maar dan in het echt hè uh, dus viel me aan en, en uh, dus ik uh, was me dan wel aan het verdedigen maar dan vervolgens uh, schrok ik dan weer wakker. Weet je wel, dus, dus net als met, met sleep paralysis in ja. feite. Ja. Um, dat, dat gebeurt wel eens bij mij. Dus, dat, dat, dat is ook nog, nog wel de laatste tijd ook uh, een keertje geweest. Maar ik heb kennelijk zo'n ja, willpower... Dat ik, dat ik me gewoon echt daarvan los kan rukken. Dus heel veel ja, ja. mensen ja, maken dan verlamming mee. Ja. En ik, uh, ik, weet je, ik... ik, ik nou, de, de, ik weet niet... Uh, um, dit moet sowieso ook mij niet. Uh, ik, ik, ik werk dan, het werkt ook een beetje claustrofobisch bij mij. Dus dan, dan komen er sowieso wel bepaalde krachten los. En dus ik, maar ik, maar ik hebben ze het één keer. Ga even door, jongens, ga ik. Ja, ik, Maak ik, ik, ik Dus ik, 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 ik rukte me eruit. Maar uh, tot zeven keer toe. Want gaat ga het niet zeven keer herhalen. Uh, was ik wakker geschrokken. En ja, ik weet nog dat het zeven keer was. De zevende keer was, was, was ik eruit. Ja. Maar. Uh, dat ze even een keer toe uh, dacht ik, wacht eens en het voelde gewoon zo mega echt ik was daar maar het was dan kennelijk toch een, een soort oh. hologra holografische projectie uh, die uh, gemaakt was om, om de situatie te mimikken oh. vanuit mijn eigen blauwdruk uh, en, en mijn en eigen, mijn eigen nou hebben, ja, ja. Uh, creatie um, en um, nou ja dus bij die zevende keer was, was, ik, was ik uit, was ik verlost, was ik los. Maar misschien uh, had hij toen wat hij wilde hebben, volgens mij. Want ik was daarna was ik gewoon weer op het oude niveau. Hmm. En het was het, 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 weet je, dus ik, ik merkte het ook gelijk van kut. Dat ja, je, hij was een ik, ik, het, ik, ben het, ik ben het kwijt. Dus uh, ja, dat was wel een bammer. Maar uh, maar ja, misschien was dat misschien was dat nee, en misschien was dat ook meer. Uh, een, 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 ja, een programma uh, ja. om, om mij te doen geloven dat ik op die manier. eigenlijk. De, 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 uh, 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 ja, ik weet wel je gaat die, zeggen die kracht ja. ben ontnomen. Ja. Uh, en, en dat die twee, mijn, die hogere zelf van mij en, en die, uh, die alien die waarschijnlijk uh, kwam van. Uh, Hey, dit is niet verantwoord, want uh, jouw uh, 3D-creatie uh, <laughs> zit is, is nog niet op het juiste level om, om uh, met deze krachten om te kunnen springen. Dat is uh, hmm. levensgevaarlijk. Uh, zou je dat even, even willen terugdraaien? Z ja. Zoiets. Nou ja, ik je, al, maar... ik als ik er al een, beetje op, een beetje op invoel... <laughs> misschien let dat afgaan. verder? Nou ja, nee, goed. Uh, zo, als ik er op invoel, dan, dan lijkt het echt een soort van... Uh, ja. Hoe noem je dat? Zo'n zo 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 intervention. Ja, 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 Zo'n zo ja, intervention, intervention van... Uh, ja. Ja. Maar je proos, hebt natuurlijk eh. allerlei. Ja, proos. Je hebt allerlei wezens die hier op de achtergrond moeten aarde multidimensionaal uh, hmm. faciliteren, ondersteunen. En, en ook entiteiten te lijf gaan en, en, uh, ja. vanuit de achtergrond. En ja, dit. En het draait allemaal om verantwoordelijkheid. En, en kijk, en dat vindt de daarom, hebben wij, daarom dat vindt de matrix heb, we, dan, we, daar, dan niet leuk. Daarom hebben wij deze krachten nog niet. En zelfs nu ja. nog steeds niet, omdat wij die verantwoordelijkheid voor wat jij hebt mogen ervaren. varen is, is echt, echt, echt immens, hè? Om, om die, ja. even, even, uh, de verantwoordelijkheid op een, ju, ik bedoel, op een juiste... In balans, ja. hè? organische manier te kunnen gebruiken. Dus niet ten koste van anderen of, of, of alleen maar om jezelf... Uh, als een nee, <coughs> neer te Nee, zeggen. maar zo, zo zit ik niet in elkaar. Ja, maar misschien toen de tijd, snap je? Ja, toen de tijd... Ja, misschien toen was ik nog minder... Uh, Want wat, hoe was oud je was me. je toen? Hm? Uh, dat is uh, rond mijn 30ste geweest, denk ik. Hmm. Even kijken, 2001. Dus 32, denk ik. 200. 31 of 32 was ik. Ja. Hmm. net 32, want dat was februari. Oeh, goed whiskietje. Nou, dat is pittig. Ho. Zo. Hmm. Hmm. Ik kan er geen. Uh, Nog goed whiskietje. Ik kan oh, er wel. geen reclame meer van maken, want het is geen sponsor meer van de Poppencast. Joost en ik zaten jou ook reclame te maken. Hij sponsort niet meer. Stik er ja. maar in. Ja. Nou, ik stik er bijna in ook. Oh, ik ook. Oh, lekker wat de dus, uh, keel. Ja, het is wel... Uh, zo. Uh, Brandt lekker weg. Ja. Oh. Nou, um, ja. Nou ja. En dan... Eh... Uh, Zal ik nog een verhaal vertellen? Ik wil wel vertellen. Vertel jou jij maar eens Ik wil wel gewoon een verhaal vertellen aan jou. Volgens mij ken jij hem nog niet. Ik heb dus een keer uh, gehad dat ik uh, ook vast zat in, in, in mijn slaap. Uh, noem je het? Paralyzed? Pa ja, sleep paralyzed. Ja. En, sleep Paralysis. Um, ik was in mijn droom. Lag ik op, uh, op, mijn, op mijn eigen bed. Mm -hmm. En ik, ik, kon, ik kon me niet Iets bewegen. Iets zat me vast bij, bij mijn enkel. Ja. Dus ik lag, ik lag vast aan met mijn linker enkel. En terwijl ik dan lig. In van die, mijn uh, van die van die uh, filmpjes waar. Uh, waar je, daar zie je gewoon iemand die ligt gewoon te, te pitten. Gewoon uh, lekker in droomland. En in één keer wordt hij aan zijn enkels. Uh, wordt, uh, wordt gewoon het bed afgetrokken. En uh, met, met, met een. Echt, echt een lompe zwaai gewoon. Uh, <laughs> richting deur uh, gesleept. Weet je wel? Uh, gewoon, gewoon, gewoon in het lucht Wie doet dat? Ja, Wie doet dat? Uh, gewoon voor de grap. Poltergeist? Weet niet. Oh, echt? Weet je? Nou ja, of, of het is trucage, maar dat. Uh, ja. Nou, maar ik zal even een verhaal vertellen. Ja. Dus ik zeg, in, in, in die droom lig ik daar op bed, van eigen bed. En ondertussen hoor ik mijn broertje psv liedjes zingen. En als ik ergens vroeger door getraumatiseerd ben, is dat, me, dat ik was voor Ajax als kind en mijn broertje voor PSV. En dat was de tijd dat PSV werd altijd kampioen De Romario en al die gasten, nieuws. Ja. noem het allemaal maar op. Dus ik heb dat... Mijn De hele jeugd is het ja. echt, echt... Och, 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 tergert. Dus ik lag in die droom. En hij zingen. In die droom had ik het besef van... Ho, ho. Ik zou nooit mijn broertje... Want hij stond te douchen. Hij stond te douchen in mijn kamer. En dat te zingen. Dus ik lag op mijn bed in die droom. En ik dacht, nee, 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 nee. Dat zou ik echt nooit toelaten in mijn huis. Mijn broertje... Die pe dus, überhaupt ouders komt hij hier douchen. En waarom gaat hij hier psv uh, zingen? Die gek. Dus... Ja, Dan krijg je dat uh, interception. Hè? Dat je dan. Ja. En toen viel inception. ik in. Uh, ja, interception. Oh, ja, en dan viel ik dus... ook, ook met, met dat die zeven keer wakker uh, Ja, daarom kom ik, de... ik erop. Ja, ja, dus, ja. dus ik word wakker uit die droom. Ja. En ik denk dus op mijn eigen bed te liggen. En ik lig op mijn eigen bed zo. Dat tering. <coughs> van een droom, hè, mijn broertje. Hè. Ja, ja. En op dat moment hoor ik mijn broertje weer zingen. Dus ik denk: wat de fuck? Het is dus weer een zing. En ik kon ja. nog steeds niet weg. ik was nog steeds iets wat ik in die droom niet kon zien. Op ja. me vast. Ja, dat dus was ik, een parasiet, man. Dus ja. ik, ik, ik schop me zo los. En ik denk, wat, En ik kom nog een keer in een laag, nog een keer, dit, 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 hè, en nog een keer. Ja. En, en bij ja. de derde, vierde keer werd zo'n kracht me eruit getrapt, dat ik echt wakker ben op mijn, in mijn eigen kamer. Ja. En uh, er staat een of andere gnoom, die heeft me vast. Zo, zo, ja. zo, zo, zo hoog, zo'n gnoom. Ik kan het ja, hem niet ja. goed schrijven, een lillig wezen, klein lelijk bang wezen, want die werd meteen bang. Ja. En die had mij vast bij mijn enkel. Damn. Dus ik kijk hem zo aan die, en ik die ben daar nog een bekend hoor. Hoe en hoe? Hm? hoe? heet dat? Wat zei je? Die, die uh, noemen ze volgens mij kobolds. Dat zou best kunnen, ik weet, ik weet niet. Maar wat ik dus gezien heb, en toen had ik nog wel goed zicht. Hij kijkt mij aan en dat ik wakker ben, hij, <laughs> hij wordt hartstikke bang en terecht ook, want ik bedenk op een gegeven moment en ik ga op mijn reet zo. <laughs> op dat bed zo en ik bedenk me geen moment en ik denk ik ga me net zo hard trappen als ik kan tegen zijn, tegen zijn hoofd aan ik trap gewoon zijn hoofd aan. en ik haal ze aan en ik trap gewoon dwars door zijn hoofd heen ja en ik lig op bed zo en ik zit, voordat ik kom denk ik van wat de fuck ik trap dwars door zijn hoofd heen en loopt hij naar mijn klerenkast <laughs> toe en daar opent een portal open daar en ik zie hem nog net veranderen in zo'n grey alien en ik zie hem zo boots zo door die portal gaan oh shit dat is dan toch ook mooi is, ja. is, Eerst was het de kobold en vervolgens... Ja, veranderde. Voordat hij de in poort er de terug in ging, veranderde hij in zo'n gray. Een kleine grey. Uh, ja, is... uh, die zijn ook niet echt, hè? Dat, maar die, uh, ja, dat is wel die Biologische vaar. computertjes die uh, voor de Draco's Ja, dat zijn, dat zijn inderdaad... Uh, Werk voor de Draco's en van die ja, andere rassen. Dus volgens mij is dat ook een, een, een geëngineerde um, uh, soort... Ja. Ja. ja, en die, die was toch een puur om mijn nee, uh, Ik weet niet het. wat hij aan het doen was, maar het was niet goed wat hij aan het doen was. Ik heb hem gewoon losgetrapt. <laughs> dat is een van die dingen. Goed man. Ja, um, ja dat heb ik ook een keer met een tackle gehad. Met een, uh, tackle. <laughs> ja. Je moet je de mensen aan het tackle? Of en, gewoon tackle. Dat was, was een reden. De tijd dat ik, dat ik al lang van die handicap was verlost. En, uh, maar uh, bij mensen als thuis kwam. En dat was in Duitsland. En uh, nou, weet je. Echt waar. Het barst daar van de honden. Hè. En zelfs die agressieve... Ja, agressieve Duits -Duit Duitse herders. Ja, agressieve herders, <laughs> uh, Duitse herders. Um, tot, tot echt de verbazing van al die baasjes. Zeker boerenerven. Uh, dat dat ook ik zeggen, nou, Dat is allemaal komisch. Uh, Normalerwijs uh, maakt hij geen vreemdelingen. Uh, uh, of zo, weet je wel. En, uh, uh -huh. uh, dus, uh, de dat is uh, ganz agressief, uh, ganz zeldzaam. En, uh, want ja, dat, dat is gewoon hoe, hoe dieren op, op mij reageren. En, uh, maar deze kuttekkel, die had er scheid aan. Dus die, uh, ja, ik, 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 ik zit één, één stap, zeg maar, in, op het perceel, geloof ik. En, nou, dat, dat fucking wasje op, op uh, pootjes. Dat, uh, oh, ja. Als een soort, soort torpedo komt die op me af. Buit zich vast in mijn kuit. Weet je, althans in, in mijn broekspijp. En ik zeg, hé, hé. Hé joh, dat is normaal joh, langs los. Uh, en um, nou, ik was alweer het beu, dus ik, ik, ik maak gewoon zo'n zo zo schopbeweging. <laughs> en dat beestje <laughs> vliegt echt gewoon, echt als een soort. Peer raakt hij gewoon uh, de garagedeur. <laughs> en op dat moment <laughs> komt die eigenaar naar buiten lopen. Dus <laughs> die is net net laatste dat laatste stukje. Je <laughs> <laughs> ziet mijn voet nog in de lucht. En zijn tackle tegen de garagedeur uh, klappen. <laughs> dus, uh, ja, misschien moet ik een ander keertje maar terugkomen. Ja, <laughs> dat is werkt beter. Nou ja, dus. Um, maar um, nu je dat vertelt, hè, uh, je hebt het dan over ja over allerlei uh, wezens hè? de bekende verhalen van de mons onder het bed of, of de, de die, die, die uh, kleine demontjes, die uh, of, of de hoe noem je dat de succubies en de uh, dat zijn allemaal, dat zijn allemaal um, astrale oh. astrale wezens astrale fauna zoals uh, Benjamin dat noemt en, dus dat is een, 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 een rijke uh, biotoop. Uh, die, die op het australe vlak heb je allerlei verschillende andere soorten. En uh, heel, heel veel daarvan zijn parasitair. En die, uh, uh, ja, die, die zoeken mensen in hun slaap op. Die, uh, uh, want in je slaap ben je kwetsbaar. Mm -hmm. uh, yeah. Kinderen zijn nog als uh, de lul, de schaak Oh ja. Yeah. Uh, zo werd, ik, zo werd ik op een gegeven moment, uh, en ja, dan praat je al een, een tijdje verder. Uh, zitten we, ik denk, yeah. nee, ik weet niet precies, maar het zal wel tussen 2010 en 2012 zijn geweest. Misschien al iets eerder. Um, ik lig met mijn vriendin en de moeder van, van een van mijn kinderen. Uh, liggen wij gewoon nou, straks, we zijn aan het slapen. En alleen keer, vanuit het niets, word ik wakker. Ik, ik ben heel alert. Mm -hmm. uh, en dat zeggen allemaal vrienden ook van Tering. Weet je, het soms lijkt het je heel diep slaapt, maar er hoeft maar één bepaald geluid en je, je bent acuut wakker. En, uh, dus ik open mijn ogen. Uh, en. Aan de rand van, 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 van het voeteneind van het bed zie ik een, een soort wezens. Ja, die, die, ik zie alleen de silhouetten. Dus ja, het is, is alsof alsof een, een, een... Ja, dat ken ik. Uh, je hebt, je hebt zo'n zo strip van, van uh, Suske en Wiske. Uh, dan zie je Sidonia met, met een soort, soort plant die haar aanvalt... Um, en, ja. dus een, 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 en die heeft dan ook gewoon van die kelken om, om, om de kop. En daar deed me in eerste instantie aan denken: um, dat dat soort wezens waren. En ik, ik had wel eens begrepen dat. Uh, dat. Uh, wat ze succubi's noemen: dat dat ook uh, shapeshifters zijn. Die. Uh, een, een gewenste vorm kunnen aannemen en, en als een soort visioen, uh, uh, in, in visioen, uh, mannen een, een natte droom geven en die energie daar, mm. uh, dus de, 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 de energie daarvan, de, energie daarvan, de key die Pak. daarbij vragen, die, die kunnen ze pakken, want dat is een bepaalde frequentie, hè. Dus, dus op, op, op de, de basischakra. En, um, nou ja, mm, ik dacht dat het, dat het om, om zoiets moest gaan. En dat, dat dat hun oorspronkelijke vorm was. Omdat uh, ja, de vorm daarvan was niet bekend. En dit, dit vond ik zo'n rare vorm. Ik denk, nou, dat, dat zou als gewoon kunnen, geweest kunnen zijn dat ze op, op dat moment nog niet uh, in bepaalde gedaante hadden aangenomen. Dat dat hun, hun, mm. ja, hun stationaire vorm is. En, um, want het moment dat ik mijn ogen opendeed, Je zag dat ze op dat moment waar ze gewoon dichter en dichterbij aan het komen. Dus ze zaten nog in die voorwaartse beweging. En toen ik mijn ogen op deed. toen zag je ze acuut halt houden. Weet je wel? Het ja. allemaal alle tegelijk. Zo stoppen. En, en echt, ja. Ik, je zag helemaal geen uitdrukkingen of niks. Maar je wist dat op dat moment. er zoiets door ze heen moest zijn gaan als. Oh uh oh. Weet je wel? Ja, ik herken en, dit. Nou, je dit vertelt. Ik, ik herinner me dit ook weer. van vroeger. Oh, echt? Ja. ja echt. Dit, precies met de silhouetten. Nou, en dat ze dichterbij ja, kwamen en dat ik mijn ogen opende. Dat deed, dus je, dan, dan, dan ga je echt gewoon... Naar, ik denk dat je... Ja, maar ik heb dat allemaal... Ik heb, ik heb niet voor niks... Ik heb tot mijn... Tot dat ik Doren leren kennen, dat was... Uh, 2011. Toen was ik 32. Ik heb Tot, tot mijn 32's heb ik met, uh, met, uh, met, uh, met... Of met een nachtlampje aan of met een gordijn open geslapen. Niet tot op dokken. de dag van vandaag, en dat heeft met het voorval van, uh, dat ik 9 jaar was uh, te maken durf ik niet meer. Dat is echt gewoon in het donker te blijven staren. Dat doe ik niet. Ik, ik doe al gewoon mijn ogen dicht. Ja, maar um... wat ik toen zag, ja, uh, ja. Je, ik denk dat je dadelijk echt jouw jouw uh, jouw jouw jou, jou brains gaan echt een boogie in je skull maken, jongen, zo. Oh, Want um, het moment dat ze, dat ze uh, ja, zagen dat ze waren betrapt, mm. uh, toen trokken ze zich terug. Maar de muur achter hun was ongeveer, nou ja, want het was nog een kledingkast. Zo'n zo meter tot iets, 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 uh, iets meer misschien uh, van ze verwijderd. Mm. Maar ze bleven maar naar achter gaan, maar ze werden ook steeds kleiner. Dus, mm. ze, je, je, ze, dus ze waren eigenlijk, ze hadden een soort. hun, hun uh, de, 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 de realiteit of de dimensie of, of de stralen, uh, vlak waar ze, waar, van waar ze vandaan kwamen, hadden ze als een soort overlay in de ruimte, mm. een soort gemerged. Uh, eh, waardoor ze dus min of meer ja, uh, zich, zich 3D. Die ruimte konden bewegen. Ja, dat is waarschijnlijk uit de 4 d de mensen Dat is aan het astrale wel gekoppeld, een beetje. Maar. Um, de, de, dus ze. ze ja, zonder dat je ze ook echt, echt een beweging. Alsof ze zweefden, zeg maar. En, maar dan naar achteren. En dan, dan steeds kleiner werden. En verdwenen. Totdat ze helemaal verdwenen waren. En. Um, uh, en mijn vriendin. Was ik aan het wakker schudden, weet je wel? Van wat fuck, kijk, kijk nou wat die, weet je dus. Uh, en uh, zij zei: Ja, ik zag ook wat. Wat, wat was dat, weet je wel? Ja. Nee. Dus um, uh, toen later, veel later, Stranger Things. Ken je, ken je dat? Ja, uh, oh ja. ja, oh ja. ja, oh, ja, ja Stranger ja, ja. Things. Ja, ja. Hey, Er zit een hoop in, hè. We hadden het net over hè, hoe, hoe, hoe filmmakers hmm. gewoon putten uit, uit misschien wel bekende bronnen. Hè, waar wij misschien geen toegang toe hebben. Maar ik denk als jij een keer een free tour krijgt door uh, de onderste bibliotheekkelders van het Vaticaan. Ja. Uh, nou, dan heb je best wel wat inspiratie voor uh, dat soort uh, gewoon Hoe diep je in, je onder, diep je, ja. diep maar, je in het Vaticaan gaat, hè? tot aan Bjelzebub aan toe. Hè? Toen ik dit zag. Toen besefte ik ineens wat, 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 ik, wat ik voor wezens had gezien. Weet je benauw, dat, dat je je voorstellen dat die in donker ziet? Wat kijken we nou naar een soort van. Ja. Dat, dat zijn die Demogurks die, demo of zoiets. Die, die, de, de, hoe heet die nou ook weer? Ja, demo, uh, de Demogorgon van Strange, Stranger Things. Dus is oh een beest, ja, natuurlijk. Dat beest ja. wat, uh, Weet je wel, wat, die. Wat geen gezicht heeft. Maar dan heeft, kunnen maar mensen het ook die... even thuis opzoeken. Ja, de Demo, hoe heet dat? De Demogorgon. Ja, want anders moet ik heel moeilijk gaan editen. Dat kan ik niet. En. Weet je, exact dit, dit zag ik. Maar dan als, als silhouet. Ja, maar Ik dacht, ze, ja, dat ja. zijn, dat zijn ja, een raar soort. Ja. Uh, 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 hoe noem je dat? Uh, hybride. Bloem. Ander soort wezenachtig insectoïde ding. Maar nee, man. Het, het was zoiets. Is bizar. Nou, en, dat, is bizar. En, en, dat soort wezens zijn het inderdaad. En, maar ja. als je ja. ziet hoe heftig die zijn, die film ik ben We het helemaal ik ik niet ik, ik waar ik had, had veel bloot bij Stranger Things denk ik wat deden ze in Stranger Things nou ja die, 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 die beesten die, die uh, welke welk van die, seizoen was dat die, 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 ik weet niet maar die rukten je koppen gewoon af oh. uh, weet oh, je in één seconde oh, ja. en, uh, Dat is minder prettig ja die waren, waren super heftig ik denk dat uh, dat, dat aliens zelfs in de broek zouden schijten ja maar misschien dat Hollywood ze groter maakt dan ze zijn hè <laughs> hm. nou. Ja, niet, allemaal allemaal geromantiseerd. Ik moet ook niet vergeten dat wij allemaal aankunnen. Ja, nou ja, goed. Hallo, jij hebt ook, uh, ook, de, uh, hallo, hebt ook uh, die gasten verslagen. Ja, uh, snap je maar... In, hè, hoe, ja. hoe Hollywood werkt dan, hè? Dus het idee geven dat je... Ja, dat je het zwaar aflegt tegen zo'n monster. Dat, ze, dat, dat jij bang moet zijn voor, uh, voor die monsters. Ja, 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 en niet dat andersom. Is en wij heel belangrijk in deze tijd, Het is zo, hè? Op het moment dat jij angst toont, dan hebben ze je. Want dan geef je in principe... Uh, toestemming, je, ge je, je geeft jou, uh, jou hè, jouw soevereiniteit, eigenlijk uh, geef je over. Um, Klopt. Door, hè, door ja, een angst, soort, ja, soort ja, ja. erkenning te en geven er, aan dat kom, wezen van. Oh, en dan komt mijn aanvulling, je, en komt mijn aanvulling aan, wat ze tegenwoordig ook doen met die programmering, is die superhero programmering. Mm. Dat speelt in op die angst, want, want wij mensen zijn, zijn klein. Wij zijn Calimero's, we hebben ervoor eierdopje er op onze fontanelletjes. En wij als... kunnen zelf helemaal niks. Maar enge aliens of enge, maakt niet uit wie, maar komen ons dat... bedreigen. En... Ik zie dat totaal anders. En hoor. wij hebben dan de superhero's nodig. En, en wat die... het, agenda... Ik zie ons juist als de superhero's. Ja, precies, en... precies, maar wat, de, wat als de, de mutanten erachter... met bijzondere krachten. Ja, uh, en, en, nou ja, uh, wie zijn wij dan? Ja, in principe, in potentie zijn we dat allemaal. Ja. Maar uh, wie ik superhelden vind. dat vind ik toch eigenlijk wel, wel de mensen die. Uh, uh, als compleet denker en vrijdenker in het leven durven te staan. Ja, precies. Ja, en, o, en, 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 Ja, ook. En, en, uh, maar. maar uh, ik wil toch ook veel verder, dan, verder dan de jab draaien. voor mensen die nog in de toekomst nog. Uh, gaan aanvragen en alles. Kijk, wij zijn degene waar we al die tijd op hebben gewacht en niet die superhelden. Want wat de agenda vandaag de dag gaat zijn of we are de, ones we've been de komende tijd for. gaat zijn, is dat ze die IT-kaart gaan spelen en dat we saviors nodig hebben. We hebben redders ja, 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 ja. nodig. Ja, nee, dat klopt. En dat, dat klopt. Die, die hele programmering worden, zit er in, al in. Galactische federatie. We worden nu, we worden nu en, in getraumatiseerd gedaan. en dan moeten we gered worden. Dat heet Q. En weet je, dat is allemaal de macht buiten jezelf leggen. Op het moment dat je, dat je daarin gaat geloven, weet je. Um, en het is zo. Kijk, wij. <laughs> en en dat, is, dat is denk ik ook gewoon. Um, de ervaring die we. Uh, uiteindelijk denk ik allemaal wel, maar goed. Uh, um, ja, weet je, in, in deze realiteit is het, is het niet meer dan treffend, dan dat dat, dat dat gewoon niet bij allemaal tegelijk gebeurt, maar dat we. Stuk voor stuk allemaal onze, onze eigen momentum daarvoor kiezen. Ja, precies. Um, uh, ik, ik, ik geloof ook wel dat, dat de uitkomst nooit vaststaat. Dat, dat, weet je, een, een gefixt. Een gefixt uh, kijk, een, een, een videogame is ook nooit gefixt. Mm. Snap je dus? Um, je hebt wel degelijk invloed op de, op de uitslag. Um, maar ja, het, voor een deel is het natuurlijk een script. Ja. Ja. ja, maar wat ik wil zeggen. Er zijn ook mensen die nou de jab hebben genomen, maar die die jab genomen hebben uit multidimensionaal oogpunt, uit missie, uit, uit een soort van missiegevoel van kijken kijk, wat, kijk wat de vijand is. Ja, kijk wat de tegenstander doet. Wat, wat doet de tegenstander? En, en dat voor het, voor het collectief. Doe ik one voor de. eentje voor het collectief ja. nemen, om dat dan weer door te werken. En energetisch, zeg maar. Ja. Moet ik even zeggen, kom er even nu in me op. dan moet ik het even zeggen. Ja, hey. Bedankt dat je dat met ons deelt. Mm. Nou ja, sorry. Al die mensen, oh ja. al die wappies en zo. Die denken, ah, maar die gechept. Maar ik zeg altijd, hou eens op. Want het is ook ja. weer een verdeel en Het ja, is allemaal verdeel ja. en um, laten, laten wij nou gewoon uh, 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 aan de wereld laten zien. Dat wij, uh... Hoe het, nou ja, uh, ik weet niet ja, hoe het moet. Maar uh, gewoon een, een, een voorbeeld. We hebben een voorbeeldfunctie. Mm -hmm. we, um, ja, we. hebben er Maar iedereen, iedereen heeft dat. Maar we hebben een. een ja, ja we, we, ik denk wel dat wij. Ja, hoe moet je het zeggen, weet je. Dat, het, het, en ik, het, ik hou niet zo van, van zelfbevlekking. Of, of zelfstreling. Uh, niet? Um, nou, weet je, <laughs> je. Nee, maar je hebt gewoon van die, van die dingen die voorbij komen. Dan dat, dat een gevaccineerd iemand uh, helemaal. Uh, lyrisch is over... Hè, want die heeft het licht toch gezien. En uh, ja... Uh, mensen die, die tijdens die hele coronaperiode... Uh, ondanks alle druk... die ze hebben ervaren... En, en alles wat ze ervoor hebben moeten laten... en alles, hè, alle... alle uh, nou ja... ellende, eenzaamheid... en, en, en uh, vrienden, familieleden verliezen. Uh, eh, omdat ze gewoon... Ja, zijn geëxcommuniceerd. En, en desondanks niet bezweken zijn en, en ja. bij hun standpunt zijn gebleven, ja, dat dat helden zijn. En Tuurlijk. Um, Tuurlijk. ja, dat is zo. En dat is prima, maar weet je, um, en, en ik, maar ik vraag me wel af: is, is, ja, is degene die dat. Uh, want ik, ik heb in meerdere versies voorbij zien komen, weet je wel, en dan is het van ja, is, is het niet een, een beetje ook een, een manier om. Uh, ja, jezelf een beetje... Waarschijnlijk ja, ook omdat je ook geen, geen, geen bijval krijgt natuurlijk. Mm -hmm. ja, je het wel verdiend ja, om, om dan is, weet voor wat is, jezelf wat is, Weet, uh, wat is, weet dan hoe, je, hoe maar ik het doen? een beetje zie? Weet je wel die hele coronaperiode zie ik als, um, als... Zie het als een examenjaar. Hè? Even, even, even uh, spreekwoordelijk, symbolisch. Ja. En uh, in een examenjaar heb je geloof ik drie tentamenperiodes of zoiets. Drie of vier tentamenperiodes. Ik zie corona misschien wel als, als de eerste, misschien wel echte tentamenperiode. En het wil niet zeggen. Ik, ik had allemaal tentamens verkloot, ik persoonlijk, op de haven. Het wil niet zeggen, als je al je tentamen, tent, tent, tentamens verkloot. dat je op een gegeven moment. niet uh, alsnog. Hè, snap je wat ik bedoel? Nou ja, ik denk dat daar wel de. Ik, en, ik wil de niet mannen zeggen ik, 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 de vrouwen niet mensen, van de jongens moet, en de meisjes je, je zijn moet, gescheiden. Ja, op dat moment wel, maar. Ja. Helemaal mee eens. Maar ik. ik er zijn ook mensen die, uh, weet je wel, uh, iedereen heeft een uniek pad en een unieke reis in dit universum af te leggen. En uh, bepaalde ervaringen. En er zijn ook mensen die nog juist wel die ervaring even nodig hadden om dit even te ondergaan. En erachter te komen van shit, ik heb me laten misbruiken, weet je wel. Kut, ik heb me laten misbruiken. Ik heb de jab laten zetten, weet je wel. Mm -hmm. en ik vind niet dat je die mensen moet gaan nou ja, afbreken. En, en nee, helemaal me eens en, en ik, ik, of ik het snap, ik dat het nog eventjes geen helden zijn. Maar nee. uh, even af te maken is, die mensen kunnen nog wel helder worden. Snap je wat ik bedoel? Uh, Johan Cruijff ja, was ook niet in zijn eerste wedstrijd. Misschien. Uh, ja, Cruijff is een verkeerd voorbeeld. Maar. Uh, maar ik, ik, van Basten hoorde... was in zijn eerste wedstrijd ook niet helemaal meteen. Uh, Kruijff. <laughs> <Precies. laughs> nou, laat die omhaal, jongen. Oh. Kut verkeerde voorbeelden. Ja, maar. Ja, maar, ja nee, ja, ik, vaak, vaak willen voetbaltermen een mooie, mooie hè, analytische. Uh, Elk voordeel uh, heeft zijn nadeel. Ja, hé? Nee. Nee, dat is. Uh, ja. Als je, niet als je niet schiet, nee, wat was het? Als je niet scoort, dan win je niet. Ja, dat is zo diep. Dat is zo so so profound. <laughs> weet je, die, die man was nee. zo so geniaal. Sorry. Ja, da daar, uh, ja het, is, het is echt een groot verlies. Dat hij uh, al een tijdje niet meer onder ons is. Ik en en ik, ik moet ook eerlijk zeggen: uh, vanaf het moment je, dat hij ging, he? zag je dat de wereld afgleten. Ja. ja. Maar denk, dus, jij niet dat, denk jij niet dat Johan Kruiven, JC, de enige echte JC, dat hij niet ook nu multidimensionaal achter de schermen aan het werk is om gewoon een beetje de boel tactisch allemaal in te vullen en zo, weet je wel? ik heb echt wel het gevoel dat johan hier nog wel is Ach, ja ik, met hoop, ons. ik hoop alleen niet dat de ook hem uh, in de selectie heeft gezet want dan nee, zijn we nee, nee, fucked gewoon, weet je nee je kan johan siel kan je niet in de selectie zetten johan siel is ja dat is waar als johan johan Cruijff, stel je voor johan nee, Cruijff, ja, johan Cruijff, die die die, dat is ook zo. die die krachten krijgt die jij een tijdje gehad heeft en dan he, vo volledig multidimensionaal gehad. Mul zo. johan Cruijff. nou jongen, zo. ik denk dat dat de high score uh, voor uh, <laughs> Voor de, weet je, ja, voor de, 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 de goede, ja, dat. God. Die zou niet meer kloppen. Met, met, uh, met hem erbij. Space goed, jam in het kwadraat. Maar goed, hij, hij heeft ook wel, hij heeft wel een mooie legacy achtergelaten. Ja. En, uh, da, da, daar kunnen we nog steeds ja, uit heb ik, van de, heb ik gisteren echt van genoten, van die legacy. Godverdomme dat. Godverdomme was voor heel ja? slecht. <laughs> Ja, 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 ja. Nou, daar kun je hem niet voor verantwoordelijk houden, denk ik. Nee, nee, nee. Integendeel. Overmars, Overmars met zijn dickpics. Het is niet multidimensionaal, ja. maar als Overmars nooit zijn had gestuurd, dat was er bij Ajax nooit een probleem geweest. Nee, maar ja, moet je wel zeggen dat... Um, ze hadden ook gewoon, gewoon naar de tegeltjes kunnen blijven kijken op de achtergrond, hè? Ja, natuurlijk. Nee, want, uh, stomme, ja, die die veel dat veel is meegaan op. in dat stomme wookgedrag. En die wookgedrag dat komt als een boomerang terug in je eigen bakken, zeg ik altijd. Ja, ja, ik zeg ik al een ja, paar ja. jaar. En dat zie je nu gebeuren met ja. Disney, met ja. Bud Light, kijk, kijk met naar Ajax. Naar, kijk maar naar Baard Apapa. Papa. Weet je? <laughs> ja, mensen, kijk eens naar Baard aan Papa op soulflix.nl. <laughs> Hoe heet dat ook eens? Uh, shake, shake, Fake? Nee, fake. fact shake. Zeg jij het? Zeg jij fake het. shake. Ja, fake shake. En. Ja, dus we hadden eerst fact-check, weet je. En toen dacht ik van, ja, nah, ligt wel erg voor de hand. Um, toen dacht ik van, nou, uh, fakes hack, mm -hmm. weet je. Maar eigenlijk is, is het ook fakes hack. Maar fake-check fake shack klik, klikt klik, klik lekkerder. Ja. En, en is ook gewoon van check, weet je wel. Uh, like shaggy. check yeah. ja, En shaggy. En, en uh, de shack, de schuur. Dus dat is gewoon een lekker woord. Shack attack Ja, shack attack shack attack ja. Shackie ook heel nieuw. Ja, fake attack Nee, maar ja, dat is weer te veel, te veel, um, ja, te veel syllables, te veel. Dat is ook uh, een van Pauls multidimensionale aspecten. Hij is één van de mensen achter Solflix. Eén van de mensen. Hij doet het met meerdere mensen. Solflix. Eén daarvan. Eén van de is, hij, is Paul. Ja. ja. Neem eens een kijkje op solflix.nl. Het is een, uh, een heel team. Ja. Wat, uh, ja, wat, wat, ja. Ik ben heel trots dat ik daar onderdeel van uit mag maken. Um, ja, daar ben ik. Weet je, nee. ik, ik, uh, ik, uh, dus daarin zie je ook gewoon hoe het. Hoe, ik voel me eigenlijk wel heel erg. Uh, uh, gezegend. Want. de mensen die ik. Goed, team. Uh, de, Ja, de mensen die, die op mijn pad zijn gestuurd. op het moment dat uh, uh, je zo'n uh, uh, zo idee. Binnenkrijgt, je gaat ermee aan de slag, je werkt verder uit en um, ja, dan denken we: ja, en nu weet je, want ja, kijk, uh, dit, zoiets kun je nooit alleen. En um, de manifestatie die daaruit voort is gekomen, gewoon om, omdat ik gewoon wist: van ja, dit is echt gewoon, dit, dit is een game changer mm -hmm. en dit moet er gewoon komen en het gaat er gewoon komen. Um, die, 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 die terms, weet je van mij. Uh, op op, op zo'n moment, hè, dus, alles is resonantie, alles is energie. Uh, en, en tune je in op, op, op de mensen die, die daarin mee resoneren. En wauw, jongen, dat. En dat, ja, dat is een <laughs> een partij creativiteit bij elkaar. Oh, ja, dat is, dat is echt heel mooi. Die crea mm. De creativiteit van dat. Uh, holy shit dat is zelf, en, dat is ja en uh, heel zeldzaam en maar ook gewoon het level waarin wij ja met elkaar ja, gewoon, gewoon kloppen gewoon echt echt gewoon sluiten en de mensen daaromheen ook hè, die uh, van van tot, tot aan tot aan jou ook hè, en en een peter en een uh, Trevor. en uh, een Ray. en uh, ik, ik kan Ed en Gabi, Peter Tone Hebben we Don, uh, Don al genoemd? Die moet nog even over. Uh, hè? Don? Don. Hebben we die al genoemd? Dan wordt er niemand vergeten. Af af. Als je Don... namen noemt, moet je niemand gaan vergeten. Nee, Don dus, is, is, is on, onmisbaar. Chris um, al genoemd? Onmisbaar. Chris Verlande. Um, <laughs> Dat noemen ze allemaal, <laughs> allemaal. Nee, Chris. Ja, maar, kom op, zeg. Chris. <laughs> Chris mag blij zijn dat hij. Uh, dat hij baantje hebt, Jurie. Ja, toch? Hij komt naar ons. Werkloos ja, werkloze nee, negen, kom op. Ja, ik bedoel, we geven hem gewoon een kans. Ja. Weet je, dus kan, een beetje, kansarme jongeren. Je geeft iemand uit de Schilderswijk, geef je, je een kans. Het en, het is, hoe hoe het, mooi is dat? Krij, een, het het is vanwege de subsidies eigenlijk hoor. Ja, ik wou net zeggen, ga ja, je de subsidie voor? Ik moet wel eerlijk ook zijn, maar. <laughs> Nee, maar goed. Ja, 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 ja zo'n jongen moet ook gewoon een kans krijgen, weet je. En, uh, het houdt ja, hem ook van de straat. Het houdt hem van de straat. En, en je, hebt heel veel, ja, je hebt heel veel geduld nodig. Ja. Ja, en, 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 uh, maar we geven hem dat vertrouwen. De straat er ook je, al vanaf. Je ziet hem per aflevering. Per ja. aflevering zie je hem goed. Ja, en dat verdient hij ook. Ja. Dat verdient hij ook. <laughs> ik bedoel, als je kijkt naar zijn, naar zijn omvang, ja, weet je, dan. Ja. Uh, hmm. dat is veelbelovend. Dan denk je van, ja, dat verdomme, dan moet je wel, uh, oké. Okay. Dus, uh, dan, 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 ja, dan moet je ook, ook gewoon in, ja, als, ja, je postuur is, is eigenlijk de graadmeter van, van, je, van je persona. Weet je, dus uh, holy shit. Uh, ja, hij staat een kolos. Hij is wel weer afgetraind nou, toch? Ah, ja, klein beetje. Klein beetje dan. Ah, oké, okay, ja, dat is goed. <laughs> nog, ja, ik, als zijn personal trainer uh, kan ik niet te snel tevreden zijn. Ja, nee, ik heb Wanneer ik hem voor het laatst gezien, dat was bij uh, Dutch Matrix Feestje. Ja, is al een paar maanden terug. Toen was hij natuurlijk dus een bijna in shape voor zijn uh, oudejaarsconferentie aan het komen. Ja, ja, ja. ja. Toen was hij ja, echt een shape. Ja, nou, maar weet je, ja, hij heeft het zelf over verteld, de laatste, in een podcast. En um, ik weet daar natuurlijk wel iets meer van aan. Weet je, hij... hij um, ik vind dat hij, dat hij heel professioneel en heel uh, uh, netjes het, het, het onderwerp ter uh, sprake brengt. Waar Mensen hebben daar vragen over. Nou ja, dat, dat, dat hij natuurlijk weg is bij harde uh, bij, oh, uh, humor. humor. Ja? Um, nou ja, goed. Uh, en, en het is jammer dat dat zoiets gaat nooit in goede harmonie. Um, maar ja, respect hoe hij, uh, hoe, hoe hij er gewoon mee omgaat. En ja, ja. Uh, uh, hoe hij uh, zich, zich gewoon richt. Op zichzelf. Op, op, op zichzelf. Ja, ja. zelfcreatie ja. uh, ja. Ik zeg ja. vaak uh, uh, creatie in plaats van reactie. Weet je wel? Uh, Als ja. dus je hebt, bijvoorbeeld reactie hebt en je hebt die C en die zet je drie ja, plaatsen in. Ja, exact de ja. Je hebt totaal andere woorden, totaal andere intentie, totaal andere energie. Een hele mooie creatiekracht. Ja. En uh, ja, je kan wel blijven hangen in een uh, gebitje en gedoe en. Uh, en ook reageren op shit en jezelf en je standpunt verdedigen in deze wereld waar ik in zit. Maar, maar dat heb geen zin. Ik krijg je liever. Ja, en, en er zijn mensen die die Ja, die moeten nog steeds ontdekken dat dat contraproductief is. En, en dat dat uh, jezelf op die manier mm -hmm. uh, over de rug van een ander proberen op een pellestoel te zetten. Dus ja. mensen kijken daar doorheen. Dan heb je dus. Uh, mm -hmm. uh, um, maar weet je, ook, ook dat is voor iedereen een proces. En uh, nou ja, kijk, zelfs in, helemaal in de wankere wereld, moet je er zo hè? Huh? Helemaal in de zogenaamd wakker wereld zie je heel veel ego shit. Toch oh ja, 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 ja. kijk uh, Dat is wel heel apart. Van mensen die claimen egoloos vaak te zijn, is zoveel zo ego shit. <laughs> ja. joh, dat is niet normaal. Jo, maar ik ben egoloos. Ja, 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 ja op het moment dat, dat ego. Dat, dat alleen de uitspraak. Ik ben helemaal niet van dat ego shit. Hoe goed mensen erin zijn. Ja. maar alleen dan zeggen ik ben egoloos, dan zeg je dan heb je eigenlijk wel een ego ja. Ja, dan, dan, ja, want zo werkt het uh, in, weet je, want uh, dat is leuk, weet je, um, als je als je een beetje kennis hebt van, van hoe, uh, hoe krachtig woorden kunnen zijn ja. hè, en, en uh, dat is de kracht ook ontleend aan bepaalde klanken hè, dat, dat die een, een, een uh, Manifestatiekracht in zich herbergen. Creatiekracht. Um, maar dat heeft ook te maken met hoe het universum. Hè, op het moment dat jij iets zegt. hoe het universum dat ontvangt. Het klankbord. Ja. En uh, is zo. woorden als on. en, en, en eh, ongenoegen. Of, of niet. en, en uh, uh, ontkennende woorden. Dat is. Uh, dat komt niet voor in de taal van het universum. Dus het universum uh, mm -hmm. verstaat dat niet. Ja, ik dus, weet wat je bedoelt. Ja. Ja, 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 ja. En als Met jij van de de dus gaat, eigenlijk ja. uh, van, uh, iets, iets uh, wil creëren vanuit een negatief. Ja, je legt juist juiste focus uh, uh, op. Ja. ja, een, ja. een, 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 een negatieve. Uh, ja, bijklank. Hoe zeg je dat? Dan uh, een een uh, hate speech. <laughs> ja. Of. Uh, Newspeak. Weet je wel? Doublespeak. Doublespeak. Ja. Nee. Um, ja, en, en, maar daar. Weet je. Uh, dat, dat is heel manipulatief. En, uh, maar mensen hebben soms ook niet in de gaten. dat ze daarmee een beetje hun eigen naad naaien. Uh, mm. hè, het moment dat, dat mensen. Uh, ja, van zichzelf. Iets moeten zeggen. In, in, hè, als, als een soort aanprijzing. Dat, dat, ja, 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 ja. Dat, da, daar, daar zit een bepaalde behoefte in. Ja, dat is. Uh, ja, dat uh, is allemaal in een spirituele aan, programma's zitten. Het zit heel veel ja, ingebouwd. Je hebt heel veel wounded healers hè, die, die, ja. zich, die zich als spiritueel opwerpen en uh, 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 het soms ook wel goed bedoelen, maar zij. Uh, <laughs> Weet je, um, Ja. Nee, daar gaan we het gewoon niet over hebben. Nee, daar gaan we het niet over hebben, mensen. We gaan niet over, hebben. We gaan niet over, over spirituele teachers hebben. Waarom niet? Huh? <laughs> ja, want. Ja, ik, ik heb de zin om te bashen, weet je. Oh. Nou, dat is ook een goede intentie. Dat is wel een goede. We gaan gewoon niet bashen. Maar. Nou, het is, kijk, we kunnen wel dingen we eens, uh, adviseren aan ze, toch? Nee, ik, heb, het van. ik heb er een keer met, uh, met uh, hoe heet hij, uh, Pascal, Pascal Verhagen. Die, uh, die zit tegenwoordig bij, uh, bij de uh, Libertarische Partij. Maar die was toen, uh, de, volgens mij was hij de, de, de penningmeester of zo van, uh, van gezond uh, of nee. Uh, ja, hart voor, hard voor uh, vrijheid, dacht ik. En die heb ik eens een keer geïnterviewd uh, met mijn uh, podcast-series uh, Talk, ja uh, yeah, Serious Talk, heet dat. Okay. En voor uh, solvability was dat toen. En toen hebben we het gehad over deze kwestie, Hè, over uh, ja dat dat juist binnen dat, dat hele wereldje van van ja vrijdenkers en 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 uh, uh, tot aan aan ja. Eigenlijk ook boze mensen die die trappen tegen het systeem ja. um, en terecht hoor maar um, dat uh, dat dat ze je zou kunnen zeggen onbevangen maar nee totaal onvoorbereid um, ja ik weet uh, 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 heel impulsief uh, met, met elkaar bij elkaar komen en, uh, en dat klusje wel even wil klaren. Ja. Terwijl ze gewoon zwaar de... de onderschatting. De, nou ja, de onderschatting zit hem ook in het feit dat ze zich gewoon... Uh, op op speel, spiritueel niveau uh, totaal onderontwikkeld zijn. Ja. Uh, omdat ze de emotionele volwassenheid ja. ontberen. Ja, wat uh, jij nou zegt is iets wat ik de afgelopen week over heb, heb zitten denken een beetje in mezelf. Want, dat is een belangrijk onderwerp. Ja, want ik zie een hele beweging. Ik zie, en jij herkent het, denk ik, ongetwijfeld. Ik zie, ik zie dezelfde dingen terugkomen. Van chemtrails tot aan uh, inderdaad die spirituele verhalen. Ik zie dezelfde golfbeweging komen. Mensen die zich belangrijk gaan vinden. Uh, je noemt het allemaal maar op alle valku ik, het is, het is valkuilen. Valkuilen, hè? Want ja, valstrik en valkuilen. Er ja. is uh, dus, dus in de coronatijd, een en dat is het mooie eraan, een hele nieuwe grote golf aangekomen van... Mensen die net beginnen in, ja. in uh, het proces. Ik, ik, ik wil niet het woord wakker, Daar wil ik van me wegblijven. In het proces van bewustwording. Zoiets, ja. weet je wel? En ik herken heel veel dingetjes. En ik herken ook de boosheid vooral. En, uh, ja, ja dat En ik herken, ik, ook. bij mij is het ja. ook gegaan van boosheid naar ja. het andere kant, naar een beetje New Age, hier, naar het Star uh, ja. Ik was een Star Indigo. Ja, en daar heb je ik... laatst ook over verteld, ja, toch? Ja, precies. Dat ja. verhaal heb ik in mijn eigen ja. video verteld. Ja. ja. En ik herken het allemaal, maar ja, het is wel iets waar waar, we, uh, waar mensen wel doorheen moeten gaan of zo. Maar het is wel, ja, ja, het is een, ja, het is wel belangrijk. Het, het, in mensen deze ga, tijd om, gaan ook ja. door een, een, in in een bepaald proces, maar weet je, um, ik, ik denk wel dat uh, een, een weet je, uh, je kan uh, trial and error proberen die weg, ja. maar dan dan uh, ik denk dat je gewoon halverwege al kapot bent dan en. Ja. Um, Beter dat je. Uh, en, oh. Ik heb daar een keer met, met die lasmi Frige. Ik weet niet, ken je, je lasmi? Nee, van, van, van de ommekeer? Ik denk dat ja, niet. Maar misschien wel. Oh, ik ben heel slecht in naam. Nee, in niet, want je, je was er ook vroeg bij. En, en ja, maar ik ben heel slecht in naam heel slecht in dingen. je gaat heel vormen. lang mee. Hè? Dat is. Uh, maar ik zat meer in de hele gekke UFO's in Aliens. -city. Ja, oké. Okay. Daar zat hij wat minder in. Hij was van de, ja, van de, van de interviews met... Uh, ja, fantastische interviews. Uh, echt een ja. voorloper. En, en, maar ook straatinterviews. Uh, met zijn rode neus. En NOS fake news. Uh, ah. Dat komt <laughs> van hem vandaan, weet je de wel. Keuken. En, en dus gewoon een geniale gast. En een goede vriend. Maar uh, hij is echt gewoon... Ja, uh, ik had altijd heel, heel erg uh, uh, veel respect voor hem. Dat hij een van de weinigen was die, ja, die vanaf het moment dat ik ook ben begonnen... Uh, nog overeind stond in, in, in de coronaperiode en, en daar gewoon mee doorging. Maar hij is uh, uiteindelijk wel ja, een stukje aan kapot gegaan. Hoor. Want, ja, uh, want weet je wat je uh, aan het doen bent? En die vergelijking wil ik net maken. Hoe ik het vaak zie is... En het gaat nou niet meer op hoor. Ik weet niet wie nu de wereldkampioen uh, box is. Maar neem Tyson. Mm -hmm. Het is hetzelfde als ongetraind in de, de ring stappen met Mike Tyson, wat je doet. Ja. Je, ga, je speelt tegen Juist, de tegenstander, dat is een tegenstander. vergelijking, ja. Je, tegen de, ja, ja, tegen je onderschat een tegenstander ja. als een Mike Tyson. Die al aangeeft wat voor een Dunning Kruger syndroom ja. je hebt. En, um... Maar wat we wat, ook wat, nog even erbij vullen, wat, wat mensen niet doorhebben, is dat, dat, je, dat we dus te maken hebben met die interdimensionale macht. Hè? En dat is een macht die, die, die is niet beperkt tot één leven. Die hebben een plan waar ze al tientallen millennia hier op aarde mee bezig zijn. Hè? En al miljarden, triljarden jaren in, in het universum. Nu is Reptilians! Samen... Ja, die hele Star Wars <laughs> is ook gebaseerd op, op wat er in Orion gebeurd is bijvoorbeeld. Ja, ja, ja. Orion komt er niet zo goed uit, hè? ja en, en dat ja. heeft ook een reden dat is de organische ja. mannelijke energie in samengeperste vorm dus die, ja. moesten, die moesten ze onschadelijk maken in het universum hmm. dat dus ze als, als, als ze in het zonnestelsel Maldek kapot geschoten hebben dat is nou de asteroïde geworden. gooien. Maldek van, van elf dat was Malmec. <laughs> dat hebben ze volgens mij niet voor niks gedaan Malmec. Ja. maar Maldek ja, 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 dat Maldek uh, nee, is de uh, planeet dat is gewoon dat is, dat, dat is gewoon ook weer zo'n ze vinden het leuk om, om de, de spot te drijven natuurlijk hè? Ja. maar uh, ja Holy shit. Nou, niet, maar wat ik wel wil zeggen is: Je hebt te maken met een tegenstander en, die dan, die, en dan de puppets van die tegenstander. Van, en, en dan de, de puppets van de puppets van de puppets van de puppets van die tegenstander. Hè? Die vanuit Orion en verder dan dat regeert. Ja. Daar zijn ze tegenaan de schoppen. Ze is altijd een next level. Hè? Dan daar dan zijn je, ze gewoon, tegenaan de schoppen. Ik heb, ik ik heb de ik Big Cheese verslagen. Nee, ja. dan zit dan weer, daarachter zit weer een dus je je in een. Uh, en we hebben het straks over Black Magic en zo gehad. En dan hebben, we het nog ineens, dan hebben ze het nog ineens door. Dat, nee. dat, dat dat ook nog eens next level zijn. Snap je ook ja, bedoel? Ja, ja, ja. Ach man, en daar kan ik je ook een verhaal over Damn, jongen, ik heb mijn één verhaal over verteld. Maar, uh, ja. Dat, ja. Uh, soms denk ik wel. Uh, mijn leven is zeker niet, niet, niet saaier geworden of zo. Maar. Uh, de, de, ik mis wel. Uh, ja, de, de. de weird X. Uh, files shit die die ik die ik in in mijn vroegere jaren uh, toch wel aan de lopende band heb meegemaakt. Nou, oh, dat komt wel weer, hoor. Ja, zal wel. Nou, kijk maar wat. Kijk maar wat. Ik, ik aan denk aan dat, dat het gewoon aan toen ik mijn haar verloor, toen, uh, toen, 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 toen ging toen ook die dus, dus, nou, dus, dus ik een ik, soort ik, Samsung. Ik, ja. ik, ik ben benieuwd wat deze uitzending uh, met je, met, uh, met dat soort krachten doet. <laughs> ja. En, ja, uh, met, je, met jouw met nou, uh, zeg maar, maar het goed is, veel is, het is het is zeker heeft. wel zo dat, dat de, het universum werkt gewoon, gewoon door alles heen en en je merkt gewoon dat, dat op een andere, uh, andere level uh, dat merk je wel dat het universum een beetje communiceert ja yeah. maar um, uh, ja wie zal het zeggen kijk uh, mijn zoon die uh, die heeft het denk ik een beetje van me overgenomen um, die heeft uh, nu. Ja, die heeft nu dit soort. soort uh, rare dingen. Mm. Ook met uh, demonen en zo? Nee, nah, dat, dat weet ik niet. Nee. Um, nee, nee. Nee, meer dat die... Um, um, ja, een, een. Weet je. Uh, wat. Wat. Uh, voor misschien mensen die, die actief zijn in kamas uh, kamasutra uh, Kama uh, en, en, en nee kamasutra nee niet kamasutra <laughs> ik ik freudiaanse verspreking maar uh, in in de, uh, de, de, de vedische techniek Tantrische, oh, tantr eh, tantrische, tantrische. Ja. Uh, leer en, en um, uh, in, in bepaalde med meditatie technieken. Mm -hmm. uh, die kunnen dat ook bereiken. En dat is dat je op een gegeven moment uh, in, een, in een bepaalde staat van verlichting raakt. Waardoor je uh, een soort... Uh, trompetgeschal hoort, engelengezang en en het geluid van klokken. Oké. Okay. Een nou, hoge hoge uh, kon De ja. kundolini, helemaal omhoog. Te, exact, te exact, pijpen. exact. Ja. Juist hem, juist hem. Kijk, uh, en die die uh, dat, dat is een is... bad one. Nee jongen. Nee, je je, dat was je wel dat is bad one. Dat is nee, een bad is helemaal one niet bad. Je nee, kundolini energie. Uh, dus dus. Um, uh, verheffen, zeg maar, hè, van, vanuit je. Want hij zetelt zich in, in, in je basis en, en, en uh, je. Uh, hoe heet die andere chakra? De sacrale chakra. En, uh, maar de bedoeling is juist. om, uh, om, om dus die uh, energie te verheffen. Hè, dat, ze, hè, ze noemen het ook de slangenenergie Ja, maar dan kom je eigenlijk in die synthetische werkelijkheid. Hè? Dus dat is maar, echt synthetisch Hoe kom je shit? daar naar bij? Dat, dat, dat energie is, Dat is, innelijk, dat is, dat is ja, een inlijk wet. Diep Het wet. is gewoon gezeteld in... in dat is een, een, een soort van... Hoe moet ik het zeggen? Uh, een dormant... Uh, maar bedoel jij nou de spine hier zo? Of wat bedoel je? Nou? Ja, ja, de spine. Dus uh, vanuit je, je, je bekken, zeg maar. Uh, daar huist... Maar dat voel Je voel We je ook als weet jij je Als je je tantrische oefeningen die uh, het, het orgasme uitstelt en, 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 en iedere keer weet je wel, vasthoudt, mm -hmm. dan voel je daar ook gewoon uh, een enorme energie vrijkomen die, die uh, um, uh, hoe moet ik zeggen, jou, jouw hele, uh, dat hele gebied um, een, een, een soort ja, een gevoel geeft alsof, uh, alsof, 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 alsof gewoon... gewoon met vloeibare ecstasy is. is ja, maar uh, precies. Dat, dat, uh, dat is, dat is de, de, hoe ik het noem: cosmic candy. Dit is uh, nou, next level van. Ja, dat is. Maar ja, maar ervaar, dat de zou de dan van. zeggen dat, dat uh, procreatie. Nee, ja, maar dat zat apart van. Dat, staat, dat, dat is apart. Ja, maar dat zijn wel de krachten die, die daarbij. Uh, ja, maar dat, dat dan. Ja, ik snap wat je bedoelt, maar. Dat heeft niet per se. met, met, met hè? Ja, nee. Nee, niet, dat, dat is niets met de conditie te maken. De conditie. Wat is Kundalini volgens jou? Kundalini, dat is een... Dat is een um, synthetische energie. En als je, als je ook bij, bij aan, aan het hoofd van Reiki gaat kijken, wie er aan het hoofd zit, dan zijn ze van die Draco Reptilians, hè? En, en die energieën... ja, nou, ik, ik heb die niet met Reiki, maar... Uh... Die energieën... Daar, li daar liet je zijn van, hè? Dat? Het is een... Het is een het is een situatie waarin jij bijvoorbeeld, ik weet niet of je Rijk gedaan hebt. Of, nee, ik heb geen ja, Rijk hier gedaan. Nee, ik maar iemand iemand die Rijk doet, ja. die voelt zich helemaal hè? euforisch. Of ik weet niet, hè? ik heb het niet gedaan, maar in dit leven dan, hè? maar ik weet dit uit vorige levens. Daarom nou, weet nou, Ik ja. ken genoeg mensen die Rijk hebben gedaan, die, ja, die of redelijk gedaan, down to, to earth, earth zijn hoor. Hm? Die gewoon Rijk beoefenen ook, maar die redelijk down to earth zijn hoor. Ja, nee, los ik, ik, ben niet, ik ben geen zwart-wit denker, hè? Um, ik heb het echt over. Um, rijke ik, ik ken ze ook die datzelfde zijn. Maar ik heb het echt over mensen die. helemaal into die programmering zijn. Helemaal ja, in het, ja, in het uh, is, openzetten van echt, alle okay. alles, alles chakra's, alles openzetten. En dan extern. Ja, dat ja, is zo maar, bedoel ik, extern licht naar binnen ja, willen halen die bij mensen, zichzelf. Die mensen kunnen dat doen. En dan is het gevaarlijk. Dan is het gevaarlijk, ja. Dan is het gevaarlijk. Maar wat jij bedoelt is anders hoor. Maar ik bedoel echt, niet zwart-wit, maar ik bedoel echt als mensen nee, echt ik, helemaal ik ben, en, lak, en, in, in, en dan ik is, die worden helemaal en daarom lopen ze ook allemaal in zo'n hive mind rond van wow ik voel me zo goed ik voel alles is licht liefde. Mm -hmm. ja. en liefde. Uh, ja, ja. <laughs> dat, dat is inderdaad een, die zijn helemaal onder die zijn ja. helemaal bezeten alles oh we are all one ja. oneness. bullshit ja. inderdaad hè? Ja. ja dat is dat oké okay, dat, dat is dat is gewoon die uh, die die uh, new age trap maar ja, precies. Um, maar ik wil niet zeggen daar, dat, dat ik dat, heb dat het daar dat niet over Ik echt dit, dit, dit is. Juist ik, heb, een, ik wijs alleen op de gevaren van iets. Uh, nee. Ja, nou, maar de gevaren zijn er bij Kundalini. Want hmm. uh, als jij een onervaren iemand. Uh, en, en, en ik heb uh, altijd heel erg fel. Uh, ik ben altijd heel veel van geleerd getrokken tegen, tegen uh, zogenaamde yogis in de buurt. Die, uh, die dus de yogalessen hmm. geven. Die zei kundalini yoga te geven. Hmm. Aan. aan Mensen die nog nooit yoga hadden beoefend, en uh, dat was zwaar voor onverantwoord, weet je, want je speelt echt met krachten ja, en, Precies. Um, ja, precies. Uh, ja, uh, daar moet je dat, mensen echt, daar uh, moet je echt ja, bewust van zijn. Uh, en, want want en, anders word je gewoon echt letterlijk ja, in je achterste. Nee, maar dat, dat zei mij dan al direct van, joh, ja, weet niet waar je, waar je aan begint. Ja. Je, hetzelfde als met glaasje draaien, weet je, uh, dat, dat is ook hele linkse shit. En weet je, waar die drekers helemaal te lekkerst op gaan? Uh, daarom, daar worden uh, anale seks bij kinderen anale verkracht dat is om dan dat punt bij de kundalini... ja dat wordt daarmee gestimuleerd dat is die hele fucking satanische maar fies. ik denk het om het te corromperen. Ja. dat denk ik eerlijk, ja ja eerlijk. precies ja, ja. En, uh, en ja toen, het, ja was... weet je ja zeker maar kijk in, in maar ja. het is bij alles hè dat is ook bij chakra's etc. het kan ten positieve gebruikt worden maar je kan er ook mee gemanipuleerd worden Dit is hè, ja, het is ja, met je mind maar, hè? je kan ja. goede dingen met je mind doen nee, je kan heel, maar je kan ook gemanipuleerd worden met maar, je mind zo bedoel ik het met zeggen um, Kijk, in, 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 in uh, het oude uh, India en, en, en in de uh, Tibetaanse klooster wordt, wordt het beoefend. Uh, maar is het iets wat. Uh, ja, daar is echt training voor nodig. Hè? Dus uh, vanuit meditatie en. Uh, ja, precies, zo bedoel ik het, ja. ja. Uh, maar het, het is. Het is een, 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 um, ja, een energie die, die op het moment dat jij hem, dat jij hem hoger in jouw, jouw, jouw uh, ja, meridianen systeem, jouw, jouw chakra systeem uh, kunt trekken. Um, die wel degelijk dan helpt om een hoger zijn een vorm van zijn ja, te ja, bereiken. Ja, ja, ik praat hoe je hem bedoelt. Omdat je je, je verheft... Energie, uh, dat, het is eigenlijk een metafoor. Het is eigenlijk een metafoor, zou je kunnen zeggen, um, voor uh, het, de, wat je in het chakra systeem ziet: dat de, de, de toonladder. Je kan hem even ook zo zetten hè, als je naar voren wil zitten. De toonladder. Je kan er alles mee doen. Oh, oh. Ja, het is misschien laat om te zeggen: laten nou, zenden, deze uitzending. Nee, maar dat, <laughs> ik, ik weet hoe het werkt, maar ik, ik hoor mezelf nou goed. Yeah. Um, waar, hè, waarop, um, ja, hoe moet ik het nou zeggen? ik weet wat je bedoelt. Nou, het is, nee, want het is best een ingewikkelde materie. Um, ja, ik denk ik ook nee, ik kort ga een samengang. poging, poging doen om, om hoe het te Hoe ik stellen. het ongeveer zie, hè, misschien heel simplistisch en uh, kort door de bocht gezien, zie ik dat als, 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 als leuke tools, als leuke stepping stones waar je inderdaad je bewustzijn mee kan verhogen... Waar je inderdaad... Uh, wat je inderdaad kan helpen... tot op zekere hoogte... want dan bereik je een plafond. En als je daar te ver in doorgaat... dan komt, kan het verkeerd aflopen. Maar wat ik wil zeggen is... er is daarna nog de next... beyond step in dat alles. En dat zit in ons multidimensionale hart... bedoel ik te zeggen, portal. En dat, uh, uh, dat is... De, en dat is ook een soort... Dat is, dat hè, is, de, is de, verbonden de, met het alles. Soort, uh, en... Ja. Um, Um, dat het bewustzijn wat je opbouwt via chakras en kundalini en uh, mind, dat gaat maar tot en met 4D. Uh... In mijn model. Maar daarom gebruik ik ook geen cijfertjes meer, omdat dat, 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 dat werkt verwarrend. Ja. In mijn model is het zo dat 4D daar heb je een uh, organische kant en een uh, synthetische kant. Uh -huh. En die synthetische kant binnen die 4D daar hebben ze echt tig dimensies gebouwd. Dus in die 4D. Maar in het organische, daar heb je ook 5D. Maar daar zit echt een membraan tussen. En dat gaat dus beyond mind. Daar is geen mind-energie meer. En in dit <laughs> gedeelte, tot in ontelbare dimensies waar al die uh, zwevers en, en goden in zitten, hm. dat is allemaal nog steeds in ja, 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 mind. Ja, Snap je ja, wat ik bedoel? Ja, 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 nee, zeker. Dat en daarom gebruik ik man... die cijfertjes niet ja, meer. Dat, dat maar die soort... spelen zich allemaal af. Dat is waar, in... dus een soort soort. Ja. Pad, uh, ja. Waar, ja, maar het echte organische... Daar, ik noem het tegenwoordig ook geen 5D meer. Ik noem het tegenwoordig uh, de dimensies van het diepere slash hogere zelf, noem ik het. Mm -hmm. Omdat uh, cijfers verwarrend werken. Maar zo zie ik het in mijn mode, hoe ik het zie, zeg maar. Dus uh, uh, ik zeg niet daarmee dus dat het allemaal slecht is, maar ik zeg het is... En het helpt ook wel daadwerkelijk, maar tot op zekere hoogte. En het zit ja. vol met openingen die je openzet, want hoe... Elke chakra die je meer en meer activeert en, en, en openzet. werkt ook als een. poort voor onzichtbare entiteiten. Hè? Net zoals alcohol en zo. Ja. Dat, 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 is, dat is de valstrik. En, 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 en als je via hier gaat. Dat, dat bewustzijn. wat je daar bereikt. dat gaat verder dan een mind. En, en, en. ja, dat is on, onaantastbaar, zeg maar. Mm -hmm. ja. ja, dat zou kunnen. Ja. Want, uh, <coughs> ik, uh... ja, ik drink het niet op. Het is alleen uh, nou ja, hoe, weet ik je... het, hè, hoe ik het zelf ervaar. Nee, zeg maar. zeker, zeker. En, en, en als ik jou hoor, dan, dan hoor ik ook jouw verhalen vertellen uit uh, de dimensies van het hoe ik dat zie: diepere slash, hogere zelf, zeg maar. Want dat is beyond mind. Als je in split seconds mensen incarnaties kan zien, dat is beyond mind. Daarom, daarom was ik zo gefascineerd door jullie uitleg. Zeker, je dat Peter zeker. Maar, ja, weet je, um, ja. Uh, een heel ander, uh, ja, een heel, heel ander traject. Oh. Maar, um, ja goed, weet je, ik. ik uh, uh, laat ik het zo zeggen, ik heb. Um, ik, ik denk dat. Serieus, dat het, dat het uh, zo, zo voelt het voor mij dat, dat als we toch even over, terug kunnen komen op Koenlinie-energie, kondil, mm -hmm. dat dat een, juist een, een natuurlijke, uh, uh, ja, zeg maar, een, een, een natuurlijk aspect is van het, van het, uh, van het mens zijn. Uh, daar waar het een, een ja, uh, zeg maar het, het uh, energetische uh, aspect met het fysieke een soort tussen... een soort tussen... ja... Uh, um, ja orgaan Kijk, kundalini is, is, een, is een energie, maar je, het is voelbaar. Dus op het moment dat het, dat het wordt geactiveerd, dan kan het, dan, dan heeft het een effect. En op het moment dat het uh, niet goed is geïntegreerd, in, in, je, in je hogere... Uh, uh, Chakra uh, ja, ja. systeem, dan ja, dan dan op het moment dat het hè, uh, een soort van activeert, in in in, uh, want het het, het is dormend, dus het, het is een soort van het is een slapende, een slapende toestand bij heel veel mensen. En Op het moment dat wordt geactiveerd, soms dan gebeurt dat te vroeg. Mm -hmm. En dat kan psychoses en van alles veroorzaken. Ja, precies. Dus, dus inderdaad, het is iets wat, uh, ja, waar, je, waar je niet gewoon zomaar mee speelt. Ja. Maar uh, het is dat zie je wel, wel veel, goed om mensen daarover te informeren. Ja, Dan zie je wel veel gebeuren. Dit, uh, nou, omdat ja. er onwetendheid is. Ja. Hetzelfde uh, dus als dat er heel veel onwetendheid is over uh, het zogenaamde glaasje draaien. Kijk, uh, <laughs> ja, dat heb ik ook al eens gedaan. Uh, uh, yeah. Uh, yeah. Nou, heel veel... Heel <coughs> jongeren heel veel heel veel ja uh, beginnende puurs die vinden dat spannend en die gaan dat met elkaar doen ja, ook bijna allemaal ja en uh, het is levensgevaarlijk want je opent een portaal. Hè? Um, naar naar uh, de lagere regio's van van het geestenrijk mm -hmm. tot aan uh, de poorten van de hel om te zeggen en um, uh, ik, ik heb dat ik heb dat zelf ook ervaren kijk ik had ik, natuurlijk die ervaring achter de rug ik zat inmiddels op een internaat en mijn moeder die had mij op een internaat gezet en uh, want die kon mij, die kon mij niet meer handelen nee. uh, en ik kende die kracht inmiddels dus ik, ik had daar respect voor Dan heb je dus uh, toen toen er was een gemengd internaat uh, een aantal van mijn leeftijdgenootjes... tussen de 13 en de, en, 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 en de 15, 16 jaar. Uh, ergens in, in een hoekje achteraf uh, glaasje gingen draaien. Mm. Voelde me min of meer verplicht om erbij te blijven. Om uh, om, om in de gaten te houden. Mm. Want ze, ze kwamen al met, met fantastische verhalen uh, terug. Van ja, joh, dat is lach, joh. En. Uh, <laughs> Ik zit daarbij en uh, nou, op een gegeven moment. vragen werden gesteld en. Nou, bam, 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 antwoord. Zo, weet je. En iedereen van. nou, nee, jij doet dat. Nee, jij. nee, echt, ik doe het nee, niet. nou, loslaten. En. Nou, dat glas bleef gewoon gaan en antwoorden geven. En, uh, nou, en. er werd natuurlijk ook een beetje lachig over gedaan. En. Uh, uh, toen. Uh, vroeg iemand hoe heet jij en toen was het antwoord raar raar ja, ja. dat is raar hè maar en uh, en op de een of andere manier voelde ik dat dat aan mij gericht was hm? okay. en toen uh, ja, en vervolgens ging ging ja dat groepje waar natuurlijk allemaal van die beide handen pubertjes je ging daar een beetje lachig over doen. Een beetje de spot mee drijven. En toen werd, toen werd die entiteit kwaad. Oké. Okay. Wat denk je dat er gebeurt, joh? Serieus stoelen, gebeurt. omver. Nee, Lampen. jongen. Die, dat glas, dat sprong in. Dat verpulverde. Oh, wauw. En, en dat ontplofte, jongen. En, en mensen werden gewoon achterover gegooid door de, <laughs> door de schokgolf. <laughs> nou, nou, jonge, had, had, ze moeten zo. zien lopen en gillen, jongen. <laughs> zo. Dat had ik ook geloof. Tering. Ja, en ik zeg, nou, weet je, en, ik, en ik, ik in de gang nog. En dat is precies. waarom ik zeg: Kijk uit. niet doen. Ja. Weet je wel? En uh, toen later, in, in een later, ja, later moment, en dat was gewoon een paar jaar verder, zat ik uh, inmiddels in, in bokstel op, uh, op Sint-Lucas. Uh, dat was een, uh, een, een, een grafische opleiding. En nou, daar werd dus ook uh, uh, een widge, ouija uh, oh, uit de kast gehaald. En uh, ja, daar ging ze hoor. Ja, ik, uh, ik natuurlijk best wel op tegen. Ik zeg, want ik woonde woon daar ook. Ik zeg, jongens, ze uh, is dus zo in het portaal. Ja, nah, je bent gek. Ik doet normaal het is het gewoon een spelletje, uh, idioot. En uh, nou... En uh, ik, ik hoor op een gegeven moment, want ik denk, doe niet mee. Ik ging er, uh, ik ging, ging, het is een soort gezamenlijke uh, uh, woonkeuken. En ik ging uh, wat achteraf zitten. En ik hoor de vraag stellen: nou, wie? Uh, uh, Geest, kun je ons uh, jouw naam vertellen? Of, uh, ja, vertel wie je bent. Uh, wat denk je. Rara. Rara. Ah, uh. oh, kut, jongen. Echt. echt. Nou, uh, de. de Echt de haren op mijn rug, en dat, dat waren er niet zoveel op dat moment, later wel, maar uh, die ging echt keihard overeind staan, jongen. Ja. Echt niet normaal, jongen. Ja. En, uh, en ik zeg: Nou, kappen ermee, weet je, draait glas om, weet je wel. Want, uh, maar zou dat, dat dan niet gewoon dat wezen zijn geweest? Wat je, wat, wat ja, voor jou was? ja, 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 ja. 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 Hmm. Nou ja, of ja, via, via, die, maar ik, ik wist in ieder geval dat het aan mij gericht was. Ja, Dat kan goed dat wezen misschien ja. zijn. We zitten nou ja, te sukken, of zo weet ik veel. Nou ja, of degene erachter. Iets of iemand, ja. ja. Anyway, dus. Um, uh, ja, dat. dat met, <laughs> weet je, er is zoveel onwetendheid. En uh, dat heb ik toen ook oh, geprobeerd yeah. met die uh, met, uh, Tilasmi in drie live uitzendingen. Uh, een soort cursus. Voor, dat was toen voor de gele hesjes, nee dat. Ja. Uh, om, om je echt voor te bereiden op allerlei manieren. Als jij uh, zo nodig in zo'n geel hesje wilde gaan protesteren en, en iets wilde bereiken. Mm. En uh, dat zat echt goed in, goed in elkaar. Dat was ook grappig. En uh, ja, jam, jammer genoeg heeft uh, uh, Tilasmi dat uh, op een gegeven moment offline gehaald. En uh, ja, dat is ook heel raar, want dat deed hij normaal nooit. Maar. Uh, en dat is echt jammer, want. want dat, daar zaten echt zinnige dingen in gezegd. En het was echt wel leuk om naar te kijken. En, uh, ja, dan moet je het offline afl halen. Ja. Maar, maar er zijn zoveel mensen. Uh, of ik zou zeggen. Kijk, er zijn genoeg mensen die. dit soort dingen weten. En. Uh, uh, kijk. We hebben natuurlijk. Bij, eigenlijk helemaal niet over Solflix. Verder maar. Uh, een van de. Uh, een van de. Ja. Functies binnen Solflix is ook de Academy. Hmm. En, en, en daarvoor zou ik wel mensen willen oproepen die bepaalde kennis hebben om te delen om daar gebruik van te maken. En, en je, je kan op allerlei manieren dat doen. Je kan dat als schriftelijke cursus aanbieden, je kan dat uh, on, online of, of uh, je kan het gewoon, gewoon ook ergens doen. Maar je kan het ook als, als webinar of als, als, een, als lezing. Je, al, al die dingen kun je, hè, of, of, ook als video, als, als, ja zeker als tutorial en dat soort dingen. Ik heb nog wel een video cursusje voor mensen. Okay. Nou top, weet je, Kijk, hoe je hoe je euh, kan, je kan beschermen tegen AI, onzichtbare AI. Uh, knowledge, knowledge to the people. Dat is dat is mijn, weet je, dat dat is hoe ik denk dat we dat we echt een revolutie teweeg kunnen brengen. En uh, zo, weet je, um, je, je i, 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 ieder oorlog als jij ongetrainde soldaat het slagveld instuurt dan zijn ze puur kanonnen en en zijn ze gewoon weet je die die daar heb je niks aan dus uh, we, en, en we moeten wel beseffen dat dat we in een oorlog zitten en een uh, socioloog uh, sociale oorlog voor sociologische oorlogsvoering psychologische oorlogsvoering uh, uh, een oorlog, een informatie oorlog een oorlog om onze mind ja en, en ook onze ziel, hè, trouwens. En onze tijd. En um, als jij dat beseft en je denkt... Godverdomme, uh, ik, uh, ik, ik, ik ga je tegenop staan. Wie voelt? Dan moet je gewoon zorgen dat je, dat je van jezelf getrainde soldaat maakt. Ja, ja man. we uh, moet ook gewoon een fysieke universiteit oprichten. Gewoon. Hoog leren. Ik word al een hoge leraar. Jij ook. Ik, uh... ik. zie ons al staan. Nee. Maar Ik ga er even aan in. Ik word juf. <laughs> Mag ook. Hey. Hoe jij uh, wil uh, genderen maakt ja. mij niet uit. Maakt mij Puff. niet uit. <laughs> ik moet even naar het je ja, het, uh, het goed. Even. Ik clip ik wel uit. Mensen, we zijn weer terug. Paul is terug. Ja. ja. Hallo. Ja. Dat is de enige clip die ik in de show ga doen, denk ik deze. Ja, dat denk ik ook. Ja, deze moeten we wel even doen, dat slaat nergens op. Ik zat ook echt aan mijn ballen te krabben en zo. Ik zat zo. <laughs> ik, 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 ik was mond als uh, Bart ba ja, uh, en papa. Ja. <laughs> ik vind het wel een mooie creatie, Bart en papa. Ja. Mensen gaan van Solflex, oh dat hebben we straks ook al gezegd. God vergreek het weer, Fact, Fake... Ik ga, Fake check. Fake check. Ja, fake check. Met, uh, met Chris van Ende als presentator. Dat uh, doet hij heel erg leuk. Maar ja, wat wacht je? En, uh, ja, uh, en, maar het is een, een, een team uh, effort trouwens. Het is, uh, hè, het is uh, ook Trevor, die, die, uh, die fantastisch uh, uh, werk doet in de, in de edit. Ik, uh, ik, ik, de regie doe ik daar ook een beetje van. En uh, dat, dat, ja, zo'n nummer, weet je wel hoe dat tot stand komt, is ook gewoon prachtig. Um, ja, dus het, het verdient wel iets, iets meer publiek, denk ik. Mag je de microfoon? Oh, ja. Oh, of ik met een stand. te Nee. Hallo? <laughs> ja, dat is beter. Ja. Ja, ja. Oh, ik doe mijn koptelefoon wel even op. Eh. Oh, ja, ja, ja. En, uh, Dan voel ik het zelf ook. Ja, Alright. daar zijn we weer. Ja. Oh, wat klinkt mijn stem in één keer donkerbruin. Zo. Late night. Het is uh, ja. half twee s'nachts hier, hè, mensen. Vergeet dat niet. So, hebben jullie dat weten, hebben jullie... Netflix Brothers. Je zit uh, ochtends misschien of 's middags te kijken. Wij zitten hier gewoon uh, midden in de nacht. Uh, half twee. Is het alweer half twee? Ja, dat zag ik net. Damn. Ja. <laughs> Time, uh, we zijn al bijna drieënhalf uur bezig. Zo. Jeetje, jeetje, jeetje. Ja. Nou ja, goed. Um, ja, ik ga ik uh, even, even uh, na, naar mijn uh, sanitaire break uh, met jou even. Kort over waar we, waar we ongeveer gingen oppakken, hè? want we zaten een beetje op het uh, doelpunt. Ik denk je ik. vergeten. Uh. Um, ja, kijk. Uh, nog een paar uh, van jouw vragen. Dingen die je gewoon wil vertellen nog, misschien? Nou ja, goed. Ik weet ook niet waarom, maar ik, was, dus, ik stond daar te pissen. En uh, 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 plotseling moest ik denken aan uh, iets wat, wat er. Uh, ja, dat is een event wat. Uh, vlak na de. Uh, een uh, van 2000 uh, is, is gebeurd toen. Mm -hmm. ik, uh, ik lag s ochtends, uh, de, 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 de daags daarna lag ik uh, in mijn bed. Nee, nee, het was de ochtend, de ochtend. Nou weet ik het weer, uh, uh, voor de voor die eclipse. Uh, Oké, okay, eclipse. Hmm? Eclipse. Uh, yeah, was een was een solar Eclipse was het toen. Okay. Zoek, 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 zoek me terug. Ja, dat was ergens in uh, 1999 of zo. Nee. 2000 dacht ik. Ja, zoiets yeah. ja. Dat klopt ja. Maar iedereen ja. met die brilletjes liep. Ja. ja, ja. Toen. ja ah, toen. Ja, ja Oké, oké, oké. Even voor de tijdsgeest. En um, ja, ik, ik lag ochtends gewoon uh, in bed en het was, het was half zeven. Want ja, dat weet ik dus nog omdat ik, ja, uh, ik de telefoon ging en Dat was al heel vroeg. Dat was geloof ik ook in het weekend ergens. En uh, ik doe mijn ogen open. En ik zie gewoon tegenover mij. Precies waar ik lag. In die lijn. Mm. Zie ik een, een, ja, een soort ja, ronde sfeer. Zo groot als een greepvloed. Okay. Mm. Uh, transparant. Met, met groen en, en rode uh, ja, lichtjes. Die, die gewoon... gewoon ja, Wild, wild uh, zeg maar, in die, in die, die bol aan het uh, draaien zijn. Terwijl die, ja, die bol die komt gewoon over het plafond rollend, mijn kant op. Oh, die was binnen. De, ja, de, oh, ik zag hem gewoon op dat moment, gewoon door de muur komen. Oké. Okay. <laughs> ja, <laughs> en ik denk, ik ga die in die afwachting, ik ga lekker die telefoon opnemen, weet je. Dus, uh, what the fuck. En waar hadden hier? Dus, uh, uh, dus ik neem die telefoon op. En ik hoor tu, 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 tu. Hè? Weet je, dus. Dat is raar. Dus ik, oh. ik, ik loop terug. Ik denk, ja, ik zal het wel een beeld hebben. En jongen, ik zie dat ding gewoon bij, precies aan de andere kant van de muur. Gewoon, gewoon door de muur verdwijnen. <laughs> dus ik ren, ik ren uh, naar de, de ruimte. Uh, achter die muur. Dat was de hal. Hm-hm niks. Maar ja, dat, ja, wat zou dat dan kunnen zijn? Weet je, dat uh, als, als er, als er mensen ja. zijn die uh, bij wie nu een lichtje gaat branden, je, of, groen, oh, oh, dat ken ik. Weet weet je, um, graag in de comments um, even je melden. Want ja, weet je, dit zijn, ja, ik kan ook natuurlijk. Ik ken wel iets wat, wat rood is en wat door de kamer vliegt. Ken je dat? Eh, uh, sambal bijtje. Ongestelde vraag. Ah. <laughs> ja. Oh. Ja. godsamme zeg. Ik had het moeten weten. Ik denk, er zit ergens een ongestelde vraag. <laughs> oh. dikke man. Maar zijn we daar op dat, zo, dat op niveau? Op dat aan niveau, aan niveau aan zijn beland? we nu beland, hè? Ja, ja, ja da, da, inderdaad, daar het, zijn we uh, aanbeland. Ja. Het, ja, we gaan nou bij de hele roeierde shit aanbeland. Groen-rode ballen in de kamer. Heel Paul uit de brand. We willen weten wat het is. Heb je ook wel een groen-rode bal? In jouw kamer gehad. Mail dan even. Of zo even in de in reaction, uh, Reactions. Right below. You know? Dat yeah. is wel bizar. Bizar. Ja. Nou ja, goed. Uh, en. Maar, maar heb jij nou nooit eens bijvoorbeeld meegemaakt. dat, uh, dat jij een, een, een soort geest. of geestverschijning uh, aan je bed had? Bed. Ja. Ik heb zoveel shit meegemaakt. want zoveel shit meegemaakt. Ook in de ochtend trouwens. Maar ik heb wel eens vaak, vaak geesten gezien. Ik heb ook wel eens op bezoek gehad. Dat was lachen. <laughs> ja, dat was echt lachen. Dat lag, lag ik lag uh, stoned op de bank. Zo, weet je, ben je ik vond je goed aan Bassie en Adriaan. <laughs> nee, ik, lag, ik, lag, ik lag op zo'n bank. Was jij ja, nou ja. zitten? Zo'n beetje. In mijn eentje woonde ik thuis. Ja. Op mijn eigen. Stoont, En uh, de afstandsbediening zo onder mijn reed, had ik. <laughs> en uh, nee, dat dacht ik. Nee, ik lag op de bank en uh, ik, ik lag iets te kijken, weet ik veel. En opeens gaat die tv gat uh, beginnen te zeppen. Die dient hem met je reed. Die, be die begint te zappen, weet je wel. Ja. En elke stoner kent dat. Dan lig je met je reed op die afstandsbediening. Dus ik ga ja. zo onder mijn reed zo. Hè? En, en, en ik kan me niet vinden, hè? en Ik kan het maar niet vinden. En, en dat ding blijft blijf zo. Nee, godverdomme, weet je wel. En dan is de gouden regel opstaan. Gewoon ja, opstaan. Ja, ja. Dus ik sta op. En dat ding blijft steppen. Dus ik sta eventjes zo naar die tv te kijken. En ik kijk zo naar de tafel, zo. Een paar meter verder. En daar ligt dat ding. Hmm. En ik denk: dat kan niet. En dat ding stopt. En uh, ik, ik voel echt zo'n vreselijke. Zo maar we waren geen kwaai jongens. Die meer, want heb, je hebt van die nee, 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 uh, apparaten waarmee je iemand nee, nee, zijn Ik had de Luxaflex uh, uh. pot dicht zitten. Ik, ik was eigenlijk kluizenaar. Hmm, okay. Oké, nog steeds. Nee, nee, dat was een geest, want die lachte zich ook helemaal kapot. Ik voelde een energie dat hij zich helemaal kapot lachte, want ik gaf hem ook de erkenning zo van, dat is echt grappig. Ik was stoned, ik was hartstikke grappig. Ik dacht had ik het maar bij iemand gedaan, was ik maar een geest. Maar ik heb ook echt kutgeesten meegemaakt en zo echt. Ja, die je. situaties. Ja, die heb je ook. Die heb je. ik had dus ooit een, ja, dat is ook heel raar. Ik had. Die avond had ik het uitgemaakt met een vriendin van mij toen. We kwamen in de binnenstad van een bos. En, uh, uh, en ik, weet je, en, en zij is toen gegaan. En uh, ja, zocht dus toen. Uh, uh, oh ja, toen zag ik een. Uh, nee, toen werd ik op mijn schouder getikt. En ik denk, hè? Weet je wel, dat is raar, want ik, is, verder is daar niemand normaal. Ja. En uh, ik denk, nou zou, zou uh, Mion, zo heet, uh, mijn vriendin toen uh, uh, terug zijn gekomen, maar hoe zou ze dan binnen zijn gekomen? Weet je, dat flits door je gedachten en ik, ik, ik draai me om, ik, ik, ik ga rechtop zitten. En waar ik, hier waar ik zit, zit daar. Iemand, een, een, ah, een, is, ja. Daar, ik oh, ja, ik zie het. Ik, ik zie het dus, dus die, die zit op, op mijn bedrand en het is ja, het is nog wel een beetje donker, maar ik ik, ik zie uh, in in een flits dat het een uh, dat je een, een, een nette overhemd aan heeft, en uh, ja, het is een beetje lang, maar ik, ik had niet de tijd om naar het gezicht te kijken, want ik, ik op het moment dat ik vroeg: van, Wie ben jij? en ik ging met mijn hand. Wilde ik hem aanraken, maar ik ging er dwars doorheen. En toen verdween. Uh, ja, die. geestverschijning. ja, die ja. En, uh, en ik schrok me de pleurs. van. ik dacht. Uh, gelijk aan mijn broer, weet je. Dat, uh, ja, daar ja. had hij wel wat van weg. Ja. Dus uh, ik, uh, ik. hem bellen, weet je. Of alles oké okay was. Maar. Ja, maar het was gewoon natuurlijk wel. Was iets, iets. Weet je. Om zoiets mee te maken. Um, ja, op zich gun ik het iedereen. Want het is, weet je, het, het geeft je um, toch een, een bepaald inzicht. Mm. He, dat, en, het, het, het verandert waarschijnlijk ook je perspectief op hoe, uh, hoe de werkelijkheid uh, in elkaar zit. Mm. Of in ieder geval uh, dat de werkelijkheid, uh, de werkelijkheid anders is dan, dan mm. datgene uh, waartoe uh, waar we zeggen conditioneerd om dat ons als onze werkelijkheid hè, en is dus eigenlijk het uh, een, een soort ja groundhog ja, ground day af alle letters in de zin Je het dat meemaken. Om het ja. inderdaad, Dat zeg ik ook tegen mensen die tegen mij zeggen en dan zeg ik helemaal gelijk. Zeggen ze, joh, ik geloof niet in uh, UFO's uh, en dit en dat buiten leven of UFO's UFO's buiten aardse leven. maar UFO's. Natuurlijk en, en, heel wat veel mensen zijn ze eerst zien dan geloven. Ja. En ik, ik heb al een aantal situaties. Ik ben van de dood gered een paar keer. Door iets wat gewoon onmogelijk was. Ja. Terwijl ik al afscheid van me. En ja, dan heb je. Ik had al een genoemd, belangrijke, ik had al belangrijke taak te vervullen, Mickey. Ik had afscheid. Ik was in Hongarije. In, uh, net na de IJzeren Gordijn of zo, ergens eind jaren 90. Ofzo. Oh ja, ja. En zo'n oude hoor je oude Oostblok-camera's waren we. Ja, ja. Oh ja, ja. En waar gewoon die van die, die stalen constructies moest je zitten. Oh. En uh, keiharde house-muziek. En. Uh, ik zit in zo'n bakje wat over de kop zou gaan en zo. Mm -hmm. En uh, mijn vriendin had een tasje nog liggen zo on onder ons. En die zei: En uh, ja, we zouden, dat ding zou bijna gaan. Dus ik zei: Ik pak dat tasje zo. Mm -hmm. En net op dat moment gaat die uh, beugels zo. Zo. En dat waren niet zoals tegenwoordig van die. Nee, <laughs> die nee, nee, nee maar hadden, stalen zei, beugels. Die had gewoon je hele kop meegenomen. Stalen beugels. En die, en die niet, stopte niet hè? ja nee. totdat tot ik uh, alles gebroken had in mijn nek wat er breken was ja ja, ja. Dus ik, en die disco muziek aan hmm. en niemand die me kon horen nee, kon horen dus ik, 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 ik nam al afscheid zelf so. ik zei nou dat was het en uh, net dat ik dat uitspreek was was het poof, de hele stroom van de hele kermis zo en poef, uit so, yeah. <laughs> en toen, en toen <laughs> kon ik dat ding weer zo omhoog. en ik zat echt zo verbouwereerd zo wat de fuck joh ja so, yeah. Klopt. <laughs> nou, en toen wist ik ik ben de special one <laughs> ja, ja dat, uh, dat kan ik beamen. Maar ja, dat, dat zijn zo van dingen die... die ja, weet je, uh, die zijn zo surreal eigenlijk. Ja. Uh, daarin, daarin zie je ook gewoon, ja, weet je... Uh, al heel gauw he, hoor je uitspraken als van... Nou, uh, die had wel uh, zes engeltjes op zijn schouder. Ja, like, dat uh, zijn de... mensen bijvoorbeeld van mij... Ja. Toen, uh, toen ik... Uh, een, uh, ja, een, een frontale aanrijding uh, meemaakte, onderweg naar mijn werk, zocht dus dat uh, was ook in 2000. De um, eh, Constructie was echt niet zo best van mijn auto. Nee. Uh, ik, ik, uh, ik was de oorzaak, ik heb kennelijk een, een soort wegraking gehad. Ik uh, was heel gestresst in die periode, maar uh, ja, dus ik, ik ik was al een keer eerder in de, in de, in de gang thuis uh, gewoon, gewoon ja, flauw gevallen mm. en uh, ik maakte dat, dat dus kennelijk weer mee en uh, nou, toen ben ik dat was een tweebaansweg uh, uh, twee richtingen en uh, toen ben ik dus van, op de andere weghelft geraakt en toen heeft één auto heeft mij nog ontweken. En de, de auto erachter die is frontaal op mij geknald. Maar iedereen rijdt daar gewoon minstens 80. Ja, of meer? Dus, ja. dus met 80 op elkaar knallen is een, is een, is een impact van 160 km per uur. Hmm. Um, als je die, die, de wrakken zag van die auto's. Nou, het waren gewoon uh, ja, alsof het aluminium snoepwikkeltjes. Uh, die je hebt en zo. Weet je. Zo zag, zag dat eruit. En, ja. um, dus. Op het moment van de impact kwam ik bij. En dus ik wist niet wat er gebeurde. Ik, ik dacht. dat er een of andere lood. Uh, een inhaalpoging had ge genomen. En, en mijn frontaal had geramd. Mm. Want ja, dan maak je daar nog wel eens mee. Dat, en dan ging het net goed. Um, en dus. Maar. Uh, ik had trouwens. Uh, oh ja, ik had wel mijn riem om. Dus mijn riem los. En ik. Uh, want ik, ik zag alleen maar rook. En wat ik wel zag... was zeg maar... Uh, mijn zijraampje... op zo'n afstand van mijn hoofd... die nu mijn dakraam was geworden. Oh, jee. En, en daar ben ik dus... eruit geklommen. Scheldend en vloekend. En toen zag ik... dat ik degene was op de verkeerde weghelft. Hmm. Nee. Want ja, ik kwam over die rook uit... en ik zag tegenover mij. En die jongen, ja, die, die was echt wel gewond. Uh, zijn enkel gebroken en uh, zijn middenvoetsbeentje, weet ik het. Maar ook hij Het uh, was een, uh, dat is een wonder dat hij het, uh, 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 dat wij het hadden overleefd. En uh, in mijn geval um, Want, ja, had was had die wat uit? was zo totaal toteloos. Uh, ja, ik weet niet eens meer waarvoor. Uh, het was een uh, witte... Ja, wat had jij voor verwondingen? Hmm? Niks. Ik had niks. Oh, niks. Ik, had, ik had wel kleers, kleerscheuren, mm -hmm. maar ik had nog niet één niet snijwondje of geen schaapwondje, een niks. Nee, niks. Ja, <laughs> en... Um, one. Ik, ik ben uitgestapt en iedereen weet je wel, uh, keek me aan alsof ze water zagen branden, weet je wel. Ja, uh, dat Toen ze mij gewoon uit die rook van die auto kwamen, dachten van tering, dat is een geest, weet je wel. Ja. En... Um, toen kwam de ambulance. En die, uh, ja, die, die ambulancebroeders. Die, uh, die rennen gelijk naar, die, uh, naar mijn auto. Om. Ja, hè, dus wat ze verwachten gewoon dat iemand daar gewoon helemaal. Uh, half ontleed. Uh, hè, dus in, in dat, in ja. dat wrak ligt. Ja, en ze zien, ze, zien die, uh, ze zien iemand in die auto. Dus hij vraagt: van, is, uh, is, is, al, uh, is die andere ambulance al geweest? Uh, is, is deze passagier naar het ziekenhuis? Uh, leeft hij nog? En uh, ja, dus ik sta daar bij, bij de groepje mensen. En uh, ik zeg: Ja, nee, dat de, de, de was ik. Hij kijkt me aan en zegt: uh, Het is niet echt het moment om, om nou grappen te maken. Ik zeg: Ja, ja daar was ik. En, en die mensen om mij: Ja, hij, hij, hij was het. Hij, hij, hij is de passagier. <lacht> <lacht> en, en die gast die kijkt me aan en zegt: Dan. Uh, en hij begon gewoon te stotten. Dan, dan heb je wel heel veel geluk gehad. Ja. Niet normaal veel geluk. Dat kan eigenlijk niet, joh. En um, ja, ik zei ja, sorry. <laughs> maar, um, sorry dat ik nog leef. Ja, sorry dat ik leef. <laughs> en ja, die mensen waren ook echt met stomheid geslagen. Die ja, rechts wat, uh, wat hebben we hier gezien? Ja. En uh, ja, ik besefte gewoon hoe, hoe bizar het was ook. Um, ja. En, en zo heb ik nog twee van dat soort situaties meegemaakt. Uh, uh, in één geval uh, heb ik toen keihard moeten uitwijken, in een slip geraakt, bijna over de kop geslagen, net kunnen voorkomen. Uh, ga je zich over de weg en bam, kom je in, in een vangrail tot stilstand. En uh, weet je toch in, in jouw, jouw, zeg maar, dat je een soort van... Uh, ja, je stuur aan het, aan het uh, herpakken bent. Uh, <laughs> toch nog twee auto's die, uh, ja, die, die achter jou uh, rijden mm. uh, kunt ontwijken. Ja. En uh, voor echt vol de vangrail raakt. En die auto ook echt gewoon één ja, groot wrak. Ik kan nog om ik, 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 ik doe niks meer met mijn Facebook, maar ik, uh, ik heb het niet gewist. En, en daar kan je het, kan je het zien. Maar uh, daar ben ik ook gewoon ongedeerd uitgestapt. Hey, dus ik, gewoon, gewoon niks. Uh, engeltjes. Ja, echt. echt, echt uh, uh -huh. ja. Engeltjes en hey, hey, misschien wel mijn moeder. Hè? Ik heb het één keer meegemaakt. Uh, dat deed ik een wedstrijdje. Deed we wel eens, ik werkte systeembeheerder. Dan moest van de ene locatie naar de andere. Ja. En uh, ik was, ik reden krot. Een of andere Devo. Want ik devo En die gasten reden allemaal Die voor <laughs> een of andere is het een bedrijf die ze ingehuurd hadden, we hadden, weet je wel. Dedagering. Ja. Dus die reden allemaal van die goede bakken. Maar toch gingen we altijd dan even van de ene locatie naar de andere even, 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 even racen. Hè? Op de snelweg. Ja, 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 Zo, ja, ja. dat Ken we, ik we, hoor. Ja, ja, ja. En dan geef je met ook in de regen een keertje. En uh, we gaan de afrit af. Met de collega's. Een Afrit af en uh, ja, ik raak in de slip. Ik raak hem kwijt. Wow. En uh, best hoog hè? en ik, 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 ik was hem kwijt en ook split seconds heb je het dan over en ik mm -hmm. ik wist van ik, 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 ik laas ze hier zo naar beneden dat was echt dieven zet naar beneden en split seconds het iets neemt gewoon mijn stuur over zo, net yeah. als item senna's Die maak maakt zo yeah. en die en die ja. flikt hem zo weer mm. ook niet een klein beetje recht maar gewoon helemaal recht weer zo woep zo in die bocht ja, van die afslag het is een die joe moment en ik zit achter die stuur zo <laughs> Fuck. En we komen aan bij die locatie en die collega's van mij ook, die zeggen van ik weet niet, waar heb jij, heb jij wat voor slipcursus, heb jij gehad dan? Ja. Gek. Ik dacht, die is, die is er geweest, die gaat daar de, de, het randje af. Ja. Gek. Ik Ja, ja. Ik weet ook niet wat het, uh, wat nee, het was. Nee, ja, hoor. dat, ja, dat, dat, ja, weet je. Het was niet mijn tijd, toen zei ik ook, het was waarschijnlijk niet, uh, nog niet mijn tijd. Nee, dat denk ik, maar hm. weet je, dat zijn ook wel dingen die, uh, ja, en, en, ja, naast mijn eigen uh, ervaringen. Hoor ook, ook dat soort verhalen. ook wel eens van, van vrienden of, of mensen omheen. En ja, dan weet je, dan, dan zie je. bij dat soort dingen weet je gewoon van ja, maar. Weet je, uh, er gebeuren zoveel bizarre dingen. die, die, die ...ja, zelfs in, in, in de huidige Hollywoodfilms. met uh, allerlei actiescènes. Um, nog over de top zouden zijn, weet je wel? Dat kan gewoon in deze realiteit. Ja, ah, natuurlijk kan dat. En, um, Ja, dat. dat ja, dat, dat is natuurlijk wel iets wat. Uh, uh, dat. dat uh, fiction is. is nee, uh, uh, reality can be stranger than fiction. Nou uh, truth is stranger of than truth, fiction. Ja, yeah. dat was hem. En. Yeah. Dat is werkelijk zo, weet je? Dat, dat is geen, uh, geen lul. Uh, geen gelul. True. True, true, true. Weet. Yeah. Yeah. Goh. Word. Hoop, hoop, uh, hoop ervaringen gedeeld. <laughs> ja, hè? Zo, zo ben je. Uh, oh. Toch toch al paar, een paar uur verder. Zo. So. Uh, ja. Ik denk dat we hem afsluiten. Volgens mij, ja, we gaan hem afsluiten. We kunnen wel door blijven lullen. We op het hoogtepunt stoppen. Ja. hoogtepunt. Het hoogtepunt op de climax. Ja, de hoogtepunt van... Ja, inderdaad, cliffhanger. Cliffhanger, Dat wij allebei special ones zijn. Dat wij allemaal beide meerdere keren gered zijn. Ja, we nog op het eind onszelf eventjes... Ja, maar de meeste mensen zijn toch al de tijd afgehaakt. Ja, daarom uh, ja, gewoon... ja, ja, uh, kunnen wij zonder, ja. zonder consequenties. <laughs> kunnen wij dit gewoon, uh, uh, gewoon in de eten gooien. Er is toch geen hond die kijkt naar meer. maar niet onderschatten. Zitten er zitten een paar. Precies. Nee, nou ja. ik moet Daar zitten Oké, okay, voor, voor iedereen die nu kijkt, geef een like. Ja, geef even een like. Ja, op Soulflix, hè dan. Ja, of op YouTube. Oh, YouTube is ook goed, hoor. Ik ga deze keer even op YouTube zetten, dat is belangrijk. Dit moet op YouTube. Oh god. Toch? Oh jee. Ja. Oeh. Oh jeetje. Uh, kan ik nog dingen terugnemen? Ja. Nee. We <laughs> worden toch vanaf geflikkerd nou. Nee, jong. Nee, jong. Nee, maar het is tijd ervoor. You, you. Nee, joh. Dit is, dit is tijd. Tijd, toch? Ja, behalve als jij grote bezwaren hebt. Als het op YouTube komt. Maar ja. Nee, joh. Net zoveel mensen kijken erop een en bij aan Dat is makkelijk zakken. Dat is ook zo. Zo, ja, wat extra? Nu al, hè, nu al. En vergis je niet, hè. Uh, kijk, mensen zijn natuurlijk geneigd om naar de views te kijken. Als je bijvoorbeeld bij blogs kijkt, dan zie je dat er gewoon een paar honderd keer wordt bekeken, makkelijk. Ja, maar klopt, en dat die is views, omdat, hoe hoe omdat je de views dan? Dat, nou, nou die worden gemeten uh, vanaf het moment dat iemand uh, langer dan 10% van, van de video heeft gekeken. Ah, ja. Waarom? Omdat wij, en dus, uh, we staan aan de vooravond daarvan, ja. maar in ieder geval in de nabije toekomst, uh, uh, dus ons, uh, ons monetizing systeem gaan introduceren. Oh, hier uh, ligt. Ja. Ik ben helemaal kwijt, ik weet het helemaal niet meer. En uh, daarmee, uh, dus het monetizing systeem, en waarom hadden we dat? Uh, Voor de views ja om om dus uh, te kunnen meten uh, eerlijk te kunnen meten uh, 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 op basis van uh, en en een is een dat is een, dat is een ja een, een in plaats van dat de mensen na een bepaalde berekening een bepaalde formule ja. je hanteren om ieder zijn aandeel in uh, het uh, in de traffic op op Solflix, uh, op een Ubuntu wijze te belonen dus uh, alle inkomsten die uh, die uit onze inkomstenmodellen voortkomen, daar iedereen die die profiteert daarvan mee en iedereen die krijgt ook uh, gewoon wat hij recht op heeft en en dat is gewoon na te zien in 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 die berekening hm. en die kijkt op basis van views en van betrokkenheid en van uh, subscribers en likes. Um, nou, wat wat jouw aandeel is over uh, over die inkomsten en. Uh, En uh, daarmee zijn, uh, zijn wij gewoon per per view, zullen we zeggen, hè? dus dus per uh, bezoeker zijn wij uh, qua monetizing ja, de best betalende uh, betalende social media uh, platform uh, en media platform. Uh, want ja, we, we gaan net even een stapje verder. En um, hoe, meer, hoe meer traffic daarop komt, ja, hoe, hoe interessanter dat wordt. Dus, uh, dus ja, uh, contentmakers die bij wijze van spreken nu nog ja, vooral liefdewerk, oud papier, um, podcast maken of andere video's. Uh, en ja, uh, vaak toch uit eigen zak moeten bijblijven leggen, uh, uh, omdat aan donaties of, of misschien helemaal niks binnenkomt. Ja. Uh, dat, uh, dat is verleden tijd op het moment straks hè, dat ZoFlix dat, dat of, of echt een beetje begint te lopen. Uh, is de uh, de uh, intentie erachter is juist om uh, voor dit soort contentmakers uh, de gelegenheid te creëren dat ze uh, een inkomen uit kunnen halen of in ieder geval een tweede inkomen. Uh, zodat, uh, zodat ze dit werk kunnen volhouden. Ja. Want het is gewoon belangrijk. Ja, precies. Ja. Dat is een mooi streven. Dat is een goed streven, mensen. Ja. Mooie creaties zijn dat. Dat vind ja. ik mooi om af te sluiten. Creaties, Mooie ja. creaties. Creations. Blijven creëren. Soulflix blijven creëren. En binnenkort... Uh, Club Hollywood. Club Hollywood. Yes. Club dat is ook Hollywood ingepland jongens. al. De opnames zijn ingepland. Begin het, uh, april. Ja. ja ja dat uh, dat beloofd wat bij? ben jij er ook bij ik uh, ja ik, ik denk het wel um, maar ja, goed uh, we zullen zien we zullen ja. zien ik het uh, moet ook kunnen en uh, wat ik ook nog even daar wil ik nog even gebruik van maken uh, 26 maart is er in uh, boscheucht is er uh, de perspresentatie van van Soulflix. en uh, daarin uh, gaan we ja echt uh, tot in het naadje. Uh, een leuke presentatie en uitleg geven aan. Uh, aan nou, Solflix, wie wij zijn. Uh, wat, is ons, uh, wat zijn onze doelen? En. Uh, hoe werkt het allemaal? En. Uh, ja, hoe uh, kun je het voor jou laten werken? Dus dat. Uh, nou ja, als je interesse hebt. dan kun je gewoon 26 maart. in Tilburg. bij Bosvreugd. Uh, geen entree, dus gewoon uh, gaat daar. Uh, ja, samen met uh, gelijkgestemden. ons verhaal horen. Kijk. En een uh, nou, presentatie. En, en natuurlijk, ja, maken we er een feestje er, van. Zijn er ook dit soort momenten dan? Hou elkaar nou even vast. Ik, uh, ja, ik, ik uh, verwacht dat Frans Timmermans. Uh, ja zich, uh, zich ook zal melden dat, dat lijkt mij ook wel gezond en uh, ja, gewoon omdat hij behoefte heeft om even vastgehouden te worden denk <laughs> ik uh, ja, gewoon ja. behoefte aan een knuffel dit vind ik een mooi af hier sluit hem af mensen ja. bedankt voor het kijken Paul bedankt was tof dit was mooi wat een eer om als eerste gast hier te hebben en, uh, heel aan mijn kant ja mocht, mocht uh... ik sluit hem gewoon af Doei. <laughs> houdoe